We lijken verdorie wel een Afrikaans land, weet je... waar een of andere dictator gepamperd is door het grote geld. Zijn, zijn land en zijn hele economie in de waanzin stort... en zelf rijk, uh, zichzelf verrijkt of zijn vriendjes verrijkt. Nee. Maar uiteindelijk moet er toch een soort opstand komen... Waaruit, uh, waar de verantwoordelijken toch voor het hekje gaan komen. Klopt. Dat moet gebeuren. Er zijn misdadige dingen gebeurd en die gebeuren al heel lang. Dat is natuurlijk de onzin ten top. Het midden is altijd, heeft altijd vastgestaan. Het midden is... Waar alles samenkomt, waar de normaliteit onaantastbaar is. Ja, sorry, maar dat is omdat jullie als vrouwen massaal op GroenLinks en D66 en de PvdA hebben gestemd al die tijd. Ja, dat is wel zo. Ja, dus vrouwenstemrecht per direct afschaffen. Heerlijk. Want ja, op het moment dat wij allemaal onze carbonkredietje krijgen, ja. Ja, daar kun je geen privéjet van vliegen. Bonjour avec Radio Adewaar, avec Menno en Du Tom. Van harte welkom bij Blue Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en het uh, is zomer en we hebben de zomer in de bol. Ondanks alle regen, we houden de moed erin en ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. En dat is normaal gesproken altijd zo, maar Menno weet het wel en die heeft een hele bende uitgeprint... En uh, kun je even twee highlights noemen, Menno? Uh, uiteraard. Ik pak hem even daar. Uh, Vera Bergkamp natuurlijk, die afscheid neemt als zoveelste in de trein. En uh, we hebben Patrick Saval met een hele leuke tweet. Oh, dus, okay. uh, ja, ja. Die is altijd leuk. Nou, Oké. Okay. Kijk, dus kijk. dan uh, gaan we zo. Dus je, je hebt zelfs een tweet van de week uh, in Leuk. Gaan we verder met de break? Ja, boekenbreak. Want we hebben ook natuurlijk heel veel nieuwe najaarstitels. heb ik online gezet. Omdat we met een aantal nieuwe titels komen al in september. Dus als u nu kijkt is het al september. Als we nu opnemen is het de laatste dag van niet-September. Dus kan ik aankondigen dat wij bijvoorbeeld met een boek van monsieur Rob Mutsaars. Uh, ...voor sommigen van u heel bekend... ...omdat hij uh, lekker altijd overal tegenaan schopt... ...wat allemaal niet correct is. En nu ook, hij heeft een boek geschreven... ...van waarheid tot woke. En dat is een aanklacht tegen woke. Ook in de kerk, uh, maar vooral ook daarbuiten. Want het is natuurlijk niet een kerkelijke beweging. Dus uh, wat is woke? Nou, dat boek van uh, Rob Mutsaers, Monseigneur Rob Mutsaers, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben zelf natuurlijk ook katholiek. En dat boekje staat in de webwinkel... ...met een schitterende roze kerk op de cover... En wat hebben we nog meer? We hebben een boek van uh, Klaas Maas ja. over Oekraïne. Onze verzuurde uh, uh, Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland, heet dat boek. Ook aanbevelenswaardig? Dan hebben we een boek over... Uh, Luc Burgin. Uh, ja, Luc Burgin, een vertaling. Dus dat is een Zwitsers boek. En daar gaan we pas iets over zeggen als het aan het einde van deze maand. Dan komt hij uit. Dus uh, daar staat ook bij uh, de omschrijving, inhoud volgt. ja. Ligt allemaal klaar. En waarom ligt dat klaar, Tom? Nou, omdat wij samen met Marijn Poels. een heel groot thema gaan aanpakken. Daar komt een boek bij: een tuingereed, uh, Een instrument voor in de tuin, of ja. eigenlijk voor in de kas. Daar komt een epoch bij over uh, het kiemen van je zaden. De, de opbouw van je kas en van je moestuin. En daar komt natuurlijk die docu uit van Marijn Poels. Eind van deze maand, dus eind september, komt die uit. En daarna gaan we los met al dit soort andere thema's. Dus dat boek van Luc Burgin. Uh, die info die, uh, komt dan ook online en dat is, een, een, ja, is gewoon een baanbrekend boek. Er zijn ook veel voorbestellingen, dus mensen ja. kennen het ook wel, denk ik. Want wij geven geen inhoud vrij. Dus mensen kennen dat boek waarschijnlijk wel of de thematiek van het boek. Het, is, het gaat over een groot alternatief voor gentechnologie in een volstrekt natuurlijke wijze. En dat is ontzettend interessant. En dan hebben wij nog ook een boek over kunst. Wie ja. zegt dat dit kunst is? Michel Maderkami. Ja, precies. Ja. En die staat denk ik al... De drie jaar, of ja. twee jaar aangekomen. Heel lang. Heel lang. Ja. Vertalers hebben heel veel tijd nodig gehad voor dat boek omdat het ook een dik boek is. Maar het is ook een fantastisch boek over kunst. En het, uh, het, maakt natuurlijk, het veegt de vloer aan met de hele moderne kunst- en galeriewereld. Die die kunstenaars, die moderne kunst- en installatiekunstenaars brengen. En ook weer afschieten. En, en kunnen maken en breken wie ze willen. Het gaat om alles behalve kunst eigenlijk. <laughs> en er gaat er heel veel geld in om ook. Het is allemaal okay, speculatie ja. en belegging. Ja. En ze kunnen natuurlijk hun eigen belegging. Uh, ze, ze kopen een onbekende kunstenaar. En daarna gaat die wereld ermee aan de slag. En dan zorgen ze dat ze natuurlijk daar al lang, uh, dat dat uiteindelijk heel veel geld waard wordt, en daarop binnen gaan lopen. Dus dat, hmm. ze creëren hun eigen hype ook. Dus, nou ja, daar kun je, in, uh, ken je in heel veel, op heel veel vlakken. Dus, het uh, farmaceutisch uh, wereldje heeft daar ook een handje van. Uh, maar daar gaan we het niet over hebben. Oké. Okay. Toch? Nou, dat vind ik wel interessant. Dat vind ik nou, wel leuk. Ja, dat is wel leuk. En jij hebt natuurlijk ja. ook een uh, kunstachtergrond. Jawel. Dus ja. jij, weet, jij zit daar wel. Ja. Uh, jij weet ja, daar wel ik het een weet, ander ik, van. Jawel, ik weet daar veel van. En ik, eh, ik raakte ook helemaal de weg kwijt in die moderne kunst en installatiekunst, conceptuele kunst. Dus toen dacht ja. ik van ik ga filosofie studeren. En hoop ik dat ik erachter kom wat ik hier aan het doen ben. Want ook niemand op zo'n kunstacademie heeft enig idee wat hij aan het doen is. Nee. Helemaal niemand. Nee. Nee, maar ja. Ja, de, meestal bij de wat. Artistiekere types, zeg maar. Daar zit ook wel een hoog zweefgehalte bij, Echt? naar mijn idee. Ja, ja. En de ja, Leuter, enige leutergehalte. Ja, ja, enige gronding daarbij is. Dus op zich vind ik het een mooie combi: filosofie, kunst. Ja. Ja. Nou, en ik ben dat... natuurlijk helemaal naar de klassieke kant doorgeslagen. Ja. En dat kan me niet klassiek genoeg. Uh, dus, maar goed, uh, met Parelmoer, hè, dat gaat dus ook uh, volgende week online. Dat is, uh, oh, ja. de, de website is klaar, we zijn hem nu aan het vullen. Dus die winkel die, uh, die, uh, dat moet allemaal product voor product ingevoerd worden. Dat is heel ja. veel werk. Ja. Dus, um, hm. En als die klaar is, dan, uh, ja, dan hebben we dus de, de schitterende tafelaanstekers van hm. uh, Christian Camarone, mijn uh, kameraad. Ja. En je hebt de uh, humidors. Uh, oh ja, dat heeft Christian natuurlijk ook. En sigaasbakken. Uh, Rijzetuis van Brizard. Ja. Uh, en deze knipper ook, is ook van Brisaar. Maar ja. dit, is allemaal, dit is allemaal mega kwaliteit. Dus hetzelfde wat Dupont levert. Ja. Uh, en Dupont is natuurlijk gewoon de... Ja, die neemt ook af van Brisa, maar dat is, dat is uh, gewoon schitterend goed spul. Maar omdat we het een beetje over uh, klassieke uh, dingen hadden en kunst en andere... Je hebt daar, uh, zie ik, een prachtige afspraak staan, Tom. Ja, op. nou ja, kijk, ik, die topsegment van de sigarenmarkt is allemaal wel eigentijdse vormgeving. Dus dit is prachtig marmer. Soms, ja. Dit is ook schitterend. Ja, ja. ja. Uh, dus het, het is niet klassiek, maar het is wel mooi. Omdat het echt materiaal is. Ja. En dit is, in die zin is het gewoon ontzettend mooi. Hmm. Uh, die Humidor's, die Vierkante kistjes zijn natuurlijk wel best wel klassiek. Hè? Ja, dus, ja. Uh, daar heb je wel moderne en klassieke vormgeving in. Maar ik uh, zit voor mezelf wel eens iets te prutsen en dan kom ik dit tegen. Weet je dan, dit is. Uh, ik weet niet of het al antiek is, maar dit is heel eclectisch porselein. Ja. Met, met een mooie messing. Uh, ja, dan ziet u dat er mooie sigarendingetjes in zitten. Maar ik heb ook wel eens een schaaltje... waar ik zelf mijn eigen sigarenhoudertje siga uh, aan inhang, als dat past. En dan heb ik gewoon een mooie klassieke asbak. Want ik vind dat, ja, ik, weet je, dat hele eclectische... Uh, 19e eeuwse vind ik wel heel leuk. Ja. Met een engeltje of een weet ik veel wat. Of een, ja. en, en die combinatie van wit-blauw uh, wit -blauw porselein met, met messing en brons. Ja, Ik vind dat ontzettend leuk. Het blijft heel mooi. Het blijft joh. mooi, ja, ja. absoluut. Ja. Dus uh, deze ga ik vandaag gebruiken. En, uh, ja, maar dit als, soort oh, dingen komen dan ook. Uh... Nou, dat is op aanvraag. Dus dat, dat okay. zijn allemaal. Uh, kijk, dus, er is natuurlijk een deel wat ik op voorraad kan uh, heb. En wat ook bijgeproduceerd wordt. Maar er zijn ook dingen dat zijn uh, Peace Uniques. Ja. En. Uh, dan moet je echt naar op zoek. En dan moet je naar op zoek. Dus de mensen kunnen wel zeggen: van Tom, uh, doe mij maar één. Maar dan weet je niet helemaal wat je krijgt. Of we hebben contact en we gaan dan uh, even kijken wat u leuk vindt. Want ik heb er meerdere. Maar dat zijn dan de meer antieke, in antieke stijl. Maar het, zijn, het is wel nieuw spul volgens ja. mij. Hè? Dus ik, ik, ik zie er verder geen ouderdom aan af. Maar het is wel echt. Uh, het is leuk. Weet je? En het, het is vooral gewoon. Heel gezellig. Ik vind ja. Gewoon, uh... ja, ik vind het ook altijd wel wat hebben. Ja, ja. We, ja. ja absoluut. Ja. Dus, oké. Okay. Dus, nou, zover zijn we dan. Uh, we ja. gaan uh, over naar de serieuze boel. Want uh, ja, de, u kunt dus... Uh, Parelmoer, uh, de, de winkel, is binnen een week online. Als wij... Uh, het, uh, het hoofdsegment erin hebben gaat je online en daarna wordt hij nog maandenlang bijgevuld met producten, want er komen ja. duizenden in. En die nieuwe boeken staan in de webwinkel plus twee mooie bundels met aanbiedingen. Ja, ja, ja. Eh, vier epochs in een bundel. Klopt. Dat ja. zijn nummers die heel belangrijk zijn. Dus we ja. hebben eigenlijk vier nummers die heel belangrijk zijn bij elkaar gestopt. En we hebben. Een filosofiebundel. Ja. Ja, voor de echte liefhebbers en lezers ja. hebben we dus ook een bundel met filosofieboeken. Dat zijn twee voordeelbundels. Kunt u dus in de webwinkel uh, bestellen? Ja. Staan bovenaan. Net als de nieuwe boeken voor september en oktober. Kijk. Nou. nou, top. Ja, we hebben er nog niet te fikken, maar we hebben wel het glas al uh, vol. Dat zeker. Dat heeft al dus. lekker even gelucht. Dus uh, proost, ja. jongen. Proost. Gaat de ja, start. Heerlijk. Hmm. Oeh. Ah, Willem, 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 wat heb je toch altijd lekkere wijnen? Ja, deze komen we niet vanaf. Ja, dat uh, gaat, nee en willen we ook niet. We gaan van start met Vera Bergkamp dan maar, denk ja, ik. Ik gooi maar in de fik hoor. Ja, nee, absoluut. Je ja, maar een eindweg joh. Ja, er is, nou, er is op zich niet gigantisch veel over te zeggen, maar ik denk dat jij hier ook wel weer je bedenkingen bij hebt. Na elf jaren Kamerlidmaatschap uh, heeft ze zich niet opnieuw kandidaat gesteld. En uh, ze, vond de, ze heeft het een voorrecht gevonden. Ja. Um, ze wordt dus ook geen voorzitter meer. Ook niet meer ze gaat ook niet meer op de lijst bij D66. Dus ze neemt ook echt afscheid. En uh, er was één ding hierbij, wat. Uh, mij... ze dus heeft een hele brief geschreven. Ja, en die brief heb ik hier ook hmm. bijgezet. Uh, ja. Eén ding daarin viel mij heel erg op. Zijn we, gaan we nu gewoon al aan de slag? Want dat is wel leuk. Of zijn we nu al. Uh, ben je aan het introotje doen? Ik ben eigenlijk. Uh... Gewoon aan het behandelen. Ja. Ja, dat is heel ja. goed. Want in die brief. Oké, okay, want dan ga ik er ook gewoon gelijk overheen. Want die brief. Daar staat ook weer dat ze uh, haar, haar speerpunten, weet je, en ja. dat die LHBT-dingen, uh, uh, de gelijkwaardigheid van LHBT Dus je hebt, je hebt dit wel gelezen. Nou, uh, ik heb natuurlijk wel die brief langs zien komen uh, op Twitter. Uh, ja. Ja, 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 Maar ik, nu je dit zo zegt. Maar wat ik ook heb langs zien komen, is, is een afscheid van Lucille, uh, hoe heet ze, Werner of zoiets. Oh, de, 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 die, die ja, met uh, die. Uh, ja, die Huppel. Uh, die deed toch altijd, uh, wat was dat, uh, lingo? Ja, lingo, ja, ja. ja. Hè, toch? Ja. ja, ja. 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 Wacht even, even lekker. Uh... Ik, ik moest even denken. Er was één ding. Ja, oké, okay, maar waar, waarom is dat nu relevant eigenlijk? Nou, als ik, want ik vind dat... uh, je ziet dus dat er zo'n hele horde aan, uh, mm -hmm. aan minderheden lobby's in feite in de, in de Tweede Kamer is gekomen. Dus om de boeren hadden we uh, nu ook. Sinds, uh, sinds een jaar zitten die anderhalf jaar. De BBB. De, de boeren worden daarmee voor de gek gehouden, natuurlijk. Maar je ja. ziet. Je ziet dat die Kamer een soort uh, lobbycratie aan het worden is. Dat was het natuurlijk al in de wandelgangen. Ja. Waarbij de grote lobbykantoren heel veel invloed hadden op de Kamerleden... en in de, ook in de ministeries, en de, he, dus op de ambtenaren en de Kamer. Ja, nu heb je het over LTO en andere dingen. Ja, ja maar grote lobby's, dus ja. veel grotere bank, okay. banken, verzekeraars. Ja, ja. Dat zat allemaal best wel uh, dicht bij de macht. Ja. Maar je ziet eigenlijk dus dat de Tweede Kamer dit, dit, ook zo aan het worden is. He. Dus Kamerleden die zich... Uh, Opwerpen als, uh, als lobbyist van de LHBTI's. Ja. Uh, uh, Luciel Werner, die expliciet zegt van dat ze op is gekomen voor de gelijkwaardigheid van de minder valide en zo. Ja. Uh, en, 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 dan, en dan heb je nog, nog, nog andere uh, clubs. En, en, en individuele Kamerleden, Partij ja. van de Dieren. Okay. Weet je, en denk ja. van ja, zijn we een soort open inrichting aan het worden? Dat, dat iedereen. Uh, Alleen maar als een soort vertegenwoordiger van een achterbannetje of van een, van een belangenclub of van een, een, een community, zo'n abstracte community, ja. die natuurlijk nooit een community is, dat ze, dat ze daarvoor in de Kamer komen. Dat is natuurlijk belachelijk. Hè. Waar is de klassieke politiek geworden, gebleven van het gewoon het normale leven? Dan, dan, en de SGP had dat altijd: ja. gezin, uh, vrij ondernemen. Uh, dat, soort, dat soort thema's. Vrijheid van, uh, van, van godsdienst. Dat ja. je, dus dat, die waakt heel erg voor het bijzonder onderwijs. Ja. Wat natuurlijk vrijheid van godsdienst par excellence is. Ja. Um, en uh, ja, FVD heeft ook wel die neigingen. Maar heel veel meer kan ik me eigenlijk niet zo indenken. Want voor de rest is het overal heel erg... een, een kwestie van rancunepolitiek geworden. Dat heel, heel veel mensen komen daar om hun gelijk te halen. Bijeen met Sylvana Simons. Ja. Ja. He, dus het zijn... Kleurlingen, um, um, valide mensen, LGBTQ'ers, uh, boeren, de, 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 dieren, weet, weet ik veel wat. Weet ja. je, het, het gaat maar door. Maar het is een soort, uh, het, het vervalt langzamerhand in een is tyrannie. Een van de, ja, maar de tyrannie van de minderheden ook een beetje. Hè? Dat zie je ook echt heel erg. Uh, ja. dat, nou, de tyrannie ja. van de meerderheid is ook niet fijn. Nee, maar, maar dit zijn, het is een tyrannie van belangenbewegingen en belangenverenigingen en groepen. En de, daar, daar wordt het, het gewone leven wordt gewoon fijn gemalen door dit soort politiek. Ja, en ik zie dat ook wel een beetje als... Uh, het is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Ik, ik snap ook wel, hoe we, denk, ik, denk ik, hoe we hier terecht zijn gekomen. Want als je gewoon kijkt naar een klassieke minderheid, een kleine groep... Ja. Die zijn, ben je snel geneigd uit het oog te verliezen. En die worden vaak lichtelijk verwaarloosd. Mm -hmm. ja? uh, dat is een soort niche. En op een gegeven moment komt er dan iemand die daarvoor in opspraak komt. En die kan dan wel aantonen dat het om een substantieel aantal mensen gaat. Mm -hmm. En dan zijn we toch altijd wel geneigd om daar ook wel <kuggen> iets voor te doen. Ja. En ik denk dat het op die manier een beetje genormaliseerd is geraakt dat we iedere minderheid een stem moeten geven die van belang is. En op een gegeven moment valt de meerderheid uit elkaar. Dan heb je geen algemeen beeld meer. Ja, ja. Dus ik denk ook dat dit gewoon een logisch iets is wat ook door. Kijk, even los van alle agenda's, uh, verdeelingen is en ja. alle andere dingen. Maar ik denk ook dat het een hele logische reactie is van veel mensen om uh, tot een bepaald niveau het te accepteren en ook goed te vinden. Maar we zijn echt aan het doorslaan. Nu. Nou ja, kijk, doorslaan betekent dat het initieel is iets goeds en daarna slaat het door. Maar ik vind hier niets goeds aan. Dus de, de, <laughs> ja, uh, okay. de, als je specifiek Kamerleden hebt die zich sterk maken voor uh, alleen maar invalide uh, wc's en de ander alleen maar voor LGBTQ-wc's en weer een voor alleen maar voor dieren-wc's. En, uh, en, en, en weet je, dat gaat maar door. Dat is natuurlijk gewoon zotte nijt en top. Dat is gewoon je. Ja, je Iemand met een gek idee. Het is net als die kunstwereld. Iemand met een gek idee en een verhaal. En in dat wereldje pakt het op, maakt het groot. Er komt een echoput van de media die gaat een rol spelen. En er zijn nog voldoende gekken in het land om zo iemand aan een kamerzetel te geven. Ja. En uh, ja. uiteindelijk is het gewoon een, uh, is het het vernie de vernietiging van het normale leven. Hè? Dus van vrij ondernemen, van ge gezin, uh, bes bescherming van uh, kinderen, uh, vrijheid... Uh, ja, vrijheid en verantwoordelijkheid. Weet je, dit, die hele wereld uh, verdwijnt daardoor op de achtergrond. He, je kunt nou in deze tijd kun je, is, is niets erger dan een witte, heteroseksuele man zijn. Ja. En uh, ja, kijk, daar lachen wij natuurlijk om. Maar in feite, de, je ziet gewoon door dit soort politiek dat dat, dat, dat uh, plaatsvindt. En ze zegt wel ook in haar brief: het is een belangrijke strijd die tot op de dag van vandaag niet klaar is in Nederland en de wereld. Klopt. Dus met andere woorden, ja, ja. ze heeft ook nog gefaald. Dat in het blijft haar een project, maar dat is, het is dat... ook nooit af. Hè. Dus dat emancipatie-denken, ja. dat heeft geen einde. Dat is, dat is gewoon een. Uh, uh, dat zeggen ze ook allemaal: het is nooit af, het is nooit goed genoeg. De, de, de heteroseksuele witte man moet blijven bloeden voor, uh, voor zijn erfschuld. Mm. Ook al is dat uh, tien generaties verder, uh, of, of helemaal niet. Met slavernij of met de vrouwenonderdrukking en zo, weet je ja. al die sprookjes. Ja. Maar goed, kijk, waarom jij dat natuurlijk, waarom jij dit briefje hebt, uh, of die tweet hebt uh, geplaatst, is natuurlijk omdat dit de zoveelste is die afhaakt voor de komende. Nou, niet helemaal. Oh, okay. Want eigenlijk vind ik het al niet super interessant meer. Maar dat is even terzijde. Mm -hmm. ik, ik zie gewoon alle ratten die springen van het zinkende mm -hmm. schip en krijgen weer een andere een leuke positie. Hoestra ja. die gaat nu. Uh, Geloof ik, Timmermans vervangen, dat is het idee. En uh, we zien, uh, ja, de, langzamerhand begint zich dat allemaal wat te verdelen. En alle verantwoordelijken die hebben afscheid genomen, die zeggen ja. toen de Ludoki. Ja. Um, maar wat ik in deze wel interessant vond, is dat zij aanhaalt in deze brief, en dat staat hier onderaan ergens. Uh, dit zal, dat zal zonder mij zijn, een nieuwe politieke fase breekt aan. Daarom vind ik ja. dat het voor mij nu tijd is voor iets nieuws. Iets nieuws, ja. Maar wat is die nieuwe politieke fase? Ja. Dat vind ja. ik, uh, daar uh, heb ik wel mijn vraagtekens bij. Nou ja. Kijk, al die Kamerleden dat... die uh, vol tamtam hun afscheid aankondigen. He, dat, dat is natuurlijk wel een dingetje geweest. Er zijn er nu, uh, de teller loopt tegen de veertig aan. Mm. Die allemaal zeggen van, we komen niet meer terug. Ook bewindslieden. Ja, um, veel prominenter. Ja. ja, en toen dacht ik bij mezelf van... Uh, uh, die Tam Tam is nieuw, weet je, om dat allemaal met heel veel misbaar aan te kondigen, uh, om hun afscheid aan te kondigen. Ze moeten, moeten, met, een, met, een, ze moeten met een grote knal vertrekken. En want het, ze, ze hebben natuurlijk vier jaar lang of elf jaar lang, zoals zij, hebben ze alleen maar rottigheid uitgehaald. Ja. Uh, of ze hebben niks uitgehaald. Er zijn ook heel veel Kamerleden zoals die Lucille Werner, die je nooit hebt gezien en ja. nooit iets heeft gedaan. Ja. Dus uh, ja, ik, ik weet niet wat ze heeft gedaan, maar het viel niet op. <laughs> en... Uh, daar moet dan met een grote knal een soort afscheid uh, aan gedraaid worden. Zodat ze dan uh, misschien ook wel weer zich in de picture spelen voor een volgende baan. Hè, mm -hmm. dat zoiets zou kunnen, zoiets heel plats. Mm -hmm. De andere kant is dat ik denk: van, ja, dit, dit is dus iets nieuws. Maar het is toch wel vaker voorgekomen dat na verkiezingen. dat in één keer blijkt dat de helft van de Kamer gewoon uh, nieuw is. Of dat er in één keer 50 Kamerleden nieuw in de Kamer zitten van 150. Ja. Ja. Dat is toch wel eens vaker gebeurd. Daar werd vooraf niet met heel veel tamtam en tam rugbaarheid uh, allerlei afscheiden aangekondigd. Nee. Waarschijnlijk ook omdat er een hele hoop uh, kamerleden uh, er nog uh, op hoopte dat ze toch op een verkiesbare plek terecht zouden komen, en dat, dat heel veel dat, dat heel veel de, geschommel met die kieslijsten ervoor heeft gezorgd dat er heel veel nieuwe mensen opkwamen. Uh, en, maar, maar nu kiezen heel veel kamerleden er zelf voor. Maar volgens mij is het niet helemaal nieuw dat er in één keer heel veel een, een, een enorme exodus is. Dat zou heel goed kunnen, maar wat denk ik wel nieuw is, is het gaat nu echt om heel veel prominente mensen. En echt prominenten. Ja, maar en... Dat begon met Rutte natuurlijk, dat ze ja. zei van, nou jongens, ik ben zelf niet meer, uh, ik, ik ga er vandoor. Ja, ik en denk Ka ook... Kaag dacht uh, uh, dat ze hem uh, schaakmat had, maar toen uh. ging Rutte helemaal weg. Nou, toen ging Kaag ook weg. Ja. ja. Dus dat, daar begon het inderdaad mee. Dat waren de eerste domino's. Maar wat, wat we nu wel. We staan natuurlijk voor. Ik, denk, ik ben het in, in, te, in principe denk ik wel met uh, deze bewoording eens. Een nieuwe politieke fase breekt aan. Want we, we staan nu boven op de puinhopen van uh, zoveel jaar Rutte. Ja. En wie? Ja, Nu is Pieter Omtzigt erin gestapt, uh, met allerlei bedenkingen en uh, als en maren erbij. Want uh, hij wil en niet met die samenwerken. En hij wil dat niet. Ja. En hij wil geen premier worden. En ja. hij wil niet de grootste worden. En, uh, dus dat vind ik ook allemaal. Ja, dan denk ik, dan moet je niet de politiek ingaan. Ja, je maar wordt, ik, ik ben dus nog steeds benieuwd. wat voor uh, deel van zijn pokergezicht we nog niet gezien hebben. Hè? Dus we hebben. <laughs> We hebben een Pieter Omtzigt gezien die eigenlijk een beetje drammerig... Hè, met een burn-out en, en soms wat drammerig overkomt... en uh, ze, soms zijn gelijk haalt en dan, of heel erg verongelijkt... staat de stampvoeten in de kamer achter die microfoon. Ja. Maar uh, omdat hij dan iets krijgt wat hij, of niet krijgt wat hij om wat hij, wat hij, wat hij omvraagt. Maar we weten natuurlijk nog niet... Kijk, wat we wel weten is dat hij toen hij die burn-out had... Uh, hoorde ik gelijk diezelfde week al van bevriende mensen... Of mede, die hem ook goed kennen, ja. dat hij volop bezig was met Zoom-meetings over ja, nieuwe Ja, Dat zei je de vorige keer ook. Dat ja, heb ja. ik dus gezegd. En dat, dat valt dus wel op. Dus, uh, dat, dat doe je niet als je echt een burn-out bent hebt. En bovendien, als je echt een burn-out hebt, dan doe je zelfs twee, drie jaar later niet wat hij nu doet. Nee. Dan ben je echt wel ben je wel klaar voor de tweede helft van je leven. Hm. Want, want een echte burn-out, dan kom je. Niet zomaar met een paar jaar weer bovenop laat staan binnen een paar dagen. Zodat je gewoon weer volop energie hebt om. Nee, hij was gepiepeld. Hij zegt gewoon, ik meld ziek. de dokter schrijft al een burn-out verklaring en ik ga gewoon lekker achter de schermen bouwen. Ja. Dus dat, heeft, dat doet hij nu al volgens mij drie jaar. Mm -hmm. En nu komt hij dan met een met een beweging. En ik denk dat dat toch voor een groot deel allemaal in stilte opgebouwd is. En, ja. en dat hij. Uh, uh, verstoppertje gespeeld heeft. Daar neig ik toe. Ja. En dat kan nog altijd gelogenstraft worden. Dus het kan nog steeds zo zijn dat we wel naar de echte Pieter Omzicht hebben gekeken. en dat het toch een, uh, een zielig mannetje met een slappe rug is. Ja. En dat gaan we zien in de debatten met Timmermans en Thierry. En want dat zijn natuurlijk de drie kanonnen die straks uh, die, die verkiezingsdebatten gaan. Noemen. Ik, eh, als, als de FVD wordt toegelaten, ja. ja. Dat, ja de, de bedoeling is natuurlijk dat Ontzicht en Timmermans elkaar de kaas van het brood gaan eten. Mm. Maar eh, als Jerry Slim is, dan, laat hij daar, laat, dan gebruikt hij die twee om zijn eigen statuur en kaliber te, uh, tentoon te spreiden. Mm. Want uh, met alle respect, er is, niet, er is verder niet heel veel concurrentie voor hem. Nee, uh, op, op debatniveau denk ik niet. Nee, nee. nee dat, is, uh, dat is inderdaad. Uh... Maar dan, dan, om mijn gedachtegang een beetje af te. We, we ja. staan natuurlijk bovenop die puinhopen. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon één grote bende. Uh, wie gaat hier inspringen? Het zijn de puinhopen van 30 jaar paars eigenlijk. Hè, dit, wat we nu... ja. Die acht jaar ja. is 30 jaar geworden. Ja, nou ja. Van, van het liberalisme en ja. het kapitalisme en, en noem het allemaal maar op natuurlijk. Die gewoon echt. Uh, ja. Maar. Kijk, Pieter die focust zich nu heel erg op, op een nieuw sociaal contract en een nieuwe vorm van politiek. Ja. Maar wie gaat echt de problemen aanpakken? Ik snap wel dat al die dingen essentieel zijn om ja. dit nog een keer te voorkomen en dergelijke. En daar ja. heeft hij ook een heel goed punt mee. Ja. Maar hij, zegt, hij noemt het zelf ook, geloof ik, een plan van tien jaar. Maar dan denk ik: we staan op dit moment echt voor grote problemen. Nu. Ja, als dit tien jaar moet duren, dan is het, een, is het land klaar. Ja, dan, dan hoop ik ook inderdaad dat hij niet de grootste wordt en dat hij geen premier wordt en noem het allemaal. Want we hebben gewoon iemand nodig die nu gewoon echt uh, ja, de koe bij de ja. vat en wat gaat doen. Dan moet ik nog even terug naar die brief van, uh, van het ministerie van Financiën die jij de vorige keer er, erbij haalde. De brief van Onderaan. Kaag. Hè, ja. met, met, die, uh, met die punten. Een, een kwart ongeveer van die punten hebben we ook voorgelezen ja. over wat er allemaal. Ja. Dus de, de bedoeling is dat ze. Uh, dat het ministerie van Financiën een voorschot geeft op gebied van financiën aan thema's die in de verkiezingscampagne besproken en bedebatteerd kunnen worden door de verschillende partijen. Ja. En dat is alleen maar belastingverhoging. Ja. En dus ik vraag mij af waar de cadeautjes van Kaag zijn. Of van, uh, de, 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 Rutte had nog eens een keer het plan om een cadeautje te geven. <zijf> in de is er nooit van gekomen. Balkenende deed dat ook wel. Van Hij beloofde ook nog iets. We hebben toch twee jaar 130 mogen maar, rijden, of niet? Maar, maar het, is, het is zo <laughs> erg geworden dat, ja. dat dus. Er is een, een lijst van ongeveer. Uh... 116 maatregelen. Ja, 116 maatregelen. Ja. Ik wou zeggen, meer dan 100 ja. maatregelen. die alleen maar lastenverzwaring zijn. Mm. Geen enkele is een uh, voordeel. Dus het voordeel, wat, wat er, het cadeautje wat de kiezer zichzelf mag geven. Hè, door op één op of meerdere van deze maatregelen te stemmen. Mm. is de betere wereld, hè, het, het klimaat, de wereld redden. Mm. Dus er komt, er komt zo'n enorme druk waarschijnlijk in die verkiezingen. Op, dat, op die klimaatagenda, daar gaat, daar gaat zo op gehamerd worden... dat de kiezer eigenlijk zichzelf moet gaan verlossen... door op een waanzinnige lastenverzwaring te stemmen voor hemzelf... maar daarmee de wereld te redden. En, ja. en dat, dat wordt dan waarschijnlijk de teneur. En, um, hmm. en, en dat, is, dat is natuurlijk... Ja, weet je, dat, dat, is, dat is verschrikkelijk. De, de, er, is niet, er is nog geen partij die zegt... en omzicht heb ik daar ook nog niet over gehoord van jongens, als ik aan de macht ben, dan betaal je gewoon de helft minder belasting. Nee. En dan gaat, gaat drie kwart van de ambtenaren naar huis. Dat heb ik nog niemand horen zeggen. Dus waar blijft dat hele, hele grote cadeau... waar we met z'n allen op zitten te wachten... dat die overheid gewoon helemaal afgeslankt wordt... en al die ambtenaren die gaan maar op die, op die aan wal gesleepte kotters... en die gaan ze maar weer, gaan ze maar weer lekker vissen in de, in de Noordzee... Ja. En uh, gaan ze maar weer zorgen dat die visquota op peil komen. Maar <coughs> er, is, er is genoeg te doen in het land. Hè? Er schijnen heel veel vacatures te zijn. Mm -hmm. Wel, welke uh, verkiezingscampagne gaat er werk van maken. dat we af zijn van die enorme parasitaire staat. Ja. En met die waanzinnige, dat waanzinnige waterhoofd waar we. Wat zo enorm op die bevolking drukt en op onze belastingen en op ons inkomen, op ons vrij ondernemerschap. Mm -hmm. uh, het, is, het is gewoon niet te geloven wat je allemaal af moet dragen en wat er, en wat er dus nog aan maatregelen staat te komen. Ja, en dat we, is echt verschrikkelijk. Wat hier voor ons ligt is natuurlijk gewoon het D66-paradijs. Dat, 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 dat is die lijst. Ja, maar dat maar... zijn toch de ambtenaren die dat doen. Kijk, Ka ja. Kaag is verantwoordelijk. Dus je kunt zeggen in zekere zin dat het het D66-paradijs is. Maar dit, je, als je het serieus moet nemen, en het is serieus bedoeld... dan ja. is het uh, het voorstel van het ministerie van Financiën. Dus de ambtenaren daarvan hebben al deze plannen uitgewerkt. En dat gaat de politiek echt wel te boven. Dit zijn gewoon wat, amb wat de ambtenarij ziet als mogelijkheden om de schatkist... Uh, zo vol te krijgen dat ze kunnen doen wat ja. ze heel graag willen met die schatjes. Maar in dit geval denk ik toch echt, hè. ik denk als überhaupt 10% hiervan doorgevoerd wordt, dan, dan wordt het land te klein. In dat, ja. in dat opzicht volg ik denk ik Ab flipsen. Nou, dan hoop je Wie... bijna dat alles doorgevoerd wordt. Ja. Hè, kijk, maar dan ja. gaan we nog even heel kort een aantal punten opnoemen, want dan, dan weet u wat er allemaal bij u op de deurmat gaat ploffen. Ja. Er, een, er zijn negen uh, hoofdstukken, en uh, dat, daar zijn dus 116 maatregelen over die negen hoofdstukken verdeeld. Nou, alles wordt uh, extra nog gefiscaliseerd en belast. Uh, alle voordelen, giften aftrekken, uh, dat gaat ook allemaal verdwijnen. Dus afschaffen van geven uit de vennootschap. Dus als je nu, nu kun je van BV naar BV bijvoorbeeld gewoon uh, belast, onbelast uh, geld doorschuiven. Dat is allemaal dat, ja, geven. Uh, maar je kunt ook een gift doen. Hè? Dus zakelijk kun je een gift doen ja. voor inkomstenbelasting. En dat wordt dan niet aangeslagen. Maar dat, dat moet allemaal aangeslagen worden. Ja. Nou, dat is best wel een, een, een financieel dingetje. Dat weet u misschien zelf ook wel. Dus arbeid en inkomen worden, zijn er 21 maatregelen. Uh, dan heb je hoofdstuk 2, het vermogen. Ja. Uh, familiebegrippen in schenken en erfbelasting. Gelijktrekken tarieven kinderen en kleinkinderen schenken erfbelasting. Familiebegrippen in schenken erfbelasting. Uh, afschaffen, vrijstellingen en heffingskorten voor groen sparen en groen beleggen. In box 3. Afschaffen, startersvrijstelling, OVB. Afschaffing, verlaagd tarief, woning, niet starters, OVB. Afschaffing, verlaagd tarief, woning, niet starters en startersvrijstelling, OVB. Het vrijstellen van woningen als hoofdverblijf voor de overdrachtsbelasting. Uh, dat moet allemaal afgeschaft worden, weet je. Klimaat, dat zijn maar liefst 23 uh, voorstellen die daarover staan. Alles wordt belast. Hmm. Gewoon, ja, is gewoon klaar. Weet je, dat ik, wat er niet onder valt, dat, uh, dat, zou ik, dat zou ik zo niet zien. Dan heb je mobiliteit, dus je vervoer. Ik vind wel dat je daar heel snel overheen fietst. Ja, maar dan weet je, het is zo deprimerend dit. Het, het maar is... ik denk juist dat dat kopje doe. klimaat. Ja? Ja, doe maar eens. Doe daar, jij gaan, nou... daar gaan ze hard op inspelen, vak ik. Je hebt een mooiere, zwoelere stem, mijn hoofd. Oh, oh. dus. En dan moet ik wel iets rustig anders dan. Uh. Ja. Maar uh, ja, de, punt 1 is al consumptiebelasting vlees. Dat, de, de, dat is al, de vleestaks. De vleestaks. Hoppakee. Ja, ja. Uh, je hebt die plasticheffing. Nou, we zien dat nu in alle snackbars gebeuren al. Mm -hmm. hey, en die alle blikjes met statiegeld. Blikjes met statiegeld, ja. noem het allemaal maar op. Ja, ja je eigen. Hoe, kom je nog wel eens bij een snackbar? Of niet? Ja, ja, ja helemaal. Maar, ja, maar, maar ja. hoe zit dat nu? Nou krijg je niks meer in een bakje mee. Wat ja, moet, kartonnen er... bakjes. Oh ja, oké, okay. dus dat mag nog wel. Ja. Maar ook okay. papieren tasjes, kartonnen bakjes, noem het allemaal maar op. Houten vorkjes. Dus ja. met andere woorden, ja. <laughs> ik, ik vind het zo krom, want we hebben natuurlijk gewoon een olieproductie. En uit olie komt ook plastic. Maar we gaan nu houten vorkjes maken, want plastic vorkjes... Waar gaat dat plastic heen? Ja, maar plastic is een bijproduct van olie. Of olie is een bijproduct van plastic. Ja. Maar die twee zitten aan elkaar. Ja. En dus als je olie produceert, produceer je plastic en andersom. Dus het moet wel ergens blijven. Nou ja, dus en dat soort dingen. Wordt, wordt, als de, industrie, de olieindustrie het weggooit, ja, waarom zouden wij het dan niet mogen gebruiken en weggooien? Nou, en... Even... Wij zijn niet vervuilend, hè. De, de, de Yangtze en de, en de weet ik veel wat, die liggen vol met uh, plastic tasjes. Maar, maar de Rijn niet. De nee. Noordzee niet. Nee. Wat ik ook een interessante vind, is die aanscherping CO2-heffing afvalverbranding. Ja. En mijn vraag is dan, wat gaat daar allemaal onder vallen? Want wij verbranden het afval van uh, Italië. Ja. Oh, ja, precies. Ik noem maar wat. Ja. Dus uh, hoe ga, gaan we dat nu belasten? Gaan we dan Italië belasten? Terwijl we al bezig zijn met Italië te financieren zo'n beetje. Ja. Uh, wat, dit zijn hele rare punten natuurlijk. Ja. Is, is... Uh, die de CO2-heffing voor industrie wordt aangescherpt. Extra, 4 megaton extra reductie ten opzichte van de voorjaarsnota 2023. Mm. Dus CO2-uitstoten voor industrie wordt ook echt een groot probleem. Ja. Dus al onze productie gaat belast worden mm. en gaat dus verdwijnen. Ja. ja, want we zien: kijk, we zien nu dat de productie in lage lonenlanden. die lonen gaan langzamerhand omhoog omdat die mm. mensen betere economieën krijgen. Mm -hmm. ja, dat hebben we in China zien gebeuren, dat zien we in andere landen gebeuren. Maar nu. Komt het, dan komt de productie natuurlijk automatisch voor een gedeelte terug, zou je zeggen. Ja. Maar dat gaan we dan weer belasten. Ja. En die auto's, hè, dus dat we betalen al waanzinnig BPM voor, voor auto's. Uh, maar die wordt vanaf 2025 wordt die nog gewoon verdubbeld. Ja, die, ja, die ja, dit zit is echt bizar. In vergelijking met, met Duitsland. Dus ja, die. Uh, die journalist van de NRC en de Groene Amsterdammer, Bas van Putten, die volg ik. Dat is een muzikoloog, echt ja. een ongelooflijk goed ingevoerde muzikoloog. Mm. Uh, hij is ook op leeftijd, dus hij kent ook... Nou ja, op leeftijd, hij is ergens eind 50 of zo. Mm. Maar hij heeft een waanzinnige, uh, waanzinnig archief, zeker ook in zijn hoofd. Oké. Okay. Uh, dus dat is op, op klassieke muziekgebied ontzettend leuk. En, uh, en hij is soms ook ongelooflijk botreactionair, dus heerlijk om te volgen. <laughs> um, die schrijft voor NRC over auto's en, voor, en soms ook over klassieke muziek. Hmm. Dus hij doet iets heel bizars. Hij doet over auto's met klassieke muziek. Ja, Goed, dat kan niet. Maar die, um, die had laatst dus ook... Um, volgens mij op Instagram had hij gezet... dat het Nederlandse wagenpark het oudste is in Europa. Maar een van de oudste wagenparken. Dus wij rijden in de oudste auto's rond. Hmm. Uh, nou ja, misschien... Van, de, van het beschaafde westen, zeg maar. Ja. Dat is bizar. Wij hebben gewoon geen geld om nieuwe auto's te kopen. Nou, of, of wij onderhouden ze goed. Nee, wij uh, onderhouden ze ook niet goed. Oh, okay. uh, nou, en niet beter dan anderen. Hmm. Nee, we, er is gewoon geen geld om gewoon goede nieuwe auto's te kopen. Okay. Wij halen uh, Onze tweedehands markt, weet je waar wij onze auto's vandaan halen? Nieuwe auto's. Of tweedehands auto's. Ja, Duitsland. Duitsland, ja. ja, ja. ja. Dus heel veel autoverkopers die, uh, die halen via veilingen of gewoon via de handel uit Duitsland mooie tweedehands auto's weg, hmm. maar nieuw Nederlandse auto's die heb je niet meer zoveel. Nee. Want daar wordt waanzinnig veel BPM over betaald. In Duitsland niet. Als ze in Duitsland een paar duizend kilometer gereden hebben, kun je ze gewoon mooi invoeren voor een goede prijs hmm. en ook wel, wel lekker verkopen. Want de tweedehandsmarkt in Nederland is uh, knettergek. Ja. Net als met caravans overigens. Er zijn, er zijn echt meer oververhitte markten. He, dus er, zijn nog dus er zijn een familie van mij, dat is, ja, ik heb een deel van de familie... die is helemaal uh, caravan-gek. Mm. Ze kamperen, caravans, campings, et cetera. Niet aan mij besteed, maar ik vind het ik vind wel gezellig. Weet mm. je? Dus het ziet er heel gezellig uit. Maar die zeiden dus van... Um, uh, caravans, uh, als je twintig jaar, gel nee, jaar geleden een nieuwe caravan kocht... voor pakweg uh, 30, 20, 30.000 euro... die zijn op dit moment exact hetzelfde waard nog. Ja. Ja, die markt is en echt... als je die nieuw ja. wil kopen, betaal je 60.000 of, ja. of 50. Ja, echt heel duur. Ja. Klopt. Grappig verhaaltje trouwens over tweedehands auto's. Mm. Um, een uh, kennis van mij die, uh, die had uh, zo'n Toyota hybride. Gewoon zo'n mooi standaard autootje. Mm. Ja. En uh, die, uh, die wil graag een andere. Dus <coughs> die dacht: ik ga dat ding particulier verkopen. Mm. En die heeft een beetje op marktplaats zitten kijken. Zet dat ding erop voor 12.000 euro. Binnen een dag, reactie bleek dus een autohandelaar te zijn. Die, ja. wou die, nou, die kocht hem gewoon voor de vraagprijs. Zo. Ja. Twee en dagen later staat die auto weer online voor 15.000 euro. En ook zo weg. En ook weer, ja, ja, waarschijnlijk wel, ja. Dus je ziet gewoon dat die autohandelaren ja. in die tweedehands... Die tweedehandsmarkt is echt chaos op het moment. Ja. En die mensen weten gewoon wat ze kopen. En ja. die, zeggen, oh, die denken, oh, dat is interessant. Kom. Ja, maar dat betekent dus dat, dat er steeds groter deel van de bevolking eigenlijk geen toegang meer heeft tot een eigen auto. En die, en die rijden dan zo'n auto verroest koepblik. Omdat ze gewoon geen kans hebben om, dat, om die twee oude tweedehands auto te vernieuwen. Ja. Dat is niet te betalen. Hm. Dat is echt niet te betalen. En. Uh, de, en dat is dus de reden dat die Bas van Putten uh, op Instagram vertelde... van, nou, de, ...het Nederlands Wagenpark is ook echt het oudste van uh, Europa... ...of van de, van de, mm -hmm. misschien wel van de westerse wereld. Wij hebben geen geld in doorsnee, gemiddeld niet... ...om nieuwe auto's de garage uit te rijden. Weet je wat wij wel hebben? Al die uh, financial lease, uh, hè, dus al die bedrijven. Uh, ja. Het verbaast mij altijd hoeveel mensen er niet lease auto's rijden. Mm -hmm. Dat hebben wij natuurlijk wel. En ik weet niet hoe dat in andere landen is... Uh, ja. Nee, en ik weet ook niet hoe die dan weer op de tweedehandsmarkt belanden. Maar uh, op, op zich hebben we natuurlijk geen. Uh, uh, we, we hebben niet. Een, een gemiddelde Nederlander, als je in de middenklasse zit. die moet wel heel erg zijn best doen om te zeggen. van nou. Uh, ik ga elke vijf jaar gewoon 40.000 euro opzij leggen. voor een, uh, nieuwe auto. Nie een nieuwe auto. Je bedoelt voor je energierekening? Geen idee. Ja. Nee, maar, kijk, een elektrische auto is dan nog duurder. als je er ja. een gezinswagentje voor wil kopen. maar een. Een, een leuke, gemiddelde station wagon voor, voor een, 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 een paar met twee, drie kinderen. Dan ben je toch 40.000 euro verder, of niet? Ja, 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 dat denk, ja. Ja. ja, dan zit je wel, denk ik, in het iets hogere segment. Maar ja, je ja. bent zomaar kwijt. Ja. Ja. Klopt. En daar komt bij, je, je bent volgens mij in de eerste drie jaar... ben je gewoon 30, 40 procent van de waarde kwijt. Ook dat, is dus gewoon weg. Ja. Dus het is totaal niet aanlokkelijk om nieuwe auto's te kopen. Nee. Maar ja, goed, dat, dat was natuurlijk altijd wel zo. Hè, dat je hem de garage uitrijdt. en dan kon je lachend uh, tegen je vrouw zeggen. Van, oh, joh, hij is nu alweer de helft minder waard. Ja. Maar dat, die tweedehandsmarkt is natuurlijk omhoog gekomen. Dus hij is meer waard. Hm. Maar dan nog is het, ja. als je als privé uh, 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 je als je privé je auto doorverkoopt op marktplaats is dat minder dan als je dat als dat via de handel gaat. Dus dat, uh, in de garages zijn ze toch je koopt toch iets met garantie en zo. Mensen gaan toch liever naar de garage om een auto ja. te kopen. Wat mij wel heel erg opvalt is vooral dat uh, het iets hogere segment auto's uh, die als je nou een Youngtimer koopt bijvoorbeeld die kosten eigenlijk geen drol. Jij Hele. er een? Ik heb er een. Ja. ja. Maar je koopt een auto, alleen dan kijk je naar het verbruik, dat is wat hoger. Nou, die, dan zie je dat die markt is echt verschrikkelijk slecht. Je kunt een hele mooie auto kopen voor mm. heel weinig geld. Ja, ik zou tegen, dat... tegen vrienden die dan uh, beginnen, hè, dus die zitten net, zijn net een paar jaar aan het werken. en die zijn zat van hun uh, Toyota iGo Ja. Ik zeg, joh, ga, ga gewoon een, een youngtimer Lexus kopen, je hebt er nooit wat mee. En, uh, ja. en, en oké, okay, je hebt een dikke motor erin, dus hij ligt lekker zwaar op de weg, je rijdt als een vorst, het, uh, het is misschien wat gedateerd hoe het er allemaal uitziet. Ja. Maar het rijdt fantastisch. En uh, ja, jij hebt een mooie Rover, ik heb een mooie Bentley. Weet je, dat is allemaal op leeftijd is het best wel uh, te betalen. Ja, ja. ja alleen ja, de, de kosten van het rijden die worden ste Kijk, uh, ja. volgens mij komt er in januari weer 10% over de brandstofprijzen heen. Als ik me niet vergis. Nou, ja. volgens mij was het afgelopen week al. Nou, dat is, uh, we hebben, was dat 1 juli? Toen is die, vorig jaar hebben ze een korting ingevoerd. Hmm. En die hebben ze er afgehaald per 1 juli. Oh. En we krijgen nu nog weer een verhoging van 10 procent, als ik me niet vergis. Kijk, je betaalt dus altijd weer voor je eigen cadeautjes. Ja. 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 Dus uh, dat is, in de wandelgangen heb ik dat voorbij horen komen. Kijk, nou, dat, kan, dat kan niet missen, want uh, als je deze lijst ziet. <laughs> ja. ja het, gaat, het gaat ook maar door, hè? Ja. Het gaat maar door, ja. ja het is... Dus die BPM's die worden verhoogd, die worden gewoon keer twee, dan hmm. gaat dat, de BPM. Ja. Uh, Afschaffen, teruggaafregelingen BPM. BPM-tarieven van uh, uh, die FEF's, dat zijn die hybrides hè? Ja. Ja, Wordt verhoogd. Ja. Uh, die Mitsubishi Outlander, die hadden zo'n VEF. Yeah, VEF ja, FEF stond erop, ja. ja. Waar staat het ook alweer voor? Electric vehicle. Ja, uh, yeah. hybrid electric vehicle. Ja, P uh, weet ik niet. Uh, meer. Ja, nee. Maar ah, oké, okay, goed. Als u het weet, laat het achter in de commands. En daar moet ik ook nog even op terugkomen. Flores. Flores, wat dan? Ja, die heeft ook ruzie met Rollo praten. Flores Weijers van de commands. Ja, die heeft daar afstand van gedaan. Commons. Ja, ik denk toch dat hij iets te veel tegenspraak kreeg vanuit zijn bubbeltje. Dus ja, je ziet wel, die jongens zitten ook in strijd. Ja, Hij heeft een hele groei van dat kanaal van hem is daaraan te danken. Ja, ja, ja. En ja. nou, die, die, die Floris is gewoon... Uh, kijk, je kunt wat van Jan en Dennis vinden. <laughs> maar man, wat is, wat is dat een verlopen relnicht, hè, die Floris. Ja. Dat, is uh... dat maakt het dan ook wel weer gigantisch grappig natuurlijk. Maar hij begint zichzelf nu daadwerkelijk serieus te nemen. Dat, uh, ja. nou, hij, heeft, uh, hij is uh, natuurlijk begonnen met pure luxe. Ja. En waarschijnlijk liep dat niet helemaal. Dus is hij een YouTube-kanaal bijgestart. Ja. En dat kwam redelijk van de grond, maar hij wou echt een forse groei eh, doormaken. Dus dan ging je bij rollopraat zitten. Heel... Maar ja, dan weet je gewoon dat je wel te grazen wordt genomen. Daar is geen e eergrens of zo. Van ja, doen, dit doen we niet. Hè. Dit nou, blijft onder de tafel en dit bespreken we wel. Nou, Daar gaat alles over de tafel. Nou, kijk, in principe, wat wij een beetje dan op politiek niveau doen, zeg ik wel eens. Hè, dus overal tegen aanschoppen, proberen dingen omhoog te krijgen, de, de pijnlijke punten benoemen. Mm -hmm. Dat doen hun natuurlijk in de showbiz-wereld. En daar, dat is natuurlijk één ja, grote... Uh, dat mag ik de uh, ja, mag Ja, ik letterlijk, ja. 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 Nou, en daar, daar zwermt een hoeveelheid bagger en drugs rond waar... Uh, dus, ja, dus uh, op het moment dat je daar tegen zere benen gaat schoppen... Ja, dan uh, word je dat niet in dank afgenomen. Klopt. Ja. Ja. Even maar ja kijken, dan. Hoor. Nou ja, goed. Uh, ja, Floris Weijers, ja, weet je, ik, ik, uh, ja. ik zie het niet. Kijk, ik heb ook zo'n YouTube-app op mijn telefoon. Ja. Ik kijk weinig YouTube op mijn telefoon, maar je krijgt altijd die shorts. Als je op een mm. of andere manier, kom je gelijk in die shorts terecht. En dan ja. zit dat, wordt dat dan gelijk maar doorgeplemd. Alhoewel ik volgens mij, ik weet niet eens of we geabonneerd zijn op zijn kanaal. Denk dat is niet. het TikTok-model, hè? Dat heeft YouTube ja, nu precies. geïntegreerd. Ja, en dan ja. zie je allemaal van die rare shorts. Ja. ja. Maar goed, het, uh, het, zal, uh, het zal wel zo, weet je? De, uh, het is ook niet heel interessant. Het gaat met name om die. Uh, kijk, er zit veel geld in Amsterdam en de grachtengordel en dat weet hij. Hmm. Uh, dus die, daar probeert hij een beetje, uh, hij probeert daar een beetje tussen te komen. Weet je? Dus de vastgoedjongens en, en. Volgens mij is het ook een blad, hè, pure luxe. Ik ja, dat, dat zou wel of, kunnen. Ja. Ik weet ja. niet of hij dat nog heeft hoor. Maar. Ja. maar om door te gaan met uh, onze kopjes. Ik zag uh, kopje 5 is uh, landbouw. En dan zie je dus herinvoeren grondwaterbelastingen. En grondwater is dit moment ook een hoop over te doen. Oh. En uh, vanuit de partij van Wiebren van Haga, BVNL, daar yeah. zijn ook een aantal mensen die zijn heel erg bezig met het grondwater. Yeah. Uh, en we hebben oh. dus ook die waar waarvan alles mee schijnt te gebeuren. Uh, op het moment dat het te hard regent worden die dingen opengezet, anders yeah. stroomt je toilet over. Yeah. En dat wordt gewoon geloosd in het oppervlaktewater. Oké. Okay. Dus als bijvoorbeeld uh, ja, in Amsterdam hebben toch ze dan Dat is heel erg voor regen. Het, het, riool, oh, het riool. Wordt geloosd ah, ja, okay. in het oppervlaktewater, omdat die ah, ja. riool overstorten, dat dan niet ja, aan ja, kunnen. Ja. Ja. Dus dan zwem je als je in Amsterdam dan in de gracht gaat zwemmen, zwem je letterlijk tussen de het ja, ja. Dat heb je, je, toch, wat, heb je he? toch overal in oppervlakte. Nou, daar schijnen ja. wel bepaalde dingen mee mis te zijn. Okay. Maar daar krijgen we dus een grondwaterbelasting op. Die gaat ook weer komen. En op ja, de oppervlaktewatergrond, wat, daar ja, ja, ja. zit natuurlijk wel verschil in. Maar ja. we hebben het allemaal over watervervuiling, dit, zus en ja. zo. En ik zie dat de laatste tijd al steeds meer gebeuren. Want we krijgen de provinciale belastingen, de gemeentelijke belastingen. En je wordt op je water ook al veel meer belast dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ja. Als ik dat gewoon vergelijk. Ja. Dat zijn ook weer van die dingen. En we vinden het allemaal logisch. Ja, we gebruiken toch allemaal water. Ja, uh, ja. het moet ook gezuiverd worden. En noem het allemaal maar op. Maar het is wel betalen, betalen, betalen. Uh, belasting op kunstmest, dus dierlijke mest wordt verboden. Yeah. Kunstmest mag wordt je vrij storen, uh, yeah. strooien, maar het wordt wel belast. Yeah. Uh, belasting op het houden van dieren, dus elke hobbyboer yeah. wordt op deze manier ook gewoon. Je hebt een paardje staan, mm -hmm. je hebt een geitje staan, je hebt een paar schaapjes lopen, betaal maar. Ja. Je het hebt is natuurlijk de hondenbelasting al voor. voor de... En, uh, en terecht ook hoor, weet je, die, uh, over, die honden scheidt overal. Dus niet overal, hè? Nee, oh, is dat zo per, ja, te, per uh, gemeente? Is dat uh, een ja. gemeentebelasting? Ja. Kijk, dat wist ik niet. En uh, katten, worden die ook belast? Ik vind dat eigenlijk N veel smeriger. Katten. Nog niet. Katten. Maar niet dat ik weet, in ja. ieder geval. Maar uh, dat gaat dus gebeuren. Hm. Want belasting op het houden van dieren, ja, dan weet je gewoon wat... Uh, nou, ja. Mensen in de stad met een kat, weet je, ik vind, ik vind eigenlijk niks erger dan dat. Nee. Ik ben in de stad opgegroeid natuurlijk. En ik, ik ken nog al die buren die altijd een kat hadden. Hm. Die beesten scheiden overal behalve in hun eigen tuin. Ja. Daarom moet je ook zelf een kat nemen. Nee, want het zijn beesten. Tuurlijk neem je niet zelf, niet zelf een kat. <laughs> ja, ja, ja. ja, als je en een goede kat hebt. Ik vind je, het zo smerig. Ook in huis, weet je, die kattenbak en al die haren. Ik vind het zo smerig altijd. Ja. Beesten in huis, kom op zeg. Zelf, zelfs boeren zijn beschaafder dan dat. Mm -hmm. Oké. Okay. Oké, okay, uh, <laughs> nou dan heb je de woningmarkt. De verlaagde btw-tarieven, nou dat is, ja. allemaal, dat is allemaal afgeschaft. Dat zijn eigenlijk, er blijft eigenlijk niks over in, uh, in het verlaagde btw-tarief. Alle btw-tarieven worden verhoogd naar 21%. En wat er nog overblijft van in het verlaagde tarief gaat het naar 12%. Dat hm. was al 9, was ooit 6. Dus dat ja. is in een aantal jaren tijd ook gewoon even lekker verdubbeld naar die 12%. Klopt. En bovendien gaan er heel veel goederen uit. Dus waarschijnlijk gaat u voor de boeken gaat u dan ook 21% betalen. Maar die prijs van 6 naar 9%, die btw-verhoging van een paar jaar terug... die hebben we niet berekend in de bestaande prijzen. Die nee. hebben, hebben wij betaald. Dus ja. als, als uitgever die, en als boekverkoper hebben we die betaald. Ja. Maar dat, dat is wel waanzinnig. Kijk, en dan kom je uiteindelijk, als dat allemaal eruit gaat... en het gaat naar 21%, hmm. ja, dan, dan, kom, dan betaal je voor een... Voor een boekje van, zeg, zeg dit boekje, dat kost nu, geloof ik, 22 euro. Wat ik eigenlijk ook al te veel vind. Ja. Maar je hebt die verhoging in de papierprijzen gehad, de verhoging in de, in de BTW. En dan kom je er eigenlijk al niet meer onderuit. Maar dat gaat dan van, uh, als ja, stel dat dat naar 21 gaat, dan wordt dat dus uh, 2,5 keer meer BTW. Ja. En dan ga je voor zo'n boekje 6, 27 euro betalen. Ja. Knetter. Ja. Hij. Uh... Hij, is trouwens, uh, hij staat in de Blauwe Tijger webwinkel voor 23 euro. 23, kijk. Ja, ja dat meende ik ook al. Ja. ja. Maar ik vind, ja. kijk, dat, dat is dan één ding. Ja, maar vroeger betaalden wij gewoon voor zulke boeken. Uh, kijk, toen ik begon met de Blauwe Tijger, zou ik dit op 20 euro gezet hebben of 1950. Ja. Maar er zijn ook tijden geweest dat de boekenmarkt gewoon al goed was. Een 6% btw erop. Mm. En dat, je, dat dit gewoon voor 15 euro of 20 gulden. Ja. 22 gulden in de jaren 90, hmm. maar niet meer. Nee. Dat, dat lag er gewoon voor in de winkel. Dus we hebben niet alleen maar een verdubbeling in de kosten gehad voor, uh, voor bier, en, uh, dat, maar ook boeken. Dat is eigenlijk gewoon allemaal keer twee gegaan ja. met, toen het euro werd. Maar wat ik vooral heel erg vind, is, is die uh, afschaffing van voedingsmiddelen <coughs> en water. Ja. Gewoon de hele basale dingen. Ja, ja, dat betekent gewoon dat het leven voor iedereen gewoon echt een stuk duurt. En als je al kijkt hoe hard de, alle supermarkten draaien recordwinsten. Ja. Alle prijzen gaan door het dak. En we krijgen gewoon vanuit de overheid, in plaats van dat ze proberen de mensen te helpen. Mm -hmm. Zeggen ze gewoon van bam naar 21 procent. Die zitten allemaal op laag tarief, hè, voedingsmiddelen. Klopt. Ja, eerste levensbehoeften. Ja. Ja, nee, dat uh, gaat allemaal uh, lekker duur worden. Maar ja. nou, goed, kijk, we hebben natuurlijk de vorige keer ook al heel veel dingen behandeld. Ja, ja, ja. Ik stel voor dat we gewoon naar de. Hoe kwamen we ook alweer hierop uh, met, die, uh, met die lijst we Ja, jij een... wou daar nog even op terugkomen. Ja, maar maar ik al... weet ook niet we meer precies al hoe. Een, maar... een bruggetje vandaan. Ja, maar dat klopt. Ja. Maar we hebben het. Uh, dit is toch wel heel essentieel. Ja, ja absoluut. Ja. Dus dat. Uh, ja. ja. Dan dan, uh, nou, dan... nou vind ik één. Ik wil trouwens één wat uh, punt benoemen. Dat is het 9.1. <tus> Uh, dat is de toekomst toeslagenstelsel en dat valt onder de fundamentele herzieningen. Yeah. En oh, ja. Daar wil ik wel een punt onder noemen. Dat ik vind ons toeslagenstelsel vind ik ook compleet bizar. Ja, dat hele onderscheid tussen heffingen en heffingskortingen en toeslagen en zo. Niemand weet meer wat dat is. Is het nou een voordeel of een nadeel? Moet ik betalen of krijg ik iets? Ja. Ja, dat, 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 is, uh, dat het is een hele bizarre hervorming geweest destijds, die, dat belastingstelsel. Het is alleen maar moeilijker geworden. Het heeft veel meer macht bij de Belastingdienst neergelegd. Nou. En er, er loopt nog meer geld over de Belastingdienst dan voorheen. Ja. Ook om dingen weer terug te geven. Mm -hmm. Dat moet helemaal niet. Nee. Weet je, uh, dus ik ben ook inderdaad... Pak gewoon wat je wil hebben, maar hou dan op met ook weer herverdelen. Hou, hou er gewoon mee op, weet je. Nou, Het is natuurlijk mensen afhankelijk maken van ja. die staat. Nee, uiteraard, en... daarom. Dus in dit opzicht wil ik dit kopje wel specifiek benoemen. Want dit zou dus een punt zijn. Als je dit fundamenteel wil gaan herzien. Eigenlijk zou het hele toeslagenstelsel afgeschaft moeten worden. Ja. En moeten, moeten er gewoon belastingverlagingen komen. Ja. Dat is mijn. Uh, nou ja, wat ik in het begin. Oh ja, daar kwamen we erop natuurlijk. Dat, dat ik zei: van welke, welke durfval gaat nu opstaan. En zeggen van jongens, het is genoeg geweest. We gaan alles halveren. U gaat nog maar. De helft betalen, aan BPM, die BPM wordt gehalveerd. Ja. We gaan de uh, benzinekosten en de accijns, we gaan, we gaan een, max, een plafond instellen voor, uh, voor de olieboeren. Voor de prijzen die ze hier mogen betalen. Ik bedoel, welk land doet het niet? Hongarije en Italië is ook goedkoop tanken. Kun je voor 1,30 een liter in je, in je tank gooien hmm. of 1,40 of ja. 1,50. Maar dat, dat, dan houdt het wel op. Als je in Hongarije woont, de, dan krijg je nog eens extra korting. Dan heb je gewoon betaal je bij de pomp. Um, dan krijg je extra korting. Dus buitenland... Oh, er zit een soort toeristenpremie ja, op. Ja, uh, ja. Dus okay. de prijs die je ziet, dat is het geld of het bedrag wat, je, wat iedereen betaalt. Als ja. je ingezetene bent van Hongarije, dan krijg je daar een korting op. Hmm. Hè, maar Waarom kunnen zij het wel en wij niet? Waarom moeten wij allemaal drie keer zoveel betalen voor, de, voor dingen die we niet nodig hebben? Uh, dus die, natuurlijk die hele klimaatswendel uh, met de windmolens en de 38 miljard of 28 dat gepresenteerd is. En het, de 20 miljard die de overheid heeft vrijgemaakt om uh, landbouw aan te pakken. Nou, de provincies hebben al teruggekoppeld dat ze voor die plannen 60 miljard nodig mm -hmm. hebben. Ja, maar dat gaat er ook komen. Ja. Dat weet ik niet, want op een gegeven moment kan het gewoon allemaal niet. Ja, maar het enige wat op dit moment gratis is, is geld. Ja, voor de overheid. Ja, ja. Maar dus als je dit ziet, denk je toch wel van uh, al die verhogingen: 116 maatregelen die alleen maar geld in de schatkist moeten brengen. Alleen die verhogingen uh, wijst, wijzen erop dat geld dus zeker niet gratis is. Kijk, de overheid moet ook de geldmarkt op, moet ook geld lenen. Die kan, ze kunnen wel zeggen, ja, Frankvoort print wel bij. Maar zo, zo simpel werkt het natuurlijk ook niet. Ze steken zich tot in de nek in de schulden. En, uh, ja. en ja, ergens moet het natuurlijk wel weer weggehaald worden. Dus de boekhouding moet wel. Je kunt wel iets <coughs> marchanderen, maar je kunt niet zeggen van uh, geld is gratis. Dat is het niet. Nou, maar kijk, ze zijn gewoon natuurlijk op voorhand aan het budgetteren voor de aankomende crisissen. Crisis. Ik denk dat ze zich zo en... ongelooflijk diep in de schulden hebben gestoken. Dat ze zo verschrikkelijk veel geld uitgegeven hebben in 13, 14 jaar Rutte. Dat een volgende premier totaal de schaak is. Ja. En dus die moet uiteindelijk gewoon de, die schulden gaan terugbetalen en maatregelen gaan treffen. En uh, misschien moeten ze wel de, de euro gaan afwaarderen. De, de, dat, kan, dat kan allemaal, maar dat moet dan in Duitsland gaan gebeuren. Ja. Maar er moet natuurlijk ergens een prijs betaald worden voor al die uh, honderden, duizenden miljarden die uitgegeven zijn aan, aan kul. Totale kul. Ja, ja maar ja, het balletje is natuurlijk <tus> iedere keer doorgeschoven van de. Van de... We hebben dat natuurlijk vanaf de Nederlandse centrale bank naar de ECB. En de ECB schuift het nu weer door richting de BIS en noem ja, het maar op. Ja. Die, die schulden worden steeds doorgeschoven. Ja. En dan beginnen ze weer met een schone balans. Kijk, een, een, durf, een premier die een echte durval is, hè, dus als, mocht omzicht te worden, hij zou echt pas een, een held worden wanneer hij zegt: nee, degene waar wij al die honderden miljarden aan verschuldigd zijn, die gaan wij dagen. Die gaat voor het, uh, die gaat voor het hekje. Die heeft dus met de vorige regeringen, heeft hij samengezworen om Nederland in de schulden te steken. Ja. En het lijkt, het lijkt verdorie wel een Afrikaans land, weet je, waar een of andere dictator gepemperd is door het grote geld. Zijn, zijn land en zijn hele economie in de waanzin stort en zelf rijk, euh, zichzelf verrijkt of zijn vriendjes verrijkt. Hmm. Maar het land in het, in het, diep in de schulden stort. En in de, kijk, zo'n dictator moet vervolgd worden, maar ook degene die hem dat aangeboden hebben. Ja. Ja, je zou toch zeggen dat er bij de, bij de centrale bank dan iemand zit die zegt van dit gaan we niet doen. Ja, kijk, maar dat is ook heel normaal geweest met uh, in Griekenland en in andere EU-landen die, die de EU zijn binnengelokt met waanzinnige leningen. Mm -hmm. En daar heeft uh, die, uh, die Griekse economische hoogleraar die ook een tijdje premier is geweest. Dat is een, uh, is een tijdje. Maar die heeft ruzie gemaakt met destijds met uh, hoe heet hij nou, die voorganger van uh, door de Grieken weten wij. Dat uh, de Griekse regering heeft gewoon toegehapt op die leningen. Ja. Maar die zijn hem voorgehouden door Engeland, Duitsland. Hè, dus de, de, de geldunie. degene ja. om, om Griekenland echt zwaar in de schulden te steken. Okay. En in Griekenland is dat een groot protest geworden. Dat ze gewoon wilden dat niet alleen de, de Griekse verantwoordelijken gestraft werden. maar ook dat Noord-Europa zijn verantwoordelijkheid neemt. Omdat ze zelf natuurlijk donders goed wisten dat Griekenland met deze maatregelen. Ongelooflijk diep in de schulden zou, uh, zou komen te zitten. Ja, maar ja, je kunt niet uh, compleet verschillende economieën aansluiten op dezelfde munt en ja, verwachten dat dat. Dat, uh, dat, 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 is niet, dat is niet het enige wat gebeurd is. Er is echt bewust, Griekenland is echt bewust een strop om de nek gelegd. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en dat is met meer landen gebeurd. Maar nu hebben we dus, kijk, en binnen een paar jaar nadat. Uh, het noorden, of Midden-Europa, dat eigenlijk heeft geflikt met Griekenland. Ja. Zien we dus dat onze eigen regeringen dit hebben geflikt met onze eigen landen? Ja. Want anders dan valt deze lijst niet uit te leggen. Er moet die schatkist moet gewoon verdrievoudigd worden. Mm -hmm. Waarschijnlijk zitten we zo diep in de schulden dat we het niet eens weten. Er zijn een paar miljard weg, er zijn een paar miljard van volksgezondheid. Er zijn her en der wat, ja. wat, wat rare bonnetjes verdwenen. Maar er is veel meer aan de hand. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een rekening van 1000, 2000 miljard. De pensioenfondsen zijn leeggekocht. Die moeten. Meer dan dus tussen de 10 en de 20 procent afschrijven. Ja, die dat moeten gaan aan indexeren. Maar ja, dat maar, doen ze niet. Nee, maar de, daar zijn verantwoordelijken voor. Waar zijn die ja. 80 miljard van het ABP gebleven? Waar, waar zijn de 70 miljard van het andere pensioenfonds gebleven? Ja. Die moeten waanzinnig afschrijven. Dat is misdadig. Ja. Die, moet, die mensen moeten gewoon vervolgd worden. Ja, daar is Ad mee bezig. Mm -hmm. hè? Die, uh... Ja, klopt. Ja, dat zijn, maar wat ik ook letterlijk denk wat ze aan het doen zijn, ja. is gewoon op voorhand, uh, ze hebben klimaatplannen, transities, noem het allemaal maar op. En, en schulden en ja. En ze zijn gewoon hun begroting aan het rondmaken. Mm -hmm. dat, dat is wat hier gebeurt. Ja. Maar in dat nee. opzicht denk ik inderdaad wel dat de wal het schip gaat keren. Ik weet dat ik nou, dat ja, niet ik, mag ik, zeggen, ik, maar Ik ja. hoop dat, dat alles doorgevoerd wordt, weet je. Want dan, ja. dan kijk, ja. anders komen die Nederlanders niet uit hun, uh, nou, van dat, hun bank af. Ja. Dus dat, ja. dat is, het is heel naar om te zeggen, maar ik, ik vrees dat het niet anders gaat. En anders zitten wij gewoon nog steeds op Duitsland en Frankrijk te wachten... tot die de EU gaan redden of zo, weet ik het. Maar de ja. Nederlanders, die doen helemaal niks. Nee. Uiteindelijk moet er toch een soort opstand komen... Waaruit, uh, met, en, en waar de verantwoordelijken toch voor het hekje gaan komen. Klopt. Dat moet gebeuren. Er zijn misdadige dingen gebeurd en die gebeuren al heel lang. Minstens gedurende het hele Rutte-tijdperk, maar al langer. Kijk, okay, Paars heeft natuurlijk ook dingen verkwanseld... Mm -hmm. En die heeft ook waanzinnige dingen uitgefroten. En oh, Dijsselbloem was dat met de Grieken. Ah, Jeroen, Dijsselbloem, Jeroen Dijsselbloem. ja. Okay. Die heeft toen uh, ruzie lopen maken met de Grieken. Die ging, ja. ze, die ging ze de duimschroeven aandraaien uit naam van Brussel. En die ging toen in één keer de strenge minister spelen. Ja. En uh, streng zijn voor de... Die, die was zogenaamd dan de boeman. Ja. Terwijl de Duitsers daar natuurlijk ook mede in zaten. Ja. Maar Dijsselbloem is gewoon zo, zo dom geweest om zich daarvoor te laten lenen. Hm. Maar die heeft toen de woede van de Grieken op, hun, op de hals gehaald. Omdat natuurlijk Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland de grootste financiers waren van al die Griekse leningen. Ja. En dat, dat, het kon toen niet op, weet je. En op een gegeven moment, dan keerde wel het schip en Griekenland uh, de, ja. was het haasje. Ja, die zijn uh, daar wel ingetrokken inderdaad, ja. Ik denk ook wel dat ze dat uh, maar al te graag wouden, ja. maar dat is dan weer wat Precies. anders. Maar dus bij deze, wie er ook kijkt, wie, wie gaat ons cadeautjes geven? En dan met echt cadeautjes bedoel ik, wie gaat de verantwoordelijke voor het hekje slepen? Wie gaat tegen de schuldeisers van dit hele verhaal zeggen: Van ik krijg jullie, uh, die kun je op je buik schrijven. We gaan dat ook niet betalen als Nederlanders zijnde. En we gaan gewoon weer zeggen: Nederland eerst. En uh, we gaan belastingen verlagen, we gaan btw verlagen, we gaan de bpm afschaffen, we gaan uh, de, de benzinekosten onder het. Uh... We gaan weer zorgen dat elke Nederlander blij wordt, dat hij een mooie auto onder zijn kont heeft, omdat hij, uh, gewoon de, dat allemaal, dat er allemaal geld in zit wat naar de staat moet. Welke premierkandidaat, welke lijsttrekker van welke partij gaat ons blij maken als Nederlanders met heel veel mooie cadeautjes? Mag ook wel een keer. Tom? Nou? Met dit soort dingen ben je de wereld aan het vernietigen. Jij bent op deze manier verantwoordelijk voor iedereen die gaat sterven aan ik denk de, klimaatrampen. Ik denk dat er, nee, nee, niet klimaatrampen. Maar ik hoop wel dat. Er, kijk, we moeten ook gewoon ophouden met, met, met schijndiscussies over, is, is Timmermans nou wel of geen miljonair? Laat hem lekker miljonair zijn. Maar, ja. en de, de rukkers die miljarden hebben, dus de Michel van der Forms, de Heinekens... Die zitten hier allemaal achter. De aandeelhouders, de hedge funds, die voornamelijk in Amerika en Canada zitten, die zitten hier allemaal achter. Dat zijn onze schuldeisers. Mm. Die, hebben het, die, die verslaven het hele Nederlandse bedrijfsleven. En, de, en de, de, de aandelenmarkten, de beurzen, die zijn bezig met. Die hebben trouwens ook die enorme. Uh, Luchtbel in bitcoin uh, op hun oh, Weet okay, je dat? die ja. hele waardevermindering van een jaar geleden. Hmm. Dat was allemaal omdat er een paar hedge heel groot in gingen zitten. en die, die koersen opliezen. en ja. toen de stekker eruit trokken. in een poging om bitcoin op te blazen. Ja. Weet je wat mij opviel trouwens? En nou. dat vond ik wel een interessante eigenlijk. Afgelopen weekend was natuurlijk uh, de Grand Prix in <coughs> ja, uh, Zandvoort. Zandvoort. Ja. Je ziet uh, levensgroot die reclames overal, uh, Heineken 0.0. Ja, klopt. Ik denk, sinds wanneer willen die mensen ons van de alcohol af hebben? Ja, klopt. Ja, uh, dat vind ik heel vreemd. Ja. Je zou bijna ga, uh, dat ze iets goeds voor ons willen. Mm -hmm. ik, ik weet het niet. Er zit dan, moet dan een nieuw verdienmodel achter zitten, ja. anders doen ze het niet. Maar dat is net als met Shell, die, die, dat, dat die op een gegeven moment heel groot in... Kijk, ze hebben een waterstofproductie en zijn waterstofauto's. Dat kan allemaal gewoon op de markt gezet mm. worden. Dat, dat werkt allemaal, dat is allemaal goed. Ja. Maar Shell wil er nog niet in, dus dat wil zeggen dat er nog een ander verdienmodel is. En dat zijn niet die fossiele brandstoffen. Hè. Dus de... Dat klopt, ja. Uh, dus, dus er zitten nog allemaal rare mechanismes die niet allemaal zichtbaar zijn. Ik wil gewoon een nucleaire auto, Tom. <coughs> We hadden, ja. ik, ik weet dat nog een aantal jaren geleden ja, was auto. dat niet met die koude oorlog. Toen waren al die, toen was er grote die nucleaire onderzeeërs. Ja. Die dan uh, een stille, jaar, twee jaar dingen. onder, of die hmm. konden, weet ik het hoe lang onder water blijven zonder dat ze ooit. Dan denk ik, als ze dat soort dingen kunnen bouwen, dan is het toch een kwestie van doorontwikkelen en je gooit die dingen in een auto. Iedereen ja, heeft natuurlijk. zijn mini-reactor in zijn huis en en ja. je bent de rest van je leven ben je Daarom. klaar. Precies. Ja. Allemaal een kleine, maar dat is geen thorium, verdienmodel, een kleine thoriumcentrale. Nee, 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 ook dat niet. Nee, nee dus het. Uh, ja. Ja, ik bedoel, als je zoiets in een onderzeeër kan bouwen. Nou, ja. als er een gevoelige omgeving te bedenken is. Ja. Ja, joh, ik, ik weet het allemaal niet. En, ja. uh, uh, maar er zijn meer van dat soort bizarre dingen. Maar dat nul dat, uh, dat is wel in uh, dat biertje. Dat moet natuurlijk wel. Nou, dat maar, vond ik interessant. Ja, ja, ja. Het is wel. Er wordt wel gestuurd. Ja. ja. Ik. Nou, Ik er ja. ook wel een alcoholvrije sigaar, trouwens. Oké, okay. ja. ah, dat is top. Ja. Ja. Alhoewel, ja. maar als er iemand. Tabaksbladeren fermenteren ook. Oké. Okay. Ja, dus daar zal misschien ook een fermenteringsproces ja, maar je zit hebt toch gisten? Gist, ja, precies. Alcohol komt ja. van gisten. Ja. Ja. Nee, dat is een alcoholvrije sigaar. Ja. ja. Oké, okay. proost. Dus gewoon rot fermenteren. Ja. 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 <laughs> Gaan we door naar Trum? Rijpen heet dat. Trump. Oh. Pagina 2. Ik heb ja. één kopje, staat erin. Ja. En die heb ik even uitgeprint. Want het gaat eigenlijk over, over Tucker, Carlson. Tucker Carlson. Ja, ja. Um, ja die... Een uh, aantal interessante ontwikkelingen eigenlijk. Nou, vertel. Nou, dit was een hele grote natuurlijk. Mm -hmm. uh, Tucker on X. Yeah. En dit filmpje heb ik er al om één getal in gezet. Oh. Zie je, heb je het al gezien? De uh, views. 6, 262 miljoen... Netjes. 262 miljoen keer bekeken. Ja, maar is dat veel? Dat is bizar veel. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is ja. echt bizar veel. En in, niet te vergeten in vier, vijf dagen tijd. Hè? Ja. Dus dat is echt, uh, ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat is uh, veel. En dit is alleen op zijn eigen kanaal. Dit is nog los van alle andere kanalen waar dit gedeeld wordt. Die, want het filmpje is ook... Ik zat hem van de week op YouTube te kijken. Oké. Okay. En midden in het feit dat ik aan het kijken was, afgekapt. ging hij eens op zwart. Ja, het ja, hij afgehaald? Dit kanaal is niet meer beschikbaar. Vet. Ja. Dus, uh, okay. ja, dus iemand die had dat gedeeld en die ja. werd van YouTube uh, gegooid. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk... Uh, hier, kun, hier kan geen enkel mediakanaal tegenop. Ja. ja. Nou, kijk, ik heb wel vraagtekens bij, uh, bij Trump natuurlijk. Uh, ja, nee, de maar mens, de, uh, mensen moeten het boek van, uh, van Heiko Schöning daarover lezen. Ja. Uh, dus niet waar het nu om ging. Hè? Nee, ik wil hier tuk... een ander verhaal mee inleiden. Ja, in ja, ja oké, okay. maar met Tucker Carlson en zo. Weet je, ik, ik vind het allemaal wel echt light hoor. Ik vind, ik vind het niet de beste. En bovendien, we zien ook gewoon dat het ene Amerikaanse narratief gewoon naadloos in het andere overvloeit. We zitten allemaal nog met Tate in uh, en, en dat gebral rond die Andrew Tate. En dan in één keer is het weer Tucker Carlson en Trump. En we, we blijven ook maar gewoon totaal leeggefroten worden door die Amerikanen. Ook qua iets op de agenda zetten. Ja. Tuurlijk is de Amerikaanse presidentsverkiezing is wel een wereldgebeuren. Dat is ook groot en zo, maar... Ja, ik, uh, je ziet ze ook in Hongarije. Daar, daar zit nu die... Uh, nou, daar is Tucker uh, ook geweest. Ja, die nee, heeft Orban met, geïnterviewd. Ja, maar daar heb je dus elk jaar in de zomer zo'n groot festival. Een ja. rechtsfestival. Ja. En dan zie je dus helemaal geplemd worden met Amerikanen. Zoals Tucker Carlson vorig jaar ook. Mm -hmm. uh, Eva Vladingenbroek. Nou ja, uh, ja. Weet je, en, uh, het is allemaal heel erg op die Amerikaanse, die Amerikaanse agenda. En, en het, het punt is gewoon... But, uh, ik, ik wil daar iets tegenover stellen, namelijk het interview wat Nico Norte heeft gehouden met Douglas McGregor, ook een Amerikaan. <laughs> Die Amerikaan zegt tegen ons: kick America out of Europe. Maar Tucker heeft Douglas McGregor ook geïnterviewd. Ja. Ja. Dus ik vind: uh, kijk, je mag er van alles van vinden, maar ik vind dat Tucker gewoon goed werk doet op no, ik ben er niet heel erg van. Onderdeel. Ja, ja. Nee. Nou. Nee. Ik, vind, ik vind het leuk. Ja, ja ik, 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 ik krijg gewoon te veel, veel te veel ne neocons uh, gevoelens bij Tucker Carlson. Ik vind het inhoudelijk ook niet altijd even sterk. Het is wel mm. heel gelikt. Ja. Het is echt goed voorbereid. ziet er goed uit. Ja. Uh, de, dus je kunt wel zien, die Amerikanen gaan heel gepland met, met dit soort interviews om. Het zit echt goed in elkaar. Maar goed, hij heeft natuurlijk een achtergrond in de, in de media. Dus hij weet hoe het ja. werkt. Ja, ja, ja. ja. En, uh, uh, dus in dat opzicht gaat het goed. Hm. Maar... Weet je, ik mis, net als in het Nederlandse alternatieve discours, mis ik gewoon heel veel elementen. En, en dat is gewoon onze traditie. Uh, het oude Europa. Uh, het, het is al, het is, ook het alternatieve circuit is gewoon helemaal vol van het idee dat we naar een nieuwe wereld toe moeten, een nieuwe tijd. En uh, iedereen is bezig met de maanlanding, de platte aarde en de aliens en de allianties en, en de dino's, et cetera. De Gebeurt, daar hoor ik. En ik, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik, mijn interesse ligt daar niet. En mm. ik mis gewoon die geestelijke component. En iedereen heeft de oorzaak gevonden voor het grote verval. Het zijn de Joden, het zijn de banken, het zijn dit of het zijn dat. Ja. En ik, ben, ik heb daar gewoon uh, mijn buik eigenlijk wel vol van. Want het, het, het is gewoon weer. Die, dat hele marxistische, materialistische omgang met geschiedenis... en met, met feiten en, en met verklaringen en, en uitleggen en hypotheses... en dat, dat hele materialistische, dat is gewoon... daar begint de ellende mee en daar eindigt de ellende mee. En daar, met andere woorden, we, woorden we, gaan, we komen niet uit de eigen modderpoel... we kunnen onszelf niet uit de eigen modderpoel trekken met onze eigen handen... en we denken nog steeds dat we dat wel kunnen... En als we, de, als we in dit discours blijven hangen. Eh, tuurlijk, geopolitiek is, is een zaak van diplomatie en, en voorzichtigheid. En soms ook van een, van een heldere geest die inzicht heeft. Maar Trump komt, heeft, heeft dat vermogen niet. Eh, ja, maar hij ik hij zei heeft ook toch al, wel... dit? Gaat niet om Trump? Hè? Ja, maar joh. Daarom pak ik dit er niet bij. Ik oh. had hier een heel andere insteek bij. Nou, vertel. Ja, de, wat ik hiermee. Dan steek ik deze weer even aan? <laughs> Wat ik hiermee aan wou geven is... Uh, dat we op dit moment zien... dat de vraag naar een alternatief heel groot is. En steeds groter wordt. Ja. En de vlucht uit de mainstream nieuwskanalen... Met CNN is hartstikke dood. Zit mijn wenkbrauw er nog op? Uh, ja. Goed. Ja, gelukkig. Ja. En het schilder dat je lichte wenkbrauwen hebt. Het ja. valt niet heel erg op als je hem mist. Mm, Oké. Okay. Ja. <laughs> maar... Het, de, de vraag naar een alternatief geluid is zo groot. En we zien ja, dat... Ja, ik weet het niet. Kijk, aan Ongehoord Nederland kun je ook wel zien dat het, dat het eigenlijk... We hadden, dat we het ook onszelf overschat hebben. He, dus gewoon een... Uh, een uh, uh, dat je bereik veel en veel en veel en veel, veel groter is als je gewoon een zender op tv bent. En daar willen ze de Ongehoord natuurlijk ook van de buis. Terwijl inhoudelijk, denk ik, wat stelt het nou helemaal voor? Ja, maar Echt dat bevestigt mijn punt toch? Jawel. Dus er is wel... Maar, die, maar het betekent dus net zo goed dat... Uh, want ik vind 262 miljoen kijkers voor een interview met Trump is, is leuk. Maar als het nou echt een wereldthema was geweest... had je dat al lang naar de anderhalf miljard kunnen, uh, moeten trekken. He, de, en dat, als je dat afzet tegen een heel ander thema... waar we het straks over gaan... Ja, maar eraan, dit is één platform, hè? Het is gewoon één interview. Het ja, nee, is maar... niet één platform, het is één interview. Ja, Kijk, maar dit wordt gedeeld op nou, allerlei andere platforms. Nee, en, want ik uh, denk dat Musk dit ook gewoon doorzet. En, uh, en in, de, in de top van uh, dat, dat Twitter wel, of X uh, ja. wel even helpt... om dit interview overal neer te zetten. Ja. En, en nu krijgt, uh, hoorde ik uit de wandelgangen... dat Poetin ook interesse heeft om met Tucker Carlson een interview te nou, doen. Nou, daar wou ik dus op overschakelen. Nou, vertel. Um, het schijnt dat de NRC... De National Security Agency of wat ja, is het? De ja. Nation, ja toch? Mm -hmm. Die hebben dus uh, Tucker benaderd. Hij werd even op het matje geroepen. Yeah. Uh, of hij van plan was om Poetin te gaan interviewen. Mm. En toen zei hij: hoe weet why, je dat? Why not? Nee toen zei hij, hoe weet jij dat? Want ik heb dit tegen niemand verteld. Mm. Mijn vrouw weet het niet, mijn broer weet het niet. Niemand weet dit. Hij heeft dus contact gehad met één iemand en ze hebben zijn signaal gehackt. Oh, kijk. Ja. dat is het verhaal hierachter. Ah, okay. En dat vond ik wel leuk. Daar ja. wou ik ook op overgaan. Ja. Daarom zei ik ook, het gaat meer over Tucker dan over... Uh, maar ja. ik wou dat verbinden aan andere dingen. Maar ja. uh, jij begon weer over ja. Foei Trump. Daar ging het niet om in dit ja. geval. Kijk, ik <laughs> denk wel dat Tucker Carlson een betere interviewer is... dan, uh, dan die uh, filmregisseur, hoe heet je ook alweer... die toen die lange uitzending met uh, Poetin gemaakt heeft, die... Uh, dat oh, uh, nou is een hele bekende vierdelige ja. uitzending geweest. Maar ja. ik vond dat niet heel sterk. Als je dus er als inslaagt als alternatief platform... om op de mainstream kanalen en uh, zenders te komen... dan zie je in één keer dat de behoefte er is. Maar die mensen gaan niet zelf op zoek naar YouTube te, of op Twitter... of wat dan ook om dat interview met Trump te kijken... Uh, dat, is, dat is het eerste wat, uh, wat blijkt. Want 262 miljoen, dan, dan zou je kunnen zeggen dat iedereen in Amerika. <coughs> dat, of dat de helft in Amerika daarnaar gekeken heeft. Nee, uh, bijna, bijna iedereen. Want dat zijn de 480, meen ik. 300, 300 nog wat, ja. Okay, 300 ja. nog wat miljoen. Misschien halen ze dat. Oké, okay, dus iedereen in het Westen kijkt ernaar. He, laten we, laten we dat, dus hij gaat viraal in het Westen. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je dus nu of afgelopen weken heb je dus die vergaderingen van de BRICS gehad. Ja. Die worden bij ons dus ook helemaal uit de media gehouden... Mm -hmm. Het, het verhaal is dus dat de BRICS gaat uitbreiden. Er komen landen bij, ja. zoals Argentinië, een aantal hele leuke landen. Iran. Iran. Uh, ja. United ja. Uh, Emirates. Ja. Um. En het is natuurlijk al langer bekend dat uh, Poetin een rolletje heeft gespeeld in het uh, bij elkaar brengen van de Shiite en de Sunnite. Dus mm -hmm. Iran en Saoedi-Arabië hebben een uh, bondgenootschap. Die komen er allebei bij. Ja. Dat is een doorbraak. Ja. Een hele grote doorbraak. Um, en, en waar natuurlijk Amerika en Engeland al twee eeuwen bezig zijn om die Shiiten en Soenieten te, tegen elkaar uit te spelen en ook van allebei de partijen uh, te profiteren, ze allebei steunen, die oorlog uh, tegen elkaar op te hitsen, die twee, tweedeling uh, te bewerkstelligen. Ze willen overal verdeling, want zij, daar, daar groeien ze op. Ja. En dus de, dat hele Anglo-Amerikaanse imperium groeit op verdelen. En aan, en aan alle kant, alle partijen in het conflict uh, steunen, zodat ze allemaal lekker uh, elkaar afslachten. Ja. En de Amerikanen doen dat ook. Dus Poetin die, uh, die heeft waarschijnlijk achter de schermen, ik denk niet eens heel lang hoeven sturen om Iran en Saudi-Arabië aan, aan tafel te krijgen. En dat zijn natuurlijk de grote landen. Uh, op gebied van Shiite en Soenieten. Hmm. Dus de andere landen, zoals Turkije, is een seculier land, maar het is natuurlijk wel een moslimland, maar een seculiere regering. Ja. Maar dat zijn de twee hele grote landen die die twee uh, uh, stromen in de islam uh, vertegenwoordigen. Nou, die zitten om tafel. Uh, die komen dan nu ook bij de BRICS. En in dat geheel van de BRICS uh, werken ze natuurlijk totaal tegen die Anglo-Amerikaanse agenda van verdelen heers. Dus die BRICS heeft met dit soort dingen... spreekt ze heel erg uh, gericht die, die Amerikaanse agenda... of uh, spelen ze... Uh, het is een tegengeluid. Ja, ja. nee, niet een tegengeluid. Ze belemmeren de Anglo-Amerikaanse agenda... en ze steken gewoon heel wat spaken in de wielen. Ja, oké. Okay, dus ja. Het, is niet, het is absoluut niet een tegengeluid. Nee, oké. Okay, dus ze is... doen dat allemaal heel erg netjes en achter de schermen. En in één niet. keer komt dan in het nieuws... Ja, Saudi-Arabië en, en Iran zijn... Uh, die, uh, die zijn definitief on speaking terms. Die, zijn, ja. uh, die hebben vriendschap gesloten. Nou, dat is natuurlijk gewoon vloek in de, de Anglo-Amerikaanse kerk. Ja. ja. In de Niocon-kerk. Dat absoluut. Heb je trouwens even tussendoor. Maar ik. dat, kijk, dat komt dus niet in de media en dat wou ik dus even afmaken. Ja. Wij zijn dus volledig gefixeerd op dat uh, Amerikaanse dingetje. Terwijl we niet doorhebben dat het hele Westen, of die hele NAVO, ja, en ook de hele NAVO-agenda eigenlijk totaal gemarginaliseerd is. En dat die BRICS het echte verhaal is, die zijn aan het uitbreiden. Die zijn tegenstellingen die, die in dat Anglo-Amerikaanse imperium uh, gecreëerd zijn... zijn ze aan het overwinnen. Uh, China en India, twee aardsvijanden. Iran en Saudi-Arabië, twee aardsvijanden. Uh, en zo gaat dat nog wel even door. In, in uh, Zuid-Amerika zijn ze goed bezig. Argentinië, mm. Brazilië, dat zijn ik weet, ik weet de volgens mij zijn dat ook geen vrienden. Maar de Argentinië komt er ook bij. Zuid-Afrika is natuurlijk een ongelooflijk moeilijk land. Ja. Zuid-Afrika is een moeilijk land omdat Engeland daar de, de apartheid heeft ingevoerd. Dat, dat is een Nederlands woord, maar dat is een Engelse uitvinding. Mm. De Engelsen hebben dat daar gebracht die zijn met de bevolkingen aan het klooien geweest... zodat daar spanningen gingen ontstaan. En dat is het nu nog. En wie speelt daar verdorie gewoon nu een, een voortrekkersrol? Dat zijn weer Rusland en China. En met name Rusland. Dus geef Zuid-Afrika een paar jaar. En uh, kijk, Rusland stelt nu al de, de grenzen open... om Zuid-Afrikaanse boeren naar Rusland te halen. Ja. Afrikaners? Afrikaners. Ja. Want ze mogen Nederland niet in. Het zijn mensen ja. met Nederlandse roots. Ja. Meer dan een eeuw geleden. Ze spreken een soort Nederlands. Ja. Maar wij nemen ze niet op terwijl ze daar vermoord worden. Weet je, bij ja. bosjes ook. Ja. En Rusland uh, heeft, heeft gezegd van nou kom dan maar hier naartoe. Ga hier maar boeren. Want in het oosten van Rusland is uh, land zat. Uh, en dat, daar zijn ook al duizenden boeren zijn daarheen geëmigreerd. Hm. Dus mensen die Zuid-Afrika... Ja. ja, duizenden. Dus mensen die nu Zuid-Afrika willen ontvluchten vanwege het enorme geweld tegen blanken... Die kunnen nu Rusland in. En ik denk dat Rusland op hele korte termijn ook in Zuid-Afrika wel een, een rolletje gaat spelen. Want er zijn meerdere conflicten nu opgelost. Hè. Dus waarschijnlijk gaat dus dat hele blank zwart verhaal in, in de kaap. Gaat ook een, uh, is ook nog van, van tijdelijke aard. Ik voorzie dat de Russen daar ook gewoon gaan uh, vrede, stichten. Ja, maar dan krijg je oh, nee. nou? ja, krijg je dan niet weer wij komen, wij komen vrede en democratie en liefde brengen. Is dat niet gewoon de ene nee, duivel wordt, verhouden niet, voor de andere? Nee, het wordt niet afgedwongen. Het is niet zeg maar, de Amerikaanse werkwijze dat er wapens gebracht worden. Ja, ja, okay, ja. Okay. Of dat er een bezettingsmacht of een vredemacht ja, komt. Nee. Ja. Kijk, je hebt, die zwarten zijn nu aan het bewind in Zuid-Afrika. Ja, ja, ja. En ook al heel lang. Hè. Ja. Dus, en sindsdien is het één grote wraakactie naar de blanken. Ja. Uh, en dan met name de boeren. Terwijl die natuurlijk het minst schuldig zijn. Het zijn de Engelse blanken die met name gewoon die, die hele apartheidspolitiek op hun ja. geweten heeft. Ja. Dus het. Uh, en, en wat, de rol die, de Russen, die ik de Russen voorzie in Zuid-Afrika is dat ze geleidelijkerwijs, dat ze uiteindelijk die zwarten en ook die partij, uh, hoe heet die ook alweer, die, uh, van, uh, van Mandela, dat ze die, uh, en, en nu zit hier Rama, Rama Fosa, zit daar, uh, maar er ja, zijn die ken ik een allemaal, aantal presidenten ik ja. geweest die echt hebben opgeroepen om zwarten of blanken te vermoorden. Ja. Ja. En uh, dat ze daar heel langzaam gewoon de druk gaan opvoeren om te dat zeggen: die boer, of boeren. Ja, die kilde boeren. Ja, ja. ja. Maar is het ook niet zo dat die boeren zelfs nog... Uh, je had de boerenlegers die toch tegen de Engelsen vochten? Of ben ik... Dan... Ja, een Boerenoorlog. Ja. ja. In 1905. Dat was toch tegen de Engelsen? Ja, dat zijn ook, daar stammen ook de eerste concentratiekampen uit. Ja. Die Engelsen hebben dus voor het eerst concentratiekampen in de wereldgeschiedenis gebouwd om blanke boeren, Nederlandse boeren, in te op te sluiten die in opstand kwamen tegen die Engelsen. Ja. Ja, En die okay. hebben ook wel, ja, er zijn meer dingen gebeurd uh, daar. Uh, Even om het, uh, misschien weet jij dat, ja. kun je me helpen? Ik heb daar vroeger boeken over gelezen. Er waren boeken van over de, over de boerenoorlogen. En die waren geschikt voor kinderen tot jongvolwassenen. Ja, Penning. Waarschijnlijk. Uh, ja, jij kent hele, dat. Hele mooie boeken. Ja, ja. over, uh, over uh, hoe heet die boerenpresident ook alweer? De, um, ja, kijk je, je ja, mij is het Maar je zit ook keer, 25 jaar geleden. Ik weet het ja, ook niet maar meer. Maar oh, al die mooie verhalen over bloemfontein uh, ja. En, en, ja. en weet ik veel en, en die prachtige verhalen over die oorlogen. Ja, ja. Zijn, zijn en die echt zijn nog hele mooie. Heel mooie, ja. En die zijn nog steeds te lezen. Ja. Te Daarom ik wou het. We zitten ja. hier bij een uitgever. We zijn ja, ja, een uitgeverij. Dus ja. kom op. Ah ja. Nou, ja. ja. Ja, want het, volgens mij wordt het niet uitgegeven meer. Dat denk ik niet. Maar nou, Dan gaan we eens even naar kijken of dat nog uit te geven is. Dan weet je, als je dat soort dingen ooit... Eh, daarom weet, ik weet daarom dus dat die boeren tegen de Engelsen vochten. En dat eigenlijk dat hele verhaal wat er nu is van kill de boer... en dat wij dan zogenaamd hun onderdruk zouden ja. hebben. Dat is gewoon helemaal... Nee, maar dat is ook aan de Amerikaan of Anglo-Amerikaanse wereld te danken... Dat uiteindelijk de klerk uh, het, het gezag heeft overgegeven aan, de, aan, de, aan die partij van uh, Mandela. God, hoe heten ze nou? Die partij? Ik, weet je, dat is een beetje het nadeel van dat ik acuut of ad hoc, ad hoc reageer. Dat ik soms die namen niet paraat ja. heb, Maar iedereen weet wel, uh, Paul Kruger was die president destijds. Ja. Uh, dus die, kon, die heb ik nu wel weer. Maar die partij van de, van de zwarte in Zuid-Afrika ben ik nog even kwijt. Maar dat komt ook wel. Maar... Uiteindelijk zit daar ook die Anglo-Amerikaanse agenda achter met, met Kissinger en weet ik veel wat, omdat mm. ze waar die uiteindelijk die, de, de, de blanken daar weg hebben gehaald uit de regering. En, uh, en, en premier de Klerk die het gezag overdraagt. En waardoor uiteindelijk gewoon de hel los heeft ge, is gebarsten in Zuid-Afrika. Johannesburg was de meest gewelddadige stad heel lang, misschien ja. nu nog steeds, ja. in de wereld. Ja. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke ja. stad waarbij je vermoord en beroofd wordt om niks. Ja. Uh, hoogste aantal moorden in de wereld. Aantal berovingen, carjackings en weet ik veel wat. Ja. Alles uh, gebeurt daar uh, in de meest extreme vorm. En dat is ook te danken aan de Amerikanen. En dat moet, moet je niet vergeten. Hè? Dus zowel... Die, die, dat, die, die uh, uh, apartheid, yeah. die natuurlijk decennia lang uh, uh, opgebouwd is. En uiteindelijk natuurlijk een soort lont in het kruidvat, wat, uh, wat gesto gestoken is door uh, het overdragen aan de partij van Mandela. Waardoor die zwarten in één keer een soort uh, jarenlange wraakoefening zijn gaan doen. Ja, en het is ook nog eens. En waarbij bij zo... de Engelse weer buitenschot blijven. Hè? Dus ja. die blanken die vermoorden ook nog eens alleen maar boeren. En ja. daar, Terwijl die het land in cultuur brengen. Het boer, uh, het, heel Zuid-Afrika had een hele grote agrarische uh, sector. Wat Zuid-Afrika ook had, nou. was een hele goede infrastructuur. Mm -hmm. Die is ook in de afgelopen jaren aan het ver verdwijnen. Ja. Omdat sinds die uh, zwarte partij daar aan de macht is gekomen, mm -hmm. uh, wordt er eigenlijk niks meer aan gedaan. Weet je waarom die zwarte partij daar aan de macht is gekomen? Ja. Omdat Londen de wereldhandel op diamanten en goud in handen heeft. Okay. En Zuid-Afrika uh, is de grootste uh, grondstoffen... Uh, 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 uh. uh, dus de financiële markten hadden toegang tot goud en diamanten nodig... Ja. En, uh, en Zuid-Afrika was gewoon het makkelijkste. Zet een, zet een stel zwarte dictators daar neer. Hmm. En uh, ze zijn te koop. Dat, we, dat weten zij ja. ook wel. Ja. En die uh, partijen van de Klerk en, en de, ne, de, ne, de Nederlandstalige of boertalige Afrikaanstalige ja. ja. uh, blanken, die, uh, ja, die zijn niet zo makkelijk te koop. Want die, die ja. hadden toch. Die hebben en een agrarische sector. Dus die hebben boeren. Die hebben een, een, een grote infrastructuur. Ja. Die hebben een eigen economie. En dan is het toch Zuid-Afrika eerst in, in plaats van Engeland eerst. En zet daar een, een, een zwarte dictator neer. Ja. Uh, en, uh, en het is klaar. Ja. En je, hebt het gewoon het, je kunt het gewoon binnenharken met het, de goud en diamanten. Ja. Dus de, het, het was natuurlijk de, deels aan Zuid-Afrika te danken dat we in Antwerpen en Amsterdam een hele grote diamantmarkt hadden. Omdat dat de lijn was. Kaapstad, Amsterdam, Antwerpen. Mm -hmm. En nu is het uh, Kaapstad, uh, Londen. Londen ja. De Beers zit in Londen volgens mij. Ze hebben ook, zit ook nog wel in Antwerpen maar, ja. uh, en, en in Amsterdam. Maar volgens mij voornamelijk uh, is het allemaal nu Amerikaans en Engels uh, gedoe aan het worden. Oké. Okay. Dus is dat ook weer iets wat bij Europa dan uh, verdwijnt. Ja, je ziet toch nog, toch, toch nog wel in die films van de jaren 70, 80... zie je nog een hele sterke tendens om... Uh, die mooi, ik, ik zag gewoon van die mooie films van. Uh, die echt mooie Europese films. Waarin Antwerpen en Amsterdam nog echt als de diamantsteden uh, worden opgevoerd. Hè. Wil je diamanten en goud, dan moet je naar Amsterdam en Antwerpen. Vooral Antwerpen, toch ja. Dat was echt. Uh, Zeker. En nog ja. wel, maar omdat daar de slijpers zitten. Hè. Dus de Joodse ja. slijpers, uh, diamant slijpers zitten daar nog wel. Ja. Maar dat, komt, dat gaat allemaal via, loopt allemaal over Londen volgens mij. Ja. ja. Ja, ik begin, nou, uh, je ziet dan ook dat Londen en Engeland als een soort... Uh, ik, ik heb ook het idee dat die steeds meer die brugfunctie krijgen tussen Amerika en Europa ook. Op de een of andere manier. Engeland? Ja. ja. Engeland is een derde wereldland. Daar woont en werkt uh, niemand meer behalve in de city. Daar wordt nog geld verdiend. Maar dat is natuurlijk een soort globaal gebeuren. Die, dat, is een, dat is inderdaad gewoon een hotspot voor het mondiale geldverkeer. Ja, ja. ja en dat het daarom ook zo belangrijk is dat ja. die Brexit er wel kwam, denk ik. Uh, ja, dat zou kunnen, ja. Brussel zat daar, net, zat daar wel op de azen. Ja. En nu hebben ze dat eigenlijk niet. De, de EU heeft niet echt een, een, mond, is niet een, heeft niet ergens een mondiale plek voor dat geldverkeer. Dus Frankfurt probeert dat te zijn, maar dat is het niet. Ja. Ja. Ja, nee, en en is en een speelbal maar... van, uh, is gewoon onderhoorig aan, uh, aan Amerikaanse geopolitiek. En dus als Amerika zegt van uh, de ECB moet dit doen of dat doen, dan doen, dan doen ze dat bij de ECB. Ja. En, en de City in Londen laat zich dat natuurlijk niet, uh, niet zeggen. Nee. Ja. ja, dat is een lastige misschien, maar... Ja. Maakt niet uit. Even kijken, waar waren we eigenlijk? Je had uh, nou ja, dat dit... interview van Tucker Carlson. Ja, en toen en kwamen feit... we op Poetin. Ja, en het en feit toen dat wij als alternatieve mediawereld nog steeds zo enorm bezig zijn met Amerika, met Trump en zo. Maar we zijn nog niet klaar met de BRICS. Zijn we niet, niet klaar mee, want ja. uh, het andere, andere verhaal is echt veel en veel belangrijker, dat van de BRICS. En uh, wat, wat ik eigenlijk een beetje hoop is gewoon dat die Kennedy aan de macht komt. Want kijk wat Trump doet, uh, dat weten we wel. Dat, dat is uh, geen oorlog voeren, maar wel een sterke uh, Amerika eerst-geluid. Hmm. Terwijl ik vermoed dat Kennedy slimmer is dan Trump. En dat Kennedy wel eens zou kunnen denken van uh, we, ga, we laten Rusland in de NAVO en we gaan zelf lidmaatschap bij de BRICS aanvragen. Daar, zou, daar zie je Kennedy nog vooraan. Ja, maar wacht even. We laten Rusland bij de NAVO ja. en dan stappen ze er zelf uit? Nee. Dus dan, dan zeg je: we gaan en en doen. We gaan ja. gewoon alles met elkaar verweven. Ja, exact. Uh, maar waarom zou de BRICS dat toelaten? Omdat Kennedy veel realistischer is. En als Amerika een realistische president heeft die zijn knopen gaat tellen. en, uh, en, en uh, weet hoe Amerika eraan aan toe is. Ja. namelijk dat het van een tweede naar een derde wereldland aan het uh, afzakken is. Ja. Uh, die ziet het als een kans. Maar om waarom... gewoon weer deel uit te maken van de wereldmarkt. in plaats van al die polarisatie. Maar wacht even, waarom vergelijken wij de NAVO nu met de BRICS? Omdat het, het Warschau-pact is opgeheven. Ja. En Daar is zogenaamd niks voor in de plaats, maar dat is natuurlijk wel. Hè, en dat is de BRICS en dat is de SSO, de Shanghai-samenwerkingsorganisatie. Ja. Dus die twee zijn natuurlijk eigenlijk de opvolger van het Warschau-pact geworden, dat in 1989 uh, is opgeheven. Uh, de NAVO had ook opgeheven moeten zijn met de opheffing van het Warschau-pact. Dat is niet gebeurd. Dus ja. de NAVO is doorgegaan. Nou, vervolgens zie je een nieuw samenwerkingsverband in het oosten. En uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk de SSO. Officieel gezien is dat de SSO. Mm -hmm. Dat is een formeel verband. En, was, en de BRICS was geen formeel verband. Dat is het pas later geworden. Ja. Maar het was, was alleen een praktische samenwerkings... Uh, ja, uh, ja. Maar, een soort maar, Het had maar, geen officiële ja. statuur. En ja. de BRICS is uiteindelijk pas later... na de SSO is het een officiële... Uh, veel meer een officiële samenwerkingsorganisatie uh, geworden. Ja. Maar in feite is dat natuurlijk de uh, opvolger van het Washupact geworden. Oké. Okay. En uh, je ziet ook toch wel een zekere militaire. Kijk, op een gegeven moment, nu is in uh, Taiwan, is een speelbal mm -hmm. tussen China en Amerika. Hij uh, wordt echt opgevoerd uh, door de Amerikanen als, uh, als uh, kern in dat. Uh... En ik zie, ik zie Trump daar niet een stap kunnen zetten. Hij, omdat hij zo Amerika first is. Zit hij toch nog te denken aan Amerika als wereldleider en uh, alle landen zijn gelijk, maar Amerika een beetje meer gelijk? Weet je dat? Altijd Amerika first en uh, Taiwan mogen we niet uit handen geven aan de Chinezen. En uh, die ronkende taal die we van die Amerikanen toch gewend zijn. En ik denk dat Kennedy veel realistischer is en veel meer ogen heeft voor de plek die Amerika wereldwijd heeft. Mm. En gaat zeggen: Oké, okay, we hebben nog Amerika met een bepaalde invloedssfeer daaromheen. Die kunnen we, die kunnen we wel afdwingen in de wereld, ja. maar, dat, maar Taiwan valt daar buiten. Dus als Chinezen en Taiwan het onderling eens kunnen worden over een. Uh, en net als met Hongkong, dan ja. uh, geven we. We gaan niet uh, ten koste van alles die Chinezen dwars zitten in de Zuid-Chinese Zee. Dat gaan ze niet doen, onderkennen die. Nee. Kennedy. nee. Maar waarschijnlijk onder Trump ook niet. Aan de andere kant denk ik dat Kennedy ook uh, veel meer oog heeft... voor de mogelijkheden die, uh, die de BRICS bieden. En uh, dat ze op een gegeven moment zeggen... oké, okay, wij zijn niet een wereldleider meer op economisch gebied, op financieel gebied. Uh, maar we hebben nog wel, als Amerika zijn, hebben we nog wel een sterke eigen economie die we kunnen boosten. En als zodanig kunnen we daar een eigen status binnen de BRICS... of binnen de Wereldhandelsorganisatie aan mm -hmm. ontlenen. Ja. En, en dan wordt er, ik, ik denk dat er veel meer gesprekken gaan plaatsvinden met Kennedy aan, de, aan het roer dan met Trump aan het roer. Ja? ja. ja Oké. Okay. En jij denkt ook niet dat Kennedy zeg maar binnen, het, uh, binnen die schaduw overheid uh, is verweven? Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk nu de grote uitdaging. Dus je ziet wat dat Kennedy nu echt aan het voorsorteren is op overleven. In de, uh, in de Amerikaanse Deep State. Mm -hmm. Dus zijn, zijn vader is afgeknald met behulp van de CIA of door mm -hmm. de CIA. Mm -hmm. Zijn oom. Uh, en uh, Kennedy heeft dus heel wijselijk uh, een, een uh, onverklaar on, of een, ja, een onvoorwaardelijke steun aan Israël uitgesproken. En uh, ja, dat is puur zodat uiteindelijk de joodse lobby in Israël hem niet kan, of de Joodse lobby in Amerika hem niet kan framen als antisemiet en anti-Israël ja, en zo. Ja. En dus dat, dat is nu... Hij heeft ze eigenlijk wind uit de zeilen genomen. Ja. Terwijl iedereen weet dat van oudsher Robert Kennedy, Jr. Uh, meer met Palestina heeft dan met Israël. Weet je, dus, de, dus ook wel Israël bekritiseerd heeft op de, wat, ze, wat ze doen en wat ze uitspoken met de Palestijnen. Uh, maar goed, hij heeft nu dus onvoorwaardelijke steun aan Israël uitgesproken. Ik denk dat het gewoon echt een overlevingsstrategie is om niet al voor, vooraf afgeknald te worden. Ja. En uh, dat, hij en dat heeft... we meer van dit soort acties kunnen verwachten, ook van Kennedy. Dus dat hij uh, voorzichtig te werk zal gaan en dat hij zijn kandidaatschap voor de Democraten als president heel erg serieus neemt en uh, het, het er levend af wil brengen. Ja, nou ja, dat lijkt me inderdaad wel prioriteit. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, dat, dat ja. zeker. Ja, ik, ik ben serieus... Ik vraag mij serieus af of... Uh, of hem dat gegund gaat worden, zeg maar. Ja. Uh, ik ja, heb daar echt mijn afwachten. hele... Want binnen ja. die democratische partij... Nou ja, kijk, zijn familie heeft natuurlijk le leeft in een... In een doodsvete met de CIA. Dat is gewoon hoofdvijand nummer één ja. van de familie Kennedy. Ja. Dus uh, hij heeft het daar nooit over. Dus hij houdt daar wijzelijk zijn mond over. Ja. Maar uh, zoals ik Kennedy inschat. Kijk, Trump hebben we meegemaakt, weten we wat we aan hem hebben. En dat hele verhaal van ja, een president kan pas in zijn tweede termijn echt doorpakken. Dat, dat neem ik nooit serieus. Als je echt gewoon de, urgent, de urgentie weet van wat je. Uh, of de urgentie hebt van, en inziet van wat, hoe de situatie is in de wereld, en zeker in Amerika, hmm. dan ga je niet zeggen: van ja, ik ga nu vier jaar heel aardig voor iedereen doen, dan word ik herkozen en dan ga ik in één keer onaardig doen naar al die boeven. Ja. Nee, dan, dan pak je gelijk binnen vier jaar, want je weet gewoon ook dat je genaaid wordt bij de volgende verkiezingen. Dat is Trump dus overkomen. Ja. Maar ik, ik geef Kennedy die hogere ogen. Uh, het hele verhaal is dus alleen van: gaat Biden herverkozen worden? Nee. Gaat die... Biden überhaupt. Of krijgt Kennedy het voordeel van de twijfel binnen de Democratische Partij? Dat ze mm. zeggen van, we gaan niet met Biden door, we gaan met Kennedy door. Daar ben ik dus bang voor. Dat is, dat is natuurlijk, een zijn van die beren op de weg. Nou ja, maar kijk, Biden is volgens mij niet eens meer ter discussie. Maar, die valt zelfs als hij ja. naar Hawaii gaat om daar de slachtoffers, ja, nee. valt hij in slaap. En iedereen weet het ook. Ja. ja iedereen weet het. Maar ik denk dus niet dat dat Kennedy gegund gaat worden vanuit de Democrats, tenzij ze iets tegen hem hebben waarmee ze hem ja. onder controle kunnen houden. Nee, maar ik ben, dus wel, ik ben dus wel positief. Ik zie wel dat dus op dit moment, kijk Trump heeft het geflikt bij de Republikeinen destijds. Ja. Ik zie wel dat in deze tijd, uh, Joe Biden heeft ook niks geklaar gespeeld voor de Amerikanen, dus het electoraat voelt zich ook bedrogen. Ja. Ik zie wel mogelijkheden voor Kennedy. He, dus dat hij, maar hij moet natuurlijk gewoon partijbonzen achter zich krijgen. En de partijbonzen moeten uiteindelijk gewoon inzien: van... Uh, met, uh, met Kennedy gaan we een volgend presidentschap krijgen. En met Biden gaan we verliezen van Trump. Nou, en dan komt er nog een punt. Er zijn een paar punten die ik hier wel tegenover kan zetten eigenlijk. Want uh, waar ga je Kamala Harris laten? Ja, die is niks toch? Dat is toch niet echt. Uh... Nee, maar die staat wel als vicepresident nu. En die kun je niet zomaar wegpoetsen. Ja, in, 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 hoezo? We krijgen toch gewoon een nieuw verhaal. Als er nieuwe verkiezingen komen en dan is. He, her, Kamala Harris wordt afgevoerd met, met Biden. Okay. Als, Goed. als Biden opgevoerd wordt, komt Harris mee. Oké, okay. maar dan zou je dus maar één kandidaat. Dan moeten ze nog een aantal. Uh, lege kandidaten ernaast zetten dan met Kennedy. Jij drinkt weer sneller dan ik. Uh, uh, vind. Oh, ja. ja, jij bent meer aan het woord. Ik ben, om, ja, ik ben ook meer altijd bezorgd <laughs> om de sigaar. Ik vind maar, het wel heel erg dat ik hem er steeds uit laat gaan. Er, er is nog een ander punt wat ik wel <coughs> omhoog wil gooien, eigenlijk. Nou. Uh, er kwam van de week een uh, poll naar buiten dat Trump steeds meer approval krijgt onder, uh, onder de black voters. En dat is een hele belangrijke demografie in Amerika. Ja, Want uh, die zijn van oudsher stemmen die altijd democrat. En als, als je weet... War, bij de vorige verkiezing van Trump hebben ze ook heel veel op hem gestemd. Klopt. Ja. Nou, toen was het volgens mij vooral Hispanics. Als ik me niet vergis. Maar hij ook wel zwarte. Ja, <coughs> maar ja. De, als die verschuiving nu plaatsvindt... Ja. dan is het voor de democraten bijna onmogelijk om te winnen. Als je weet hoe klein de verschillen zijn... Hè? Ja. qua aantal Klopt. votes die, uh, waarmee ze winnen of verliezen... dat, ja. is, uh, dat ligt volgens mij bij de 40.000 stemmen. Ben je het er dan mee eens... dat het qua Amerika ziet het er eigenlijk wel goed uit. Als Biden uh, herverkiesbaar is... Uh, zal hij verliezen van Trump. Ja. Als ze Biden uh, opofferen voor uh, Kennedy... gaat Kennedy waarschijnlijk winnen van Trump. Of krijg je een heel interessante tweestrijd. Maar, ja. je, maar ik denk dat Kennedy het gaat, dat gaat redden. Dat zou kunnen, ja. ja. En wat ik. Nou, kijk, ik, het gaat me nu niet even om uh, pro-Trump, pro-Kennedy, pro-Biden of uh, anti, of noem het maar. Wat. één ding wat ik nog wou zeggen is. Trump is in die eerste termijn inderdaad. Uh, heeft hij het laten liggen. Ja. Maar met alle aanklachten die we nu gehad hebben, met ja. alle gekke Ja, en gaat hij dat redden? Kan iemand uh, uh, zich verkiesbaar stellen als president. terwijl er allemaal rechtszaken tegen ja. gevoerd? Oké. Okay. Dus dat, dat kan wel. Ja. Kijk, ja, je nou, kunt het wel. Ja. Ja, nou, heb je je daarin verdiept? Hoe, 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 lig, hoe is zijn scenario? Hè? Want dat, het, waarschijnlijk gaan al die zittingen plaatsvinden tijdens de campagne. Dan denk ik van hoe mooi wil je je eigen campagne hebben? Want je krijgt gratis airtime. Na elke aanklacht die er tegen hem komt, gaan ze peilingen omhoog. Ja, precies. Nee, het is gewoon gratis uh, airtime. Ja. ja. En laten we ook eerlijk zijn. In een zaak met een, uh, die, die zo hoog op de radar staat als deze. Als ze echt iets tegen hem gehad hadden, Tom, was die man toch al vijf keer veroordeeld. Uh, ja, maar dat is natuurlijk nu al uh, hoe lang aan de gang? Dat is al bijna zeven jaar aan de gang. Al nou, die uh, de uh, zogenaamde Indictment, af, ja, 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 Na indictment en noem het allemaal maar ja. op. Dus, en het gaat allemaal niet lukken? Nee, dus maar je ja, weet gewoon dat dit een politieke vervolging is. Ja. Nou, als ze een rechter gek genoeg vinden om hem dan te veroordelen. Want daar komt het uit. En dan moet het ook nog door het Hoge Rechtshof heen, hè, want daar kom je dan ook nog een keer op uh, ja, terecht. ja. Dus dat is ook nog een ding. Ja. Maar je mag verkiesbaar zijn terwijl jij in een rechtszaak zit. Mm -hmm. You're okay. innocent until proven guilty. Oké, okay. duidelijk. Dat is nee. geen enkel probleem. Ja. Als hij wordt veroordeeld, ja, dan, dan, neemt, dan wordt het echt leuk. Dan neemt ze vicepresident het over. Dus dan hangt het af van de running mate die hij kiest. Ja. Kijk, tuurlijk, Amerika doet het toe, maar vooral in de zin ja, van. Maar ik vind het gewoon interessant ook. Ja, wel. Het, uh, ja, het is ik, ik, wel ik minder, maar ik vind het vooral interessant van uh... Wanneer uh, nokt het dat hele Rotland een keer af van het wereldtoneel? Hoe, en hoe gaat het in zijn werk? En, uh, en, en natuurlijk gun ik de Amerikanen ook een zachte overgang van een, uh, een wereldleider nou, uh, naar nou. een. Uh, een tweede wereldland. Weet je dat? Want nou, dat, dat is naar een multilaterale wereld. Ja, dan, ja, ja, ja. precies. Kijk, ja. Ik, ik wil ook graag hele zachte overgangen. Want waarschijnlijk is wat dat in dat soort grote landen gebeurt. is toch ook wel van hele grote invloed op wat bij ons gebeurt. Maar ik vrees echt dat Amerika. dat daar, dat daar een beter scenario wacht dan, dan in Europa. Dat wij in Europa. Kijk, de Russen hebben het voor elkaar. De Chinezen en de Indiërs. er zijn zoveel landen die nu echt in een goede vibe zitten. En en uh, alleen maar groeien, welvaart neemt toe, armoede neemt af. Uh, Goede regeringen, ja. min of meer, beter dan die van ons. Hmm. Uh, die kans is aan in Amerika ook levensgroot. Met Biden heb je echt wel een waanzinnige terugval gehad. En ik hoop dat de Amerikanen dat inzien. En de, maar goed, het kan, er kan maar zo natuurlijk een nieuwe staatsgreep van de deep state plaatsvinden daar. Dan kan, is, zijn wij in de EU nog verder van huis. Maar ook als het in Amerika goed gaat, dan zijn wij het laatste continent waar het WEF en de hele 2030-agenda vol uh, ankers in de grond heeft. Omdat hier alle regeringen volledig WEF-gecontroleerd zijn, mm. helemaal meegaan in die klimaatagenda. Uh, ja, wat, weet je, hoe gaan wij er vanaf komen? Dat is, dat is de vraag. En dat is. Tuurlijk zijn er hele grote uh, uh, ontwikkelingen op het wereldtoneel gaande. Is er toch, uh, we hebben nu al tien jaar hele, hele grote schommelingen op geopolitiek gebied. En een soort omslagpunt voelen we en hopen we te naderen. Maar of hoe ver wij in de EU daarvan afstaan, dat is waarschijnlijk zijn wij het afvoerputje en worden wij er echt doorheen gespoeld. Ja, dat zou kunnen. Want aan de andere kant, mocht, mocht die climax nu komen in Amerika, is het wel zo dat. Uh, de, het eerste wat zal gebeuren, is dat ze die stekker uit, uit die oorlog in Oekraïne trekken. Die kraan gaat dicht ja. en dan is dat over. <coughs> dat betekent dat die situatie daar stabiliseert en dan trekt Europa zich ook terug. Nee, daar vandaan. nee ja, nee. De, kijk, Europa heeft natuurlijk al. Een, totdat Europa de laatste tank gestuurd heeft, gaat ze door. Nou, dat is denk echt, ik echt niet. Nee, het is echt het afvoerputje van, van de hele progressieve globalistische kliek. Ja. Wij gaan hier door tot de laatste Oekraïne. Tot de, alle de, en dan zijn we nog geneigd. Dan, dan heb, zijn, let maar op, er zijn nog, dan gaan er nog steeds geluiden op om te zeggen: van, nou, dan gaan we als Europa ook soldaten sturen. Dan gaan we zelf wel die oorlog verklaren. Let maar op, joh. Denk je dat echt? Ja. 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 Ze zijn echt, echt knettergek. Dus wij moeten echt, die maatregelen van Kaag, ik hoop echt dat ze er allemaal doorgejast worden. Maar ja, 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 ja. dan zijn we wel binnen twee jaar klaar. Ja. Ja, dan, uh, ja, dan is het wel einde verhaal. Ja. Ja. Nou, ik, nou ik, ik heb toch wel het idee dat als Amerika op een gegeven moment besluit om te stoppen met dit verhaal, in Oekraïne vooral. Want ik hmm. heb wel het idee dat alles op dit moment wel echt om Oekraïne draait. Ja, maar hoe komen wij van van der Leyen af? Dat is toch niet een Washington, als Washington weg is. Stel zelfs, Misschien op eenzelfde manier als dat we van Rusland komen. Zelfs Ramstein en al die uh, basis waar NAVO, zeker Amerikaanse soldaten liggen. Zelfs al zou dat allemaal dicht zijn, dan krijg je niet in één keer een revival van Europees uh, zelfbewustzijn en zo. Dat, 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 zie, dat zie ik nog in de verste verte niet uh, voet aan de grond krijgen. <coughs> al die boomers hier die maar op GroenLinks en D66 blijven stemmen. Nee. Maar ik denk dat ze gewoon bang worden dat het gewoon bange mensen zijn. En op het moment dat Amerika zich terugtrekt... gaan die mensen in Europa niet opeens verantwoordelijkheid nemen of ja, zo. We zitten op ome nee, Biden maar... te wachten om nee, 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 F-16's nee, te mogen nee, ze, sturen. Ja, überhaupt. Ze zijn, ze zijn, bij ons zijn ze zo dom en zo uh, bang voor gezichtsverlies. Niemand die er nu zit en er over vier jaar nog zit... Zal op de schreden terugkeren en zeggen: ja, Ik heb het allemaal fout. Ja, of, of nog niet eens zeggen: ja, We gaan nu gewoon 180 graden anders doen. We gaan nu opkomen voor de Europeanen. Dat zie je als Mark Rutte naar Brussel gaat. Dan zie je dat toch niet gebeuren, of wel? Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Dat gezichtsverlies. Ik zie deze hele kliek daar niet vooraan dat ze dat, dat, ze dat durven. En ze nokken nu allemaal massaal af van het, van het politiek toneel. Ja. Dat, en ik is, denk... dat is de enige mogelijkheid om. om uh, om betere politici, want politici zijn natuurlijk nog nooit goed, het is het meest, het meest verachtelijke beroep van de, ter aarde. Maar het is, uh, uh, dat is de enige mogelijkheid waarop er een, een, een iets betere groep politici naar voren geschoven kan worden. Dus dat is, dat is de enige hoop. Hè. Waarom gaan ze nu allemaal in één keer afnokken? We zien ze het allemaal niet meer zitten, zijn de panelen aan het verschuiven? Of is het gewoon een brute machtsoverdracht van Rutte naar Timmermans? En die mag nu verder gaan, die mag nu alle ja, voorzetten ja. die Rutte gegeven heeft, mag die in gaan koppen. Ja. Maar ik denk dat dat het is hoor. Mm -hmm. ja, uh. Maar voor hetzelfde geld kan het een misrekening zijn van Rutte of mm. van het WEF en, en uh, gebeurt dat helemaal niet. En, uh, en, en is die enorme leemte van nu, wordt die in één keer opgevuld met mensen die gewoon gradueel net wat beter zijn dan de Ruttes en de Timmermansen. Mm. Ja, ik denk dat Rutte aan de ene kant uh, dit geniaal gespeeld heeft, maar aan de andere kant dat hij ook wel gedwongen is geweest om iets te moeten doen. Hè? Dus dat het een en-en is, zeg maar. Kan. Ja, want uh, uiteindelijk, uh, de plannen zijn er en het spel wordt heel goed gespeeld, maar uh, de chaos stapelt zich ook op. Hè? Die tegenkrachten worden ook steeds groter. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat, dat, gewoon, een, de, dat er democratie van de hooivork uh, gepleegd moet worden voordat je deze hele rotte band ja, uh, kwijt zou. Democratie de, van de hooivork, ja. Mooi, ik, ik denk het wel. Mooie titel, Tom. Nou, nee. Hey. Hey. <laughs> ja, uh, er was nog één puntje over die BRICS-meeting, uh, wat ik hoorde. En Misschien kun jij dat bevestigen of niet, want ik vond het wel heel hilarisch, als ja. het echt zo is. Ja. Uh, Mr. Macron is afgeserveerd. Uh, in wat voor zin? Nou, die had gevraagd of die bij de BRICS-meeting kon oh, zijn, had ja. ik begrepen. Ja, Nee, maar kijk, van der Leyen en Macron zijn natuurlijk voor de BRICS. Zijn het gewoon de grote ratten die ze er absoluut niet bij willen hebben. Maar daar heb jij niks van meegekregen? Uh, nee, ja, nee, of, uh, nee, nee okay. niet echt. Nee. Nou, nou, dan is verder. Uh, Macron en van der Leyen en ook die, uh, die een, een heel, eigenlijk een heel contingent Duitsers, voor die nu aan de macht is, ja, die willen ze helemaal niet erbij hebben. Dat ze een beerbok nee, niet. Ja. En, uh, nee. Uh, Scholz niets. Mm. Die maken natuurlijk nul kans om aanwezig te zijn ja. bij BRICS-meetings. Ze ja. zijn helemaal niet in geïnteresseerd. Waarom zouden ze Macron toelaten, zodat hij dan weer met opgeven vingertje Xi Jinping de les gaan, kan gaan lezen in de wandelgangen of zo? Of, uh, <laughs> ja, en dan, en volgens dan, mij wordt het een heel klein mannetje als die Xi tegenkomt. Weet ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar uh, ja, uh, waarschijnlijk ja. proberen die Fransen daar toch een soort uh, momentje nog weer uh, uit te gaan uh, halen. Uh, ja. en dat ze even met in de wandelgangen even met Poetin staan en een beetje een boze blik en een vingertje erbij en Ik had gelijk. Xi ik had gelijk trouwens. Nou, wat dan? Nou, een hele tijd okay. geleden, toen hadden wij het erover dat, uh, dat uh, vanuit het International Criminal Court was, uh, uh, was Poetin aangemerkt als oorlogsmisdadiger. Ja, 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 mocht hij niet naar de BRICS-meeting. Nou, en toen zei ik ook van nou, dan, dan gaat hij toch gewoon inbellen. Ja, dat ging dus gebeuren. Nou, hij heeft, uh, ja, hij heeft uh, een Zoom of uh, weet ik het wat gedaan. Maar ja. Klopt, want het was in Zuid-Afrika. Ja, maar het was dus een hele cruciale meeting geweest. Achteraf blijkt dat. Lavrov is er wel geweest, denk ik. Weet ik niet. Denk het wel. Ja. ja. En. Uh, ja. Maar die, kijk, die man, die kun je wel om een boodschap sturen. Hè? Lavrov mm. is natuurlijk gewoon. Uh, ja, weet je, dat, dat is ongeëvenaard brok politiek uh, bewustzijn. Dat, ja. die, dat is. Kijk, daar valt ook Trump bij in het niet. Weet je? De, ja. Lavrov is, is gewoon misschien. Misschien even, even naar, uh, hoe heet dat? E uh, ja, gelijkwaardig aan Poetin. Hmm. In, in, qua, qua statuur en staatsmanschap en gekneed in alle spelletjes en trucjes die er, die er plaatsvinden. Okay. Dat is zo'n uh, zo groot brok diplomatie en verfijndheid, hmm. uh, die, die, kan, uh, die kan iedereen de les lezen die die de Macron valt erbij niet en, en Van de leien en de hele, hele klerenbende. Hmm. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, dat was nog even een, uh, een zijspraak. Maar, maar Poetin uh, heeft ingebeld. Ja. 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 Oké. Okay. Die was niet... Nou, ja, had je gelijk. Dus uh, ja. Zuid-Afrika uh, is een probleem minder. Uh, die, heeft een, die heeft een probleem minder. Ja. Maar er zijn waanzinnige dingen uh, uh, tot stand gekomen. Ja. Waaronder de uitbreiding met nieuwe lidstaten. Zeven landen, geloof ik, hè? Ja. ja. Dat, uh, ik weet nou even niet ja, meer... Ja, per 1 januari. Want ging het ook niet om... We hadden, we hadden dus uh, Iran, de United Emirates uh, ja, en Argentinië. Saudi-Arabië. Saudi-Arabië hebben, ja. hebben we dan, want Indonesië is ook nog sprake van hè, dat die op de lijst staan. Dat schijnt ook een belangrijke te zijn. In, uh... Ik pak het er even bij, joh. Ja. ja. <coughs> Ethiopië, Egypte. Ja. ja. Dus Saudi-Arabië, Iran. Ja. Argentinië, Zuid-Afrika. Egypte, Ethiopië en de Verenigde Arabische Emiraten. Oké. Okay. Dus dat zijn, uh, dan kun je dus eigenlijk aan, aan aflezen. dat er substantieel uitgebreid wordt in Afrika en in de islamitische wereld. Ja, ja. Ja, dus dat, dat is toch dat wel de hm. grote truc. En in de BRICS zat natuurlijk ook Brazilië. Ja. Daar komt Argentinië bij. Nou, begin ik ook te denken, Tom. Nou, ik moet nu ineens ook aan de zijderoute denken. Ja, maar kijk, China en die zijderoute, die, uh, die, die is er al heel lang. En die heeft ook uh, in uh, Centraal-Afrika uh, heel erg veel invloed. Ja. Dus ze hebben, uh, China heeft daar spoorlijnen aangelegd, grote havens. Ja. Dus Afrika wordt helemaal leeg gemind door de Chinezen. Maar is ook eigenlijk onuitputtelijk qua grondstoffen. Ja. Vooral aan rijke mineralen en, uh, ja. en edelmetalen. Dus uh, de, uh, die Chinezen doen dat heel goed. En, uh, die, en, en dat dat allemaal bij de BRICS komt. Ja, e en... Ethiopië en Egypte, dat zijn niet direct uh, landen die vallen in die nieuwe zijderoute, maar dat zijn wel weer uh, landen die voor het Westers oogpunt een heel groot verlies zijn. Want Egypte is Suezkanaal. Ja, 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 ja. ja, nee. Dat, ja. En, en het Panama-kanaal is al van de Chinezen, geloof ik? Nee, is Amerikaans. Of, uh, nee, is Amerikaans Die hebben dat verkocht. Of ze hebben het teruggegeven aan Panama, maar het Panama-kanaal is volgens mij niet meer van Amerika. Ik ga misschien iets heel doms zeggen, maar is het niet zo dat het toen de tijd is symbolisch is verkocht voor één dollar? Het Panama-kanaal uh, is niet in Chinese handen. Het is wel uh, um, het is overgedragen aan de. Panamese autoriteit zelf in stappen. Ja. Dus in, uh, Amerika had ook echt grondgebied. Dus heeft het kanaal aangelegd in de 19e eeuw. Ja. Heeft uh, gebieden om dat Panama-kanaal ook uh, in uh, Amerikaans grondgebied... als Amerikaans grondgebied gehad. Mm -hmm. Heeft het in 1979 die gebieden al teruggegeven... en in 1999 het kanaal aan Panama zelf overgedragen. Maar Panama is volgens mij wel, geldt wel min of meer als een soort... zoveelste Amerikaanse staat. Het is wel een beetje een soort van kolonie. Ja... Maar er is daar wel van alles aan de hand. En uh, grappig feitje was wel, toen dat dus overgedragen werd... die schepen betalen een uh, bedrag om daar tol. doorheen te mogen, ja. tol. En dat is toen, geloof ik, uh, in één nacht verviervoudigd of zo. Ja, want ja. Panama is nu ja. de zevende economie van Latijns-Amerika. Ja, precies. En dat is, ja, dus en alleen, dat is alleen maar, maar kanaal. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Want qua inwoners of qua productie of wat dat dan ook is er niks. Nee. Maar het is zo essentieel, het dat kanaal. Het is dus die tol uh, die uh, ja. heel belangrijk is voor Panama zelf... Ja. En ik weet ook niet of de Chinese schepen meer betalen dan Amerikaanse schepen. Geen idee, maar Chinese schepen varen er ook doorheen. Uh, maar dus wat ik wel een... begrepen heb, is dat China hun invloed aan het uitbreiden is daar. Ja, dat zal me niks verbazen. Kijk, en ja. met uh, de toetreding van landen zoals Brazilië en Argentinië ja. in de BRICS. Ja. En uh, dat Zuid-Amerika steeds meer uit die Amerikaanse machtsinvloed weggaat. Ja, ja. China, die ja. op Cuba bezig maar Amerika, is natuurlijk. Uh, Amerika heeft dus al. Uh, voor Amerika is uh, Zuid- en Midden-Amerika al. Uh, 150 jaar hun achtertuin. Ja. De, en Washington beschouwde het altijd als het gebied waarin wij kunnen doen wat we willen. En natuurlijk heb je daar communistische regimes gehad. En die zijn dan weer omvergeworpen door cia coups en zo. Ja. Heb je ook in Panama gehad en Nicaragua en weet ik veel wat. Dan kun je bijvoorbeeld Daniela Ganser over lezen. Ja. Nee, dus de, dat staat ook in dat... Uh, Imperium USA. Ik heb hem hier niet. Nee, hij ligt er niet. Maar <laughs> uh, Ab Frips heeft hem gelezen en die vond het geweldig. Ja. Uh, die blijft er ook maar over aan de gang. Die blijft twitteren erover, dat boek. Ja. Maar dat is ook belangrijk, omdat het dat overzicht geeft... van Amerikaanse bemoeienis in andere landen. Ja. Bloedige regimes, bloedige koeps. Uh, alles is uh, even gewelddadig. Hmm. Maar Panama net zo. Dus daar hebben ze, ze hebben daar heel veel uitgesproken, natuurlijk. Omdat ze ook heel lang Panama als achtertuin behandeld hebben. Yep. En dat, ja. Goed, ze hebben dat kanaal gebouwd. Dus daar hebben ze natuurlijk hun eigen in investeringen in. Dat kanaal, dat was natuurlijk gewoon voor Amerika de transportroute die ze niet over land, uh, ja, over land lagen de treinen en over zee konden ze allemaal over pannen kan maken. Ja. Maar goed, ja, zo so het. Waar hadden we het over? Um, ja, goeie over. <coughs> nou, dit kwam volgens mij. Oh ja, tuurlijk, Egypte, Suezkanaal. Suezkanaal. Ja, Suez ja wat, uh, dus dat zijn natuurlijk ja, de twee grote kanalen die voor de wereldhandel uh, ja, cruciaal zijn. Ja. En uh, nou komt Egypte dus bij de BRICS. Hè? En, ja. uh, en in, in Latijns-Amerika had je ja. alleen Brazilië, maar komt Argentinië erbij. Mm. Um, ja. En ik weet, ik weet niet hoe. Uh, ik denk niet dat de BRICS heel agressief is in de echt directe achtertuin van de Amerikanen. Want mm. Colombia dat, en, en uh, Honduras, Nicaragua, uh, daar zit natuurlijk heel veel Mexico. Amerikaanse invloed. Mexico helemaal. Ja. Die hele drugshandel loopt over die gebieden. Ja. Ik denk niet dat de Amerikanen dat zomaar weggeven. Daar, gaan, daar hangen heel veel belangen aan. Ja. Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat Trump heel erg agressief die achtertuin gaat verdedigen. Maar dat Kennedy dat veel minder agressief gaat doen. En dat Kennedy veel meer gaat uh, die dialoog opzoeken met de BRICS. En misschien zelfs uh, een, een vorm van lidmaatschap van de BRICS gaat uh, realiseren voor de. Ja. Nou denk ik wel dat in dat opzicht uh, Trump en Kennedy allebei wel op, op het punt van de eigen grens verdedigen. Yeah. Denk ik wel dat ze daar allebei wel een beetje dezelfde st stelling innemen, hoor. Dat, dat Amerika Amerika moet blijven. En uh, volgens mij zijn ze allebei wel van mening dat de, de invloed die Amerika uitoefent op andere landen uh, niet per se een goede is. En dat ze de eigen grenzen weer hard willen maken? Nou, dat ligt, harde er aan ligt eraan waar ze hun belangen zien. Kijk, ja. ik vind Trump veel meer een mediaman... Ja. die nog wel eens uh, harde uitspraken gaat doen voor de camera... en America first en uh, de ja, achtertuin wordt nee, verdedigd. maar Bill de Wall, hij ja, heeft hem ook... Ge ja, oké, okay, maar, maar, maar ook dat ze geen inmenging van de BRICS-landen... in Mexico en andere Midden-Amerikaanse landen uh, accepteren. Maar ik denk dat Kennedy... Uh, veel meer, en uh, dat Kennedy een andere America first benadering heeft, namelijk van als je realistisch bent is Amerika aan het achteruit boeren mm -hmm. al heel lang en uh, om bij te blijven. Trump erkent ook dat Amerika aan het achteruit boeren is en die zegt uh, alleen misschien hebben ze een geopolitiek gezien mm -hmm. een iets andere insteek, maar ja. Trump heeft daar wel op, uh, ja. de, dat, uh, ik vind dat niet een specifiek Kennedy punt. Uh, Trump heeft ook... We moeten ja, eigen energie, ja. productie terughalen ja, naar Amerika. Ja. Dat heeft hij allemaal wel. Ja, uh, zal ook moeten. Zal ja. moeten ja. Dus daar ja, kun je ja. niet... Uh, maar ja, Trump heeft nog wel eens een, de neiging om uh, zich te overschreeuwen... met uh, toch wel krijgshaftige retoriek. Ja. Uh, het is daarmee geen neocon. dat zeg ik absoluut nee, niet. Nee. Maar, maar dat hij wel... Uh, zijn, hij heeft veel meer een militaire of militante... Ondertoon dan Kennedy. H ja, ja, en, ja. en ik denk dat Kennedy uh, het Amerika First veel, veel meer denkt in <coughs> onze positie in de wereldhandel en, op de, en in de financiële uh, uh, wereldmarkt. Kunnen we misschien veel meer uh, handhaven of veel meer behouden door samen te werken en door in die BRICS te gaan zitten. Ja, en toch denk ik ook wel dat, dat hierin uh, dat Trump vaak zijn retoriek wordt verweten, maar niet zozeer zijn handelen. Want daar zit bij Trump wel een groot verschil. Dus in. Bij elke president, of bij elke politicus, moet je altijd is al een groot verschil tussen praten en doen. Ja, maar bij Kennedy ja. uh, heb ik het idee dat hij veel genuanceerder is. Hè? Die, 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 die ja. uh, is politiek veel verfijnder, zeg ja, maar. Kijk, ja. Trump is een schreeuwer, Maar ja. ja, ik vind dat toch wel een. Uh, maar goed, uh, uh, ja, uh, ja. Uh, daar da, da gaan we zien hoe dat. Uh, dat is natuurlijk gewoon een heel belangrijke ontwikkeling die zich daar afspeelt. Ja. En uh, Tucker Carlson, met alle respect en de toestand van de alternatieve media. Mm -hmm. Ik ben er nog niet echt onder de indruk van het niveau en dergelijke. Nee. Ik vind een, een McGregor uh, vind ik een veel leukere en uh, onderhoudender spreker dan Tucker Carlson. Natuurlijk ook omdat Tucker eigenlijk. Een, een, een bruggetje is. Hij is gepokt en gemazeld ja. in het mediawereldje. Ja. Uh, groot geworden bij Fox. Mm. Een echte uh, die journalist. Misschien ja. een soort, uh, wat, wat bij ons als een, een soort Wierduck. Weet je, iemand okay. die, die ja. tussen twee werelden leeft. Ja. Wierduk zou, als hij stopt bij de Telegraaf en hij zou een eigen platform krijgen, dan zou die gelijk even groot als de Telegraaf zijn. Dat denk ik ook wel, ja. 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 Dus, uh, ja. Met alle respect is het natuurlijk gewoon een klein duimpje land, maar uh, ja. Zo zie ik Tucker Carlson ook. Uh, oh, ik vind hem niet okay. heel interessant, inhoudelijk ook niet. Ik weet ook niet of hij uh, Poetin echt iets interessants kan ontlokken. Uh, ik, ik vind nog steeds dat boek wat wij vertaald hebben over Poetin... De Binnenkant van de Macht. Ja, uh, bent Ja, vind, ik, ja, vind ja. ik gewoon het beste boek over Poetin nog steeds wereldwijd. Simpelweg omdat die man... Uh, uh, veel meer oog heeft voor, de, voor, voor, voor Vladimir Poetin zelf... Mm -hmm. en niet helemaal gepreoccupeerd is met hele grote dossiers en vraagstukken... en grote problemen en, de, en, en alles wat hem altijd verweten wordt. Hij laat gewoon iets van die man zien. En, dat, en op zo'n eenvoudige manier kun je hem oneindig veel interessant ma interessanter maken... dan die, uh, die filmregisseur die, die hem toen... Zes uur lang geïnterviewd. Ja, ik ik, zijn ego zat in de weg en bij, die, bij die filmregisseur. Ja, enorm zelfs. Ja, precies. En okay. uh, hij, hij, hij vond echt dat hij als grote Amerikaan. hij had toen toch echt begrepen hoe Poetin is en zo. Ja, oké. Okay, dus, ja. En ik, ik vond dat het ego van die regisseur zat er zo enorm dwars. Nou, in dat opzicht wil ik hem misschien wel een compliment geven. Al, al vind ik hem af en toe. Irritant met bepaalde mensen lachje of andere dingen. Dat vind ik wel eens vervelend. Maar ja. ik vind wel dat Tucker wel uh, mensen hun verhaal laat doen. Ja, maar Tucker is gewoon zo dodelijk Amerikaans in heel veel opzichten. Ja, ja. Dus Het zijn, blijft showbiz. Ja, heel erg. Ja. En, ook, uh, en ook enigszins plat inhoudelijk. Mm, en, ja. en, uh, ja. Dus wat ik net ook zei, dat, ik, uh, dat, is, dat is voor mij tekenend van wat ik mis in de, in de alternatieve of vrije media. Ja. Is dat we geen eigen agenda hebben? We zijn niet geworteld in een eigen traditie. We verwerpen de Europese oude traditie, we verwerpen het christendom zoals het uh, uh, altijd is geweest en ook de enige manier zoals het zou kunnen overleven. Daar haken we niet bij aan. Dus is het toch wel ten dode opgeschreven. Mag maar... ik één ik vraag tussendoor? Uh, Want uh, jij zegt de Europese oude traditie, <tus> maar. Is dat een daadwerkelijk iets dat wij een gezamenlijke Europese traditie ja, hebben? Natuurlijk is dat. Maar dat Want is natuurlijk Europa ook lang, is natuurlijk ook. Het is ook al heel lang onder vuur. Ja, maar dat is ook super verdeeld. Ja. Nee, nou, ja, ja, weet ik niet. Ik vind, kijk, in de, de mate waarin het verdeeld is, zie je ook alweer een soort van zelfmoordagenda. Dus. Uh, uh, wat kun je nou... Alles wat er van afwijkt gaat dood. Het sterft gewoon. Dus wat, waar, waar kun je nou vitaliteit zien? Dat is, ik zie het niet in de alternatieve media. Ik zie geen enkele vitaliteit. Ik zie weinig kwaliteit. Uh, Karel van Wolver is een uitzonderlijke man. Omdat hij zo'n enorme uh, beheersing van zijn vak heeft. Maar er komt niet iets naast. Er komt niet... Ook in zijn, uh, in zijn blad. Ze zijn onge ongelooflijk vol met, met goede stukken. Mm. Maar... Ik heb wel die is, idee het idee allemaal echt alleen om hem... Het draait, uh, het draait om hem in die zin dat, uh, dat, dat hij voor die kwaliteit zorgt... en dat ja. hij ook medewerkers kan pushen om iets goeds neer te zetten. Dus, uh, neem je hem weg, dan valt het allemaal uit elkaar. Uh, ja. En, uh, en ja. zo dus neem je het... Uh, je ziet nu eigenlijk sinds Benedictus dood is, de, uh, nu een uh, dik half jaar... dat uh, het restant katholieke kerk, wat er is, zakt gewoon totaal in elkaar... en die paus van nu, die jaagt het ook helemaal aan... Dus dat, dat is, dat, dat, die zelfvernietiging is gewoon enorm. En dat heb je natuurlijk eigenlijk, zie je dat nu 400 jaar lang? Dat wanneer. Kijk, echt rechts-Europees-katholiek denken. gaat ervan uit dat er samenhang is en dat alles met elkaar samenhangt. Denk echt het, het oude progressieve linkse denken gaat ervan uit dat niets met elkaar samenhangt en dat er geen samenhang is. En dat alles fragmentarisch is. Ja. En dat, eigenlijk is er niks veranderd. Dus dat hele... Maar dat, dat geeft dus ook aan, wat ik net zei, dat die verdeeldheid er altijd al was eigenlijk. Nou, heel lang. Maar dat ja. is natuurlijk één grote aanval op de samenhang, op het normale leven. Op vrije ondernemerschap, op, uh, op uh, uh, gezinsvorming. Dat is de grote aanval. En dat probeer ik dus nu ook al de hele tijd te zeggen als je dat, uh, de, de politicus die zich daar sterk voor maakt... en die lachend die oude progressieven laat komen... en af laat ketsen op een harnas van, van beschaafdheid, vriendelijkheid... en op het staan voor normaliteit... Mm -hmm. ik, zie, ik zie geen enkele politicus die dat kan. Thierry mm. zou het kunnen, maar die moet daar nog wel in groeien. Want die heeft ook nog steeds dat, dat coffeeshops... en, uh, en, en uh, homo-emancipatie en weet ik veel wat... Ja, waar, waar, wanneer komt er nou iemand van statuur en souplesse die gewoon het normale leven gaat verdedigen? De SGP doet het niet meer, kan het niet meer. Zit in een soort van klein wereldje opgesloten van heel gewichtig doen en, uh, en weinig uh, presteren. Het enige wat ze nog overend houden is het bijzonder onderwijs. Mm. Maar dat, dat is te weinig. Daar gaan we het niet mee redden. We gaan niet achteruit verdedigen. Uh, dat is gewoon steeds maar weer... Uh, uh, de praktijk, terwijl dat, dat zou niet moeten zijn, we moeten vooruit verdedigen. De beste verdediging is de aanval. En uh, ik, ik mis een, een uh, lijsttrekker, een kandidaat. Die zegt van jongens, ik ga voor alles wat het normale leven, de normaliteit, uh, de Europese traditie, de samenhang, ik ga me daar volop ik, uh, storten. Dat ga ik verdedigen. En uh, dat is de agenda. En uh, alles wat het aanvalt, is onze vijand. Uh, of iemand die in één keer in een kamp blijkt te zitten. Ja, sorry, met alle respect. Het is een vriendelijke homo. Of is een vriendelijke dit. Of een vriendelijke dat. Of een leuke zus. Maar inhoudelijk is het onze vijand. En wij willen gewoon de normaliteit terug. Wij willen een sterke, een sterke kern in de, de, waar de beschaving van uitgaat. En als je een sterke kern hebt. Waar alles samenkomt. En waar, alles, uh, uh, van, van, waar de beschaving. Vanuit kan gaan, dan kun je ook wel aan de rand, kun je wel rare dingen tolereren. Dan, dan, dan daar maak je je dan ook niet druk om. Maar de kern moet onaantastbaar sterk zijn. Oké, okay, duidelijk. Ik heb dat trouwens ook van de week getwitterd. Ja. En ik heb daarin dus mijn vriend Erik van Goor ook geciteerd, ja. omdat dat natuurlijk, uh, hij heeft daar als geen ander heel veel over geschreven en gezegd. En uh, dus ik heb hem ook daarin uh, genoemd, omdat hij daar altijd heel erg mee bezig is. Ja. Uh, maar daar zitten we natuurlijk op te wachten. Dat zijn twee tweets geweest die, die volgens mij heel belangrijk zijn. En waar we natuurlijk nog steeds op zitten te wachten... is gewoon iemand die zegt van jongens, ik, ga, ik, ik neem dat op. En in plaats daarvan is het allemaal een beetje mitsen en maren... een beetje zus en een beetje zo en een beetje die en een beetje die. De een en de ander. Uh, terwijl we natuurlijk ge gewoon ten onder gaan. Ja. Het is me helemaal duidelijk. En ik wil je graag op reageren, want ik denk wel dat we nu in een tijd zitten. dat uh, de polarisatie en de verschillen. de zuilen ja. zo ver uit elkaar liggen. dat het gewone normale midden. iets is wat we eigenlijk niet meer hebben. En op het moment dat er zo iemand opstaat. Uh, wij, kijk, ja, kijk, het normale midden. Het, het, dus dat is dus goed dat je dat zegt. Want dat was natuurlijk. Het, de, de, de begripsverwarring bestaat er al in. dat het CDA het normale midden heeft geclaimd. Exact. Opgevat als het midden tussen links en rechts. Maar zo vat ik het midden niet op. Nee. En, de, en dat, dat is het mooie van Erik van Goor. Die, die heeft daar van die gevleugelde uitspraken over gedaan. Van het midden is rechts. Het midden is waar alles samenkomt. Maar het is niet het midden tussen links en rechts, alsof het een soort spectrumbreedte. We hebben het vorige keer ook over gehad. Hè? Van, ja. nou, dit is een spectrum. En dan, ja. als je dan in het midden gaat zitten, maar dan, het midden heeft dus geen inhoud. Het midden laat zich definiëren als het midden tussen links en rechts. Nou, als, als nu dit rechts is en dit links, dan is dat het midden. Maar als nu dit rechts is en dat links, dan is dat in één keer het midden. Ja, daar zit wel 90 graden tussen. Ja. Dus. Die, dat is natuurlijk de onzin ten top. Het midden is altijd, heeft altijd vastgestaan. Het midden is waar alles samenkomt, het waar de normaliteit onaantastbaar is, waar, waar de kracht van beschaving gevonden kan worden en waar mensen naartoe gaan als ze niks meer hebben. Want daar zijn mensen in. Mensen in het midden hebben altijd wat. Daar is vrij ondernemerschap. Daar is gewoon een, een sterke een, een, een sterke beschavingsopvatting. Maar Mensen die zijn basis in een je kunt alleen maar geworteld zijn in het midden en in de traditie. En als je niet ten volle de traditie kunt omarmen, kun je ook niet in het midden staan. Dus maar het, die basis is juist wat wij nu missen. Dat midden is ja, weg. Dus moet daar iemand gaan staan die dat wel doet. Ja, maar je moet het wel SGP, kunnen bieden. SGP heeft het niet gedaan. Die is aan navelstaren ten onder gegaan. De, de jongeren van de SGP, daar zie je nu totaal gekaapt worden hmm. door woke. Er zijn een paar jongens uitgegooid ja. zoals uh, Tom de Nooyer ja. en, uh, en die jongen die van, zit de, nou uh, ongeveer van ongeveer de Tang. Ja. He, Laura, of die, uh, de zoon van, uh, van de Tang, hoe heet hij? Uh, Matthijs van der hmm. Tang, heb ik een keer in voor Epoch geïnterviewd, leuke, leuke jongen. Ja. <coughs> maar die worden er al uitgegooid omdat ze een beetje anti-wook zijn. Die worden gewoon uit de SGP-jongeren gegooid. Met andere woorden, <laughs> de volgende lichting SGP'ers, is gewoon GroenLinks. Ja. Dat ja. is het gewoon. Ja, maar dat, dat, dat is precies ook wat ik nu zeg. Op het moment dat jij onder in je überhaupt in de partij die ervoor zal moeten staan, hmm. maar ook gewoon in de samenleving. Ja. Als jij geen basis meer vindt, omdat er geen enkele gronding meer is, hoe ga je? Dan kun je er wel vol gaan staan en de jongens die er dus voor staan, nee, maar er die, is die, eruit die zich uitgesprekken. Nee, maar het begint met je uitspreken. He, dus dat is, dat, dat, ik moet ook zeggen dat, 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 dat je daar een zekere schroom misschien voor moet overwinnen. Maar op een gegeven moment, als je alleen maar de omzichtjes hebt. En, en, en Thierry die af en toe uh, daarna neigt om dat te doen. Hij heeft wel de souplesse om het te doen. Ja. Maar hij heeft nog steeds die grachtengordel-ruggengraat. Die hem, die hem gewoon vatbaar maakt voor. Uh, om niet zo ferm in de. En misschien ja, misschien je is het meer een aan de hand. Zo, uh... Nou ja, kijk, het is een enorme, soep, soepele debater. Met hele sympathieke dingen. Maar je moet wel. Het moet, het moet meer zijn dan dat. Het moet rondborstig zijn, maar het moet ook robuust zijn. Uh, je, moet je, je moet je onomwonden uitspreken voor normaliteit. En niet zeggen, ja, we zijn ook voor normaliteit. Maar we willen ook de homo-emancipatie, -emancipatie, vrouwen-emancipatie... en we willen ook zus en we willen ook zo. Maar LGBTQ, nee, dat is heel verschrikkelijk. Is heel verschrikkelijk. Ja, dan weet ik niet waar dan jou, jouw grens ligt tussen normaal en balk. Geen idee. Dat is, dat is niet duidelijk. Dus je kunt niet en-en doen. Je kunt zeggen van, we zijn tolerant naar... naar <totstukken> uh, naar homo's, naar minderheden. Maar we willen gewoon het, uh, 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 ronduit vier die uh, oude, traditionele Nederlandse of Europese waarden uitdragen. En dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk geen verlichtingswaarden. Dat kan niet. Daar kun je, daar kun je niet mee aankomen. Dat is gewoon kolder natuurlijk. Verlichting is alleen maar, uh, uh, die, die, ja, die is alleen maar parasitair op ja. onze Europese traditie. Ja, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Ja, maar ook oh, ja. met kinniging en ook ja. al met andere dingen. We, ja. we hebben natuurlijk fantastische mediapanels gehad met, uh, met Erik van Goor en uh, hoe heet die die, die? die kerel is fantastisch. Oscar. Oscar Hendricks. Ja, ja, ja. Erik van Goor. Ja. Weet je, dan gaat het om die robuustheid. En die, het is ook een karakterkwestie. En als je, als je ergens een zwakke kant hebt. waarin je dus. Dan, dan glij je af. en dat heeft de SGP getoond. Dan word je navelstadig. Als je ergens niet via dat midden weer herveroverd en, ze, en, de, plant, en de, de vlag plant en zegt van ja, maar dit is van ons. En dat, wij staan daarvoor. We gaan die Europese traditionele waarden we weer uitdragen. Dus de, de filosofie, de, het christendom, het dit en het dat. Kijk, jij zegt dus, het is gewoon echt belangrijk dat er iemand... Op gaat staan, die, die echt gewoon daarvoor staat. En ook niet afwijkt ja, maar, van dat middel. Ja en het hele rotzooi, die rotzooi houdt ook niet op. Kijk, die, die lijst van Kaag kun je ook alweer mee op terugkomen. Ja. Uh, 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 dus we hebben in het begin natuurlijk gevraagd om een, een, een lijst trekken die cadeautjes wilde uitdelen. Maar in feite, je komt er niet onderuit. Dus iemand die gewoon. Met wat we net zeiden, van iemand, een, een, een politicus die helemaal dat midden durft te claimen, zijn vlag plant en zegt: van ja, dit is van ons en wij gaan pal liggen voor die normaliteit in alle opzichten. Ja. En geen gekke dingen over. Uh, met, uh, maar de, onze Europese traditie vereist verworteling. En je kunt niet als een half zwevend individu. Kun je, uh, Kijk, Fortuyn had dat ook. Weet je, hij had enerzijds die, dat enorme besef dat die Europese traditie belangrijk was. Maar dat was in ieder geval al, weer een ja. ontworteld individu. En dus hij had, een, hij had een soort wegbereider kunnen zijn. Maar ja. we wachten nog steeds op degene voor wie hij de weg bereidt. Ja. En dat is iemand die met zijn beide voeten helemaal in dat midden staat in die Europese traditie... In dat uh, en, 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 en zich sterk maakt voor de normaliteit. En dus niet meer in links-rechts-progressieve dingen trapt en weet ik veel wat. Want dit doen we. En als we dit doen, dan worden we rijk met z'n allen. Dan hebben we welvaart. We hebben norma normaliteit terug. We hebben minder gekken in de samenleving. Ja. Uh, we hebben geld en tijd om dingen te doen die, uh, waar we nu niks meer voor hebben. We hebben weer een normale positie in de wereld, et cetera. Want het is natuurlijk een olieflek die zich uitbreidt. Als je je sterk maakt voor die Europese traditie, voor dat midden, voor het normale leven, voor weinig belastingen. Je wilt niet weten hoe blij we van onszelf worden. Maar kan ik, kan ik dan bijvoorbeeld niet uh, Orbán als voorbeeld opgooien? Want ja. ik heb wel het idee dat ja. die dat doet. Ja. Ja, meer. Nou, dan ja. wacht ik op de olie tot hij hier komt. Ja, uh, uh, ja. nou ja, or, Orbán is, is daar misschien nog... Uh, ja, kijk, ik vind, vind Poetin ook, maar ik denk dat mm, Poetin... Ja. Nee, wacht, maar, laat me even af uitspreken. Dat Poetin met een heel, heel grotere, veel, veel grotere negatieve erfenis belast is geweest dan Orbán. En dat Orbán een redelijk georganiseerd land aantrof en uh, dat natuurlijk veel makkelijker... Kan, uh, kan, kan heropbouwen dan, dan wat Poetin aantrof. Die hele Yeltsin erfenis met die oligarchen in, mm -hmm. in Rusland en die hele uitverkoop van de Chicago boys die daar huis gehouden hebben. Dus de Amerikanen hebben daar waanzinnige dingen doorgedouwd onder in de Yeltsin tijd. En heel veel van die uh, Yeltsin uh, verantwoordelijke, daar mocht Poetin niet aankomen. Want dat was zijn belofte toen hij het overnam naar Yeltsin. Van je, er wordt niet, er worden geen. Ministers vervolgd van, uit de Jeltsin-periode. Hmm. Nou, toen kreeg je op een gegeven moment dat er een, een minister op straat werd afgeschoten die op het, in, in Moskou. Dat, dat was een moord. Ja. Uh, maar ja, goed, is dat die grote naam? Die, ja. Uh, die uh, dat klopt. Dat is die grote naam. Kom ik nou ook niet even, even niet meer op. Maar dat, dat soort uitwassen krijg je dan, omdat die mensen vrij rondlopen met heel veel geld. Ja. En ze hebben wel heel veel misdaad op hun geweten. Dus ze hebben gewoon een miljoen vijanden. Dat zijn ook parasieten. In dat zijn ook parasieten. Maar ja, die, kijk, Poetin hij mocht daar niet aankomen. Nee. Hij heeft ze wel natuurlijk uit hun macht gezet. Ja. Maar uh, uit, aan, aan hun misdadig mm -hmm. uh, vermogen mocht, mocht hij niet. Dat is waarschijnlijk niet Poetin zijn toedoen geweest. Nee. De, de, en hij heeft natuurlijk veel meer waanzinnige negatieve erfenissen gehad. Dus de... het geboortecijfer, de enorme drankgebruik, mm -hmm. abortussen. Uh, mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen waar hij aan gewerkt heeft. En wat veel meer tijd nodig had om bij te sturen dan, uh, dan wat Orban heeft aangetroffen. Dus in die zin heeft Orban het. Uh, eigenlijk ja, heeft een fantastisch land kunnen maken van Hongarije. Ja, dat, maar ik denk in zoverre dat, uh, dat het dat eigenlijk ook al wel redelijk was hè? Uh, de afgelopen. Ja, dat zei ik. Ja, ja. Maar dat hij nu wel een zware taak heeft om het te verdedigen. Ja. Dat, ja. En dan kom je dus op het punt dat jij ook zegt van. wat we nu nodig hebben, is gewoon iemand die ervoor gaat staan. en die ja. zijn poot ook stijf houdt. Klopt, en die... vergis je niet aan: de statuur van Orban is waanzinnig. Hè. Ja. Is de, dat is echt een staatsman van ongelooflijk kaliber. Ja. Tuurlijk, hij heeft nepotisme, er worden vriendjes op plekken gezet. De, en met alle respect, ik denk ook dat gezien de enorme vijandigheid vanuit de EU en, van, en hè, die dan weer de oppositie financiert, mm -hmm. denk ik dat Orban ook heel voorzichtig is om geen onbekende mensen op belangrijke plekken te zetten, maar, op, maar mensen die hij heel goed kent. Familieleden of wat dan ook. Ja. Dus iets van maffia-achtige zweem zit daar omheen. Maar, maar dat is ook wel weer uit nood geboren, want je wil natuurlijk niet... Ik denk dat het je een landen... verdedigingsmechanisme Ja, Je wilt niet je land een prooi uh, geven aan, 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 aan mensen die je niet kent. Ja. En nou heb ik een. Uh, 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 he, zie jij iemand in onze politieke gelederen... die in staat zou zijn om dit om hiervoor te kunnen staan? En die ook geaccepteerd wordt. Hè? Want dan kun je zeggen, ja, Jerry zou in staat zijn om dat te kunnen doen. Mm. Maar ik, ben, ik denk dat zijn uh, politieke carrière tot nu toe te voor. Ja, dat, de... ja, kijk, iedereen weet dat hij best een grachtengordelachtig... hedonistisch leven heeft geleid. Ja. Uh, en uh, maar, ja, kijk, in christelijke zin zou je daar toch wel uh, afstand van moeten nemen, denk ik. En, en uh, wil je gewoon ten volle die Europese traditie omarmen. Maar uh, ja, in, in Nederland is dat gewoon heel lastig. Dus uh, ik, ik vind dat heel... Ja, ik weet het niet, misschien dat Gideon veel meer geschikt is daarvoor... Hm. Maar is weer niet de soepele die beter die Thierry wel is. Okay. Dus de, hij kan minder. Ik vind Thierry toch wel heel makkelijk en soepel in, het, mm. uh, in, in, in zijn houding en in, naar het publiek toe. En ook wel naar opponenten toe. Uh, ik ken hem zelf ook wel als iemand die zelf de partij bij elkaar kan houden. En dat, dat denk, ik weet niet of Gideon daar al ge, oud genoeg voor is. Volgens mij is hij. Rond de 30. Uh, nou, wel iets ouder al. Ja, ja, volgens mij is die midden 30. Okay. Maar, of nou, nee, je kan wel eens gelijk hebben. Maar oké, okay, maar, maar er komt toch heel veel. Maar bij... moet het dan vanuit FVD komen? Nee, maar waar anders vandaan? Ja, dat weet ik ja, niet. ik weet het niet. Ik uh, zie ja, dat niet. Uh, zit er niet iemand in de SGP of de ChristenUnie achterban? Of, uh... ja, ik vind het allemaal heel navelstaardig, die, die, die christelijke politieke wereld. Ja. Dus nee, dat zie ik niet. Nee. En, uh, en, en FVD uh, zie ik het ook nog niet helemaal. Maar die hebben wel aanzetten daartoe. Uh, ook in het Zwarte Vier. Maar ben je niet bang dat die partij gewoon al te veel besmet is? Dat ze nooit meer... Want wat je hierbij nodig hebt, kan. is dat je tot dat grote midden gaat spreken. Ja. En ik, ik ben bang dat die mensen allang zijn nou ja, afgehaakt dat, welk, bij Fvd. Welk, welk grote midden? Dat grote midden, dat is... Dat is er. Ja, maar dat is natuurlijk een uh, onderdrukt midden geworden. Ja, maar dat, je zag dat. Je ziet dat bij een Pieter Ontzicht. Je ziet dat bij een Caroline. Je zag dat bij een Fortuin. Ja, ja. Dat midden is er. Maar hoe ga je die mensen aanspreken en hou je jezelf overeind? Ja. Want dat, dat is het grote. Je kunt ze aanspreken en dan reageren ze ook. Dat zien we keer op keer gebeuren. Ja. Ja, maar ja, tegelijkertijd is er de angst bijvoorbeeld bij de boeren, want de FVD was een boerenpartij met een, met een be betere boerenagenda dan de BBB. Ja. Ja, dus, ja. ja, maar daarom zeg ik, ben je niet bang dat ze te veel besmet zijn al? Dat weet ik niet. Want dat, dat is inderdaad ook net mijn hele punt. Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk echt dat er, om even in bijbelse termen te spreken dan, maar dat er een onbevlekt iemand moet komen. Die hiervoor gaat staan en ook alleen hiervoor. En van daaruit zal het vlucht moeten krijgen. Ja, ja maar wie, wie zou je nou. Kijk, Orbán heeft echt wel een lange traditie in, het, uh, in de Hongaarse politiek. Hij is niet uh, van, van vandaag op gisteren opgekomen. En in die zin zie je dat gewoon in Nederland niet. Zie je niet zo iemand uh, nou. langzaam opkomen? Dat, dat, nee. Dat is, dat is gewoon heel lastig. Precies. Want ja. we hebben te maken met een soort politiek als een carrière. In Kijk plaats aan, van als ja. een levensovertuiging. Ja. He, want dat, zo zie ik het eigenlijk zelf wel. Ook in België zie je het niet, in Vlaanderen. Het Vlaams blok heeft, heeft uh, echt wel een campagne gehad. om uh, traditionele katholieken er bijvoorbeeld uit te gooien. Hmm. Dus dan, uh, dan heb je het over. Uh, even kijken hoor. Je hebt. Uh, een aantal katholieken gehad tot in de uh, Kamer aan toe op, Vlaams, op het Vlaams Belang uh, mm. in die partij. Mm. Ja, en daar is toch een soort seculiere tegen, tegenwicht of tegenstrijd tegengekomen. En, en dat laatste heeft wel gewonnen voor, voor, voor nu. Mm. Um, en uh, er zijn tal van uh, traditionele katholieke namen zijn er gewoon uitgewerkt. Uh, niet meer op de kieslijsten voorgekomen. Mm. En dat is langzaam gewoon allemaal uitgefilterd. En bij FVD zie je het nu toch ook wel een beetje. Hè. Dus ze, ze associëren zich wel met Christendom, Gideon ook wel, Thierry ook wel. Maar ze, ze, ze geven ook heel, en zeker Thierry, geeft toch regelmatig een trap na. Freek Jansen doet dat. Ja. Uh, ja. En uh, er, zitten, uh, er zitten echt een B-garnituur filosofen in de, in, in de geleden, waarvan ik denk, je vredes aan, wat doen die daar? Weet je? Wat, 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 uh, wat hebben die te zeggen? Echt helemaal niets. Dat is alleen maar rancuneus gebouw. Op. Over wat er allemaal mis is, maar er zit geen enkele beschavingsideaal achter. En dan hoor je dat soort mensen zeggen: ja, het moet eerst nog veel meer kapot, want dan kunnen we iets nieuws opbouwen. En dan denk ik van, ja, verrek, gaat toch, ga toch weg? Dat ja. is, is echt belachelijk. Hoezo moet je ja. eerst alles afbreken voordat je iets kunt opbouwen? Dat is toch onzin? Ja. Waarom zou je het weg moeten gooien? Maar dat is puur rancune, omdat die mensen gewoon haat naar het christendom hebben en haat naar religie in het algemeen. En die vleugel die wint. En dat, dat zeg ik en dat zie ik omdat ik het bij het Vlaams Belang ook gezien heb. Ja, maar überhaupt, als je vanuit dat standpunt, hè, vanuit een haatgevoel tegen een andere partij, uh, denkt dat jij het goede gaat doen, dan, ben je, dan is de basis al uh, ja. corrupt. Ja, maar dat is dat hele verzuilingsdenken. Hè. Dus ja. dat het christendom ja. is ook maar een zuil. Het socialisme is ook maar een zuil. Maar dat is het niet. Het is de bakermat van Europa en, ja. deze, en het is onze identiteit. En als je wil wortelen, als je dat midden wil heroveren. Uh, of, eh, want dat is nu leeg, daar is niemand meer. De, de, die, die mensen die er zijn worden weggejaagd. Nee. Maar als je gewoon weer voor de normaliteit wil staan, robuust, met souplesse, met, met, een groot, met een grote persoonlijkheid. en zegt van jongens, dat gaan wij doen, zoals Orbán. Ja, dan, uh, dan kan je denk ik in FVD ook niet echt terecht. Nee. Nee, want uh, inderdaad. Dus FVD zal ook wel, een, uh, toch, toch wel bijgestuurd moeten worden? Nou ja. Uh als je denkt dat daar de toekomst zit, wel. Ja, ik heb en het, ik, betwijfel, ja. ik betwijfel dat. Ik heb dat vorige keer gezegd, hè, dat, dat ik vind dat uh, de katholieke jongeren... In, of de christelijke jongeren in FvD te snel het bijltje erbij neergooien. Mm. Uh, daar blijf ik bij, want mm. je moet je niet weglaten jagen. Nee. Uh, de, uh, dus het kan soms harder te uh, hard aan toe gaan, ook hm. binnen een partij. Ja, ja, ja. Maar je moet wel blijven. Dus ook al krijg je weerwoord van een partijleider of van de uh, secundanten daaronder, je moet wel blijven. Hm. Uh, je moet wel. Uh, uh, kijk, als, als je op een gegeven moment ze alle wegtrekt omdat, omdat je gedesillusioneerd bent, hè, dat kan wel, maar wat dan? Ja. Ja, vind ik het lastig. Hm. Ik zou het bijna op mezelf gaan betrekken. Tom. Ja, <laughs> dat. Uh, <clears throat> ja, ja. Nou, kijk, en, en dat hele alternatief daaromheen, dat er dan. Kijk, er zaten een paar katholieke jongeren in die echt gewoon belezen zijn, uh, weten waar ze het over hebben, met potentie. Hmm. En die zijn weggegaan om, uit nare, omdat ze nare ervaringen hebben. Ja. Of teleurgesteld zijn in die of in die. En uh, weet je, dat, ja, dat moet je gewoon niet doen. Uh, je, je maar moet... dat is ook wel het probleem, denk ik, als je kijkt zoals FVD ook. Hè? Dat is Kijk, je moet in... je niet laten leegeten of wat dan ook. Hè? Dus niet laten gebruiken. Dat, dat, dat gevaar bestaat altijd in uh, politiek. Ja. Uh, partijpolitiek. Ja. Maar als je op beltje erbij neergooit... omdat je gewoon te zacht van uh, karakter bent en niet tegen tegenwind kan. Ja. Maar ik denk dat dit een heel fundamenteel probleem is. Wat ik net ook al zei. Uh, politiek wordt als een carrière gezien. En ik denk. Ja, overjuist om... als een gezellige praatclub, nou, zoals ja. de JOVD. Dat, uh... Maar dat is goed. Ja. ja, maar dan moet je toch wel. Uh... Maar ik vind, ik vind wel dat de gemiddelde leeftijd in de politiek zou van mij best hoog mogen zijn. Ja, er worden te snel twintigers op een plek gezet. Ja, ja dat klopt. En dan ja. krijg je dus ook dit soort uh, reacties. Ja. En jongerenverenigingen zijn geweldig, omdat je met elkaar een bepaald, je kunt ja. ideeën uitwisselen ja. en een visie ontwikkelen. Nou, we hebben natuurlijk maar... ook kritiek gehad uh, met, uh, met de provinciale statenverkiezingen. Hè? Dat, uh, dat je ziet dat FVD toch wel uh de neiging had om, om, om stille, gehoorzame nobodies op uh, verkiesbare plekken te zetten... Ja. die eigenlijk niks kunnen. Hmm. En dat je ziet dat die partijen, althans het partijbestuur... blijer is met uh, mensen die geen heibel schoppen... dan mensen die gewoon uh, uh, de, 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 de willen staan in die arena. Ja. Dat, is, dat is een tendens, ja. Maar ja, uh, ja, dan is dat einde FVD. Als dat, als dat de tendens is. Maar ik vind nog steeds... Dat je je als protestant en katholiek uh, niet moet laten wegjagen vanwege een seculiere trend. Die is er gewoon, dus ja. die, die zat er altijd al. Ja. En deels is dat een hele gezellige kliek, deels is het heel rancuneus. Maar ik moet ook zeggen dat, dat het de, uh, heel veel van die christelijke jongeren die daar zaten, dat stelde deels ook niet heel veel voor. Ja. En er zaten er een paar bij met talent. Ja, laat je die dan ook, uh, laten die zich dan ook wegjagen, dat vind ik jammer. Ja, maar dat is dus het probleem. Uh, en dat is ook een beetje de, de dynamiek waar ik probeer naartoe te gaan. Hè. Kijk, uh, ik, mijn, uh, mijn hele lieve moeder, de, die had ik laatst ook een gesprek mee. En die zei toen ook van, ja jongen, weer een illusie armer en een ervaring rijker. En zo is het hele leven natuurlijk. Ja, blijkbaar en, er zitten oh, mensen, oh, op, zeker de jongeren, hebben veel te veel illusies van politiek. Eh, precies. En moet je heel pragmatisch zijn en ook wel heel planmatig. Jongens, ik zit hier met de lange termijn. Ik euh, blijf gewoon euh, zeggen wat ik, wat ik, euh, hoe ik ben. Hè, dus, euh, en, en ik ga gewoon vol dat midden ga, ga veroveren en mijn vlag planten en ik ga me profileren. Als je met z'n allen euh, uit die partij trekt. Euh, die partij wordt op een gegeven moment niet veel anders dan de jaar 21 met Annabel Nanninga en Joost Eertmans. Namelijk gewoon een rancuneuze, seculiere partij. En dan worden het de hoofddoekjes en. Euh, en de, en de hoogte van de parkeerboetes, uh, dat da gaat dan de agenda bepalen. Mm. En een koffieshop hier en daar, weet je, dat gaat natuurlijk nergens over. Maar uh, ik wou proberen naar iets. Want ervaring komt met de jaren. Mm -hmm. En ik denk, als je echt goede politiek wil bedrijven, zul je gepokt en gemazeld moeten zijn. En moet je een bepaalde mm -hmm. levenservaring hebben. Mm -hmm. En ik vind mezelf daar bijvoorbeeld ook nog te jong voor. Want ik weet ja. zeker, ik, ik zat laatst daarover na te denken. Ik keek naar mezelf, ik ben nou 37. Ik zat te kijken toen ik 27, 17, 7. Ja. Ik denk, ik ga eens per decennia een beetje terugdenken. Wat, waar was ik toen? Waar was ja. ik mee bezig? Wat doe ik? En ik denk bij mezelf, waar ben ik dan over tien jaar? Mm -hmm. Nou? Nou ja, het is een, het ja. is een uh, going process. Ja. Maar... Ja. Nou, ik vind dat geen gek idee. Hè? Dus dat, en dat zie je bij de SGP wel, dat ze... Mondjes, maar af en toe een jongere. Uh, en dat, dat ze. Kees van der staai heeft er natuurlijk lang gezeten. Die kwam ook als jongere. best wel ja. jong de kamer in. Maar Bisschop en een aantal anderen zijn toch allemaal wat op leeftijd. En, en zijn wat rijper. En dat is wel een. Uh, kijk, je zou willen dat je gewoon heel veel jong echt gewoon talent had. Wat uh, belezen. Goed in de debatten. Uh, kent ze klassiekers. Uh, staat met twee benen in, 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 in die Europese traditie, uh, kan, uh, is retorisch goed. Weet je, dat zijn ideaalbeelden, maar daar heb we beschikken we weinig over. Maar ik denk wel dat als Jerry zou willen, zou hij dat kunnen. Uh, maar de vraag blijft dan, moet je dan in de politiek gaan? Want dan ben je denk ik in de samenleving veel waardevoller. Ja, hoezo? Zijn, zijn dat gescheiden domeinen of zo? Dat vind ik heel abstract uh, denken. Nou, dat, ik denk dat kunt... de politiek meer een, een, een latere fase in het leven is... Dat je eerst een bepaald gedeelte van je leven doormaakt moet hebben. voordat je echt dat soort beslissingen nou ja, goed kunt nemen. Kijk, daar hebben we het natuurlijk net een beetje bij langs gepraat. Het feit dat er gewoon te veel alleenstaande jongeren zijn. die uh, een hedonistisch leven leiden. en ook Kamerlid zijn. En kijk, je, je, als, je, als je een gezin hebt en een vader bent. dat wil niet alles zeggen, want heel veel van die d 66 badjes en uh, die vaatdoeken zijn ook allemaal, uh, hebben ook allemaal een gezin en vader. zijn ja, ja. vader, die bakvoets, bakfietsvaders. Ja. Maar. Uh, dus dat zegt niet altijd alles. Nee. Maar uh, als, je, als je wel op het goede spoor zit, is het wel beter als je een gezin hebt en je hebt kinderen. En je kunt dat, als je dat allemaal kan managen, kun je een stap extra zetten en kun je buiten het gezin hetzelfde doen. Ja, maar snap je niet wat ik probeer te zeggen nu met dit hele. Ja, ik denk dat ik dat wel snap, ja. 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 Dat het gewoon belangrijk is om eerst een deel van je leven door te maken. Mm -hmm. Door een baan te hebben, door een gezin te hebben, door ja. een opleiding afgerond ja. te hebben, noem het allemaal maar op. Ja. En als je dat allemaal gedaan hebt, op een gegeven moment kom je uh, maatschappelijk gezien gewoon op een bepaalde positie. Ja. En ik denk ook dat dat belangrijk is om bijvoorbeeld ook weer het aanzien kunt, ten opzichte ja. van de politiek terug te krijgen. En je kunt die en, positie ook soepel handhaven. Nou, He, dus dat, dat is natuurlijk belangrijk. En, ja. en de, eigenlijk. Komt het nooit voor dat je dat voor je veertigste of vijftigste echt wel uh, onder de knie hebt. Nou, ja. en dat is ook logisch. Ja. Dat is ja. de natuurlijke gang van zaken. Ja. Maar in Nederland kom je dan terecht in een wereldje van mensen die, uh, ja, die hebben dat allemaal. Maar hebben no nog steeds niet de uitstraling. Weet je? Dat zijn nog steeds... Dat zijn mensen die gewichtig hebben leren doen. Ja. En iets bij hun. Uh, wat, wat dan past bij hun. Een be soort belegenheid die er dan bij komt kijken, mm. maar die nog steeds niet. Ja, maar goed. Ja, ja. ja, nou ja, goed. ja ik denk dat we het wel, uh, wel ongeveer eens zijn, hè, Menno. Mm. Ja. Mooi. Ja. En, en, een, en ik, maar, ik vind, dat, blijft, dat blijft buiten kijf. Ik vind Gideon wel een uitzonderlijk talent, uh, die, die, uh, die wel echt. Uh, veel in zijn mars heeft. Ja, maar ik doe niks af aan mensen hun talent. Hè. Kijk, en ik blijf ook uh, op dit moment, zoals de, de katen er nu bij liggen, uh, vind ik FVD veruit de meest uh, optimale partij. Mm -hmm. Eigenlijk. Ja. Op dit moment. Ja. Uh, mijn punt is alleen, ja, dat, uh, het zou naar mijn idee ook anders moeten zijn. Vindt u dat ook? <laughs> ja. Dat Laat we. het achterin de commons. Oh ja, dank je Floris. Ja. Gaan we over met een harde segue? Segway? segway. Uh, ja, zo noem je dat: een bruggetje. Okay. Een harde brug. Uh, brug. Of een harde overgang. Kom maar op. Uh, een TikTok-fenomeen momenteel: rise of the lazy girl jobs. Lazy girl jobs? Ja. ja. En dit is, uh, daar, daar kun je natuurlijk van alles bij bedenken. Uh, er staat ook een lijstje naast: de top 5 most searched lazy girl jobs. En uh, dat zijn dus ook uh, de idealen. Mm. Uh, nou kun je dit al heel snel als een soort fenomeen en een negatief iets betitelen. Maar eigenlijk is dit briljante marketing. Nou. Want dit, dit is op TikTok ook al meer dan 25 miljoen keer uh, bekeken. En dat gaat allemaal heel hard. Dat uh, ging ook viral. Maar waar het eigenlijk om gaat. is dat de trend is dat steeds meer vrouwen. graag vanuit huis willen werken, omdat ze. Uh, waarde hechten aan gezin en thuis zijn. En ja. dat ze dus banen zoeken die zo min mogelijk moeite kosten, zoveel mogelijk aandacht voor het gezin en de kinderen, hmm. en uh, lekker veel thuis. Okay. En de, ik vond dat een hele leuke. Uh, ja, ik vind dat een, eigenlijk, eigenlijk vind ik het een positieve trend. En dat noem je dan lazy girl jobs? Nou, dat is de marketing. Ja. Want als je had gezegd, uh, mooie conservatieve banen... voor mensen die graag bij hun gezin willen zijn... Mm -hmm. wie ga je dan bereiken? Ja, dat klopt. Ja, en dat, maar dat is een beetje... Ja, kijk, ik, ik weet het niet. Ik vind het uh, thuis... Uh, ik werk natuurlijk zelf ook thuis. Ik ben, ik ben nu thuis. Ja. Dus kijk daar... Uh, ja. Maar... Ik wil uh, dat zeggen, jij gaat nu afgeven het, op thuiswerken. Nee, yes. het, is, het, is, het is wel te doen. Maar het is niet... Ik, ik geef het je maar te doen, want het is niet makkelijk. De, voor een man is het makkelijker, maar ik weet niet of dat voor een vrouw zo makkelijk is. Ik zou het niet kunnen. Ja, heel simpel, het werk wat ik hier doe, zou ik niet thuis moeten doen. Ik denk dat dat, ik denk het ook, ja. En uh, het is heel lastig om een, uh, een leuke waanzinbar op te nemen, terwijl je ook op vier kinderen moet passen. Uh, nou, dat. Uh. Ja. Dus uh, ik maar, geef het je maar te doen. Ja. Meestal lukt dat niet. Uh, en uh, ik weet ook niet of de productiviteit allemaal zo fijn is, omdat hè, thuis uh, je moet het allemaal wel goed regisseren. Maar er, er, zit, er zit natuurlijk wat anders achter, want er was ook laatst in het, uh, in het nieuws dat uh, hoe heette dat ook alweer? Dat er was zo'n film uitgekomen over uh, vrouwen die moeder uh, gewoon fulltime moederschap uh, dat ze dat kiezen mm, en niet meer werken. Okay. Maar je hebt natuurlijk vol, je hebt natuurlijk heel veel van die linkse idioten die huisvrouwen voor hoeren verslijten. Ja, dat, je, dat je eigenlijk een soort van. Uh, vrouwen die niet werken, dat er toch een soort van. Uh, ja, prost prostitutie is of zo. Hè. Dus dat je. Oh, verkapte prostitutie. Dat je je laat betalen in een uh, leven? Ja, dat je je laat onderhouden door je man. Ja. Maar, de, 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 en, maar degene die daarmee begonnen met dat. De, want ik kan me nog herinneren dat Theodor Holman. Een jaar of twintig geleden, dat hij schreef over zijn moeder, dat hij haar eigenlijk maar een soort uh, prostituee vond. omdat ze uh, thuis was om voor de kinderen te zorgen. Wauw. Ja. Oké. Okay. Rechtsseculier discours. En, uh, cool. en dus dat, dat vrouwen hun uh, carrière moesten najagen. en zijn moeder had het allemaal maar niet gedaan. Ja. Yeah. Uh, kijk, de ene vrouw is gelukkiger thuis dan de andere. maar is een vrouw gelukkig buitenshuis? Of een moeder, laten we mm. dat. dat uh, dus dus uh, ja. Ik, uh, ik, vind, ik vind dat natuurlijk absurd hè? dat je dus vrouwen uh, die thuisblijven, dat je die uitmaakt voor prostituee. Omdat ze ja, gewoon uh, bizar. Een, een liefhebbende echtgenote en een goede moeder willen zijn. Ja. Dat dus is echt knettergek. Ja, hoe bedenk je het? Ja, wat je hier aan dus ziet, is dat er een hoop, uh, vooral jongere vrouwen dus ook. Hè? Dat gaat over Gen Z'ers, dit artikel dan. Maar uh, je ziet dus dat er een hoop jongere vrouwen de hang hebben naar een huiselijk leven. En ze zoeken dus banen die daarbij aansluiten. Ja, banen. Ja. Ja, maar is dat niet een beetje dat Instagram-leventje van. Uh, je, je, als als uh, leuk meisje of leuke vrouw. open je een Instagram-account en je fotografeert jezelf bij van alles en nog nou, wat. influencer hier... staat hier niet tussen hoor? Nee? Nee. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo'n trend, hè? Maar dat. Uh, Hey, ik denk dat jij hier een bepaalde negatieve connotatie bij hebt, die ik in eerste instantie ook had. Ja. Maar als je hierin verdiept, is dit. Ik zie dit eigenlijk als een positief teken. Oké, okay. ja, ik vind het niet per se heel positief dat vrouwen zouden moeten gaan werken. Ik zie het wel zo dat sinds de jaren negentig dat we nu eenmaal in een wereld terecht zijn gekomen waarbij je hypotheken op twee inkomens moet betalen. En, ja. uh, en, en, dus dat je niet anders kan dan als paar allebei moet werken en hopen dat een van de grootouders, die dan gepensioneerd is, gratis voor de kinderen wil zorgen. Ja, uh, want uh, dat, dat is ook allemaal nog een uh, dat zijn dat allemaal problemen van deze tijd en dan kom je nog in een uh, in, in een nu nog in een wereld terecht waarbij uh, opgroeiende kinderen twintigers, dertigers niet eens meer een huis kunnen kopen. Dus mm -hmm. in de jaren negentig werd je al gedwongen om uh, op basis van twee inkomens <coughs> een hypotheek af te sluiten. Nu zie je dat twee inkomens niet meer genoeg zijn. Mm. Dat je niet eens meer een kans maakt op een huis. Mm. Huren, kopen, kan allemaal niet meer. Mm. Dat ik mij afvraag van in, in wat, voor, wat voor wereld, in wat voor werkelijkheid uh, zijn er lazy girl jobs? Uh, uh, is dat een mogelijkheid? Ik, vind het, ik zie het niet als een mogelijkheid, want thuiswerken voor vrouwen... He, dat is dan allemaal, toch wel allemaal deeltijd, want je zorgt tussendoor ook nog voor kinderen. Mm. Ik denk dat vrouwen gek worden thuis, dat, dat, als ze dit moeten doen. He, dus dus een, een baantje voor twintig uur, he, een lazy oh, nee, dan, ga je dus uit, dan ga je dus uit van negen tot vijf uur, maar dat ze in de tussentijd ook voor de kinderen moeten zorgen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld uh, s'avonds een aantal uren werken, hè? Terwijl je kinderen op bed liggen, ik noem maar wat. Vind je dat leuk als je vrouw s'avonds op naar. Gaat... Uh, daar gaat het Nee, Maar de trend die hiermee aangegeven wordt. is inderdaad de problematiek die jij omschrijft. die is er. Hè? Dus dat, uh, dat je twee verdieners nodig bent. Ja, maar om Ik vind überhaupt... dit een beetje problemen van twintig jaar geleden. Want hè, dus de, de mensen die toen nog een huis konden kopen. op basis van twee uh, inkomens. Ja. Die, dat, dat is leuk ja. voor hun. Ja. Maar voor de vrouwen van nu. dus hey, je, je trouwt, je, je sticht een gezin. Uh, maar je hebt geen kans op een eigen huis. Uh, je, je moet werken. Weet je ja. Ja, je kunt... Straks ga je naar een situatie toe waarbij um, de man waarschijnlijk twee banen moet hebben en de vrouw één baan. Mm -hmm. En dan kun je misschien net. Dus je moet als, als, als gezin, wil je een huis kopen, moet je drie of vier inkomens mm -hmm. hebben. Ja. Dus waar, waar gaat dit over? Op wat voor, voor wat voor soort mensen is waar dit... dit? Waar dit over gaat is, is eigenlijk de vlucht uh, van de vrouwen terug uh, richting uh, conservatisme. Hé, hey, schakel even naar jouw camera. Ja. Steek Excuus en Kijk, dan steek ik even mijn. Ja. Uh, dus ik ga buiten beeld opnieuw aan. Nou, ik denk hij wil dat laten zien. Nee. Uh. nee ik schaam me dood. Ja. <laughs> Ja, nou ja, kijk, mensen moeten ook maar een beetje begrip hebben... voor het feit dat we hier ook gewoon aan het werk zijn... en dat we tussendoor een lekkere sigaar roken. Maar ja, dan hij gaat wel, die wel eens uit. Hij is echt lekker, hoor. Ja, ja superlekker. Ja. Dit is, uh, uh, wat is ik, ik heb Kijpen. vandaag even de sigaren overgeslagen. Ja, ik zag het al. Ik heb, een, uh, ik heb een Grand Reserve van RP. Ja. Uh, een tip van een sigarenhandelaar. Oh. nou... Maar uh, hij is ook echt lekker. Nou, top. Hij is echt uh, een mooi dingetje. Maar wat jij dus omschrijft, hè, dat je die twee verdieners nodig hebt om een gezin te kunnen onderhouden, eventueel in aanmerking te komen om een huisje te kopen en dat ja, soort dingen. Ja. Maar je ziet dus nu dat... Um... Ja, ik deed er even toe. Uh, ik ik ja, had even nee, tijd nodig ik... om tot mijn punt te komen. Maar mijn, e mijn echte vraag is, voor, voor wie, over wie gaat dit nou in vredesnaam? Want, nou, dit zijn dus mensen die gewoon uh, beginnende gezinnen hebben en dat soort dingen. Ja, maar dat, dat, kan, dat kan dus niet. He, dus we, je, je krijgt geen huis, zelfs geen huis die meer op een, een dubbele hypotheek. Ja, dus dan heb je het over vrouwen van 50. Nee. Jawel, want nee, nee, die zijn in de jaren negentig begonnen met gezin. Nee. Je kunt toch niet met nu met... Kijk, dat, die lazy girl job is een half, halve baan. Ja, maar voor... het is niet lazy, dat zeg ik. Ja, dat nee, is dat de weet marketing ik maar, hierachter. Maar je, je kent geen maar... vrouw die thuiswerkt, maar dan echt een, een fantastische carrière. waarbij je 40, 50 uur in je werk moet steken. Nee, maar dat, dat, gaat niet. dat is dus precies waar dit om gaat. Het is de vlucht van vrouwen die niet meer een carrière willen, maar die vanuit, gewoon huismoeder als, willen als zijn. Als je in huis wil werken, vanuit, vanuit huis wil werken. ga je geen 40-urige thuiswerkbaan. Nee. Dat, dat kan niet. Nee. Dus je, hebt, je praat over een situatie van anderhalve baan. De man gaat, de, dus veronderstelt de man, dus je haalt het geld binnen. En die vrouw doet er een, een halve baan naast, ja. in huis, ja. vanuit huis, lekker voor de, voor de caravan of de vakantie. Precies. Maar niet, niet wat nodig is, wat, wat je, waar, je, waar nu starters mee zitten, uh, van ja, ik heb eigenlijk drie banen nodig. Wij je met z'n tweeën hebben minimaal drie banen nodig om een huis te kunnen kopen ja. van vier, vijf ton. Maar als we het hebben over het goede leven, mm -hmm. um, dan zijn er uh, een hoop mensen die. En laten we dan zeggen dat de man gemiddeld een goede baan heeft. En dat de vrouw wat bijverdient voor ja. de extra's. Ja. Nou, dan zie je dus, en dat is waar dit ook voor een groot gedeelte over gaat. We mm. hebben het nu niet over starters of andere dingen. Hè. Mm. Maar je ziet dus gewoon die vlucht dat mensen afschakelen van carrière. En teruggaan, terug willen naar het traditionele gezinsleven. Ja, dat, dat wil iedereen. En daar, ja. daarom zitten we ook de hele tijd te roepen over welke pre premierkandidaat, welke, uh, welke partijleider. Lijsttrekken gaat nu in die enorme lacune stappen waar iedereen omheen draait, zorgvuldig vermijdend. Het verhaal van jongens: wij willen gewoon weer een land terug waar je met één inkomen je huis kan betalen, je auto, je vakanties, je kinderen kan onderhouden. Ook als ze opgroeiend zijn, tieners en naar het voortgezet onderwijs gaan, als ze duurder worden. Dat kan allemaal gewoon lekker met één inkomen. Welke, welke lijsttrekker gaat dit verhaal brengen? In ja. plaats van ons blij te maken met lazy girl jobs van... ja, maar vrouwen kunnen ook nog thuis een carrière hebben... en ook nog vanuit huis geld verdienen. Ja, dat is mooi, maar je, je, wij willen zo'n hele maatschappij natuurlijk niet. Het, het, wat we voor de jaren negentig hadden, was een maatschappij, een samenleving, voorpaars... Ja. Waarin je gewoon met één inkomen je hele huishouden kon doen. Dus iedereen had een huisje, soms ook een mooi huis. Ja. Had een gewoon autootje waar je met het hele gezin in paste. Dus kinderen, het gezin had ook niet verder niet veel te mekkeren. Dus ze waren ook niet uh, overma, over, overmatig uh, in hun uh, eisenpakket. He, dat, dat dan ook weer niet. Maar iedereen kon één of twee keer per jaar met vakantie. Had één auto, had één huis. Kon het zelf onderhouden. En je hebt zeeën van tijd om het gezellig met elkaar te hebben. Ja, dat een is weg. Normaal. Een normaal. Leven. Dat is normaal. En dat is al 30 jaar weg. Ja. 25 jaar. Ja. Nee, vijfentwintig nou, jaar. Ja. Dit is dus. Uh, de Lazy Girl Job is eigenlijk het vervolg op Quiet Quitting. Weet je wat dat is? Ja, het voorrecht. Om niet meer met drie banen één hypotheek te hoeven betalen. Nee, weet je wat quiet quitting is? Ja, vrouwen die de arbeidsmarkt afgaan en gewoon voor als, als moeder verder gaan. Nee, oh. dat is mensen die het geld nodig hebben, ja. maar niet willen werken en dan op hun werk alleen maar het meest essentiële oh. doen wat ze moeten doen om, oh, ja, om het geld te vangen. Als die, ja, dus die, oh wat erg joh, dat je zo met je werk omgaat, dat moet dat hel zijn. Ja, maar dat ja. is dus het leven wat een hoop mensen leiden. Ze moeten werken om te kunnen leven. Voorbij quiet quitting. Oh ja, yeah, de internet is moving past quiet quitting. Ja, ja en dit is daar het vervolg op. Okay. En, maar ik vind het een mooie trend. Uh, dat je, en dat is ook weer om terug te komen op eerder... je ziet gewoon die hang vanuit ja, de jij, samenleving naar normaliteit. Ja, jij ziet, zie je. Dus, jij, jij ziet voordelen waar ik gevaren zie. Ja. Nou, ja, Maar ja. je ziet de hang van ja, ja, mensen Ja, uiteraard, naar, natuurlijk. Maar wanneer spreken mensen het dan ook... Nee, ik ga niet vloeken. Wanneer spreken <laughs> mensen het nou gewoon uit... Wij willen een maatschappij, een samenleving terug. waarbij elk huishouden, elk gezin op één inkomen kan draaien. En er is de eerste, de beste lijsttrekker. die gewoon daar breed voor gaat staan en zegt: van, Ik ga dat doen. Ik ga dat hele normale leven weer terugbrengen. We gaan weg van het WEF, de EU, de NAVO. We gaan het normale leven weer in het centrum zetten. van ons uh, samenlevingsmodel. We gaan weer volop in die Europese traditie wortelen. Want alles. Maar het daarvan afloopt, is onze ondergang. Ja, en dat gaat voortdurend in, in gemolder en geemmer, langzaam verzurend, naar een model waarbij niks meer te betalen is. Ja. Dus daar, daar zitten we, daar komen we steeds weer op terug. Ja, en ik geef je daar 100% gelijk in. En dan kom ja. ik weer bij mijn punt, nou. dat je dat, dat normale midden, dat besef, ja. Dat het zo zou ja. moeten zijn, is en, weg. Maar je moet het uitspreken. Dus we, we, bij deze hebben we het uitgesproken. En nee, dit is nog, nog in de verste verte niet het FVD-verkiezingsprogramma. <laughs> het FVD-verkiezingsprogramma moet heel erg bijgeschreven, bijgewerkt worden naar dat normale midden. Naar, naar die normaliteit. En ook zeggen: van jongens, we zijn met z'n allen gewoon. We willen dit gewoon allemaal weer terug. Er zijn vrouwen die verlangen naar een normale vent thuis. Die gewoon uh, met zijn inkomen alles verdient. En nu moet je daar als vent ongelooflijk voor carrière maken. Wil je dat ooit bereiken? Ja. Dus je moet een waanzinnige materialist zijn. Wil je ooit een normaal leven kunnen leiden als gezin? Ja, dat wil ook niemand. Geen enkele vent wil afgesnauwd worden door zijn vrouw. omdat hij niet genoeg geld binnenbrengt. En die vrouw zegt: ja, nee, maar dan moet ik ook werken. Ik moet er ook bij werken. We moeten wel twee. Ja, sorry. Maar dat is omdat jullie. Als vrouwen massaal op GroenLinks en D66 en de PvdA hebben gestemd al die tijd. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, dus vrouwenstemrecht bij direct afschaffen. Heerlijk. <laughs> ja. Ja, maar dit is... Ja, maar dan ander. moeten de mannen ook ophouden om zich als tweede wijf gaan te gaan gedragen. Maar moeten we dan ook even, even om... Uh... Hierop aan te haken. Want als man met een normale baan. dat betekent ja. dus ook. Kijk, jij, jij zei dat net, hè? Dat het als man onmogelijk is. Je kunt prima goed geld. en dan moet je 60 uur gaan werken of zo. Dan moet je, ja, maar... je zzp'er worden. Ja, Eigenlijk bedrijf. Maar Jij weet en net als ik. dat mannen drie, vier keer meer bereid zijn. om shitty jobs te gaan. tot op booreilanden aan toe. Ja. te nemen om geld te verdienen. Ja. En om, om hun vrouw en gezin. Te, te, om ervoor te zorgen. Ja. En daar, zijn, daar zijn mannen toe bereid. Het. het en het, het is onbestaanbaar dat vrouwen nog steeds veel eisend zijn naar mannen en, en, en ze afsnauwen en er een tweede wijf van proberen te maken. Terwijl mannen, ze zijn niet veel eisend naar vrouwen toe. Nee. Mannen zijn niet veel eisend naar vrouwen, het is andersom. Vrouwen zijn veel eisend naar mannen. Nee. Vrouwen, mannen zijn bereid om meer city jobs te doen dan vrouwen. Vrouwen zitten altijd te zeuren over hun werk en hun collegaatjes. Mm. Ja, ik had nog een collegaatje ja, en die zat zo stand te doen. Nou, die, en toen gebeurde er dit. Nou, en te, ah, het is zo erg. Weet je wel wat ik meemaakte? Ja, ja. ja. Weet je, en die zeiktoon, die zurigheid. Ik ken alleen maar vrouwen die dat doen. Ja, ik kom natuurlijk helemaal niet veel onder de mensen, lekker in mijn Groningse boerderij, want ik, ik, ik zit hier ver, ver weg ervan. Maar in mijn beleving zijn vrouwen veel eisend op alle vlakken en mannen niet. Hm. Dus ja, mannen willen hard werken voor hun gezin. Mannen geven er vaak alles voor. En vrouwen willen nog steeds in de watten gelegd worden. maken nog steeds een verbouwingsproject van hun eigen man. want dat moet helemaal binnen zoveel jaar om. Mannen, vrouwen zijn degene die willen trouwen, kinderen krijgen. en nemen het initiatief tot echtscheiding daarna. Dat, is, dat zijn gewoon de statistieken. Dus we, we hebben wel een vrouwenprobleem in onze maatschappij. Dat is zo. Oké. Ja. Ik denk dat ik dat met je eens ben uh, op het punt dat uh, mannen bereid zijn om shitty jobs te doen uh, om gewoon voor hun gezin te zorgen. Want het punt is namelijk een man die gaat werken. Nee, maar thuis. mannen zijn ook veel minder kieskeurig naar ja, vrouwen ja, ja, dan andersom. Maar even uh, ja. een man die gaat werken en die komt thuis en die komt vervolgens vergeet hij zijn shitty dag als hij bij een gelukkig gezin aan kan schuiven. En dan ook hebben dat. we het er niet meer over. Maar ik ken ook zelfs mannen. Die genieten van een shitty dag. Nou ja, ook. En, maar... en, uh, ja. en, en, en die kunnen lachen om, uh, om collega's die, die bizarre dingen hebben geroepen en gedaan en gezegd. En ja. die, uh, mannen zijn veel meer bestand tegen de hardheid van het buitenleven dan vrouwen. Ja. Dat is ja. gewoon zo. Ja. En, en dan, dan, moet je, dan moet je niet omheen draaien. En, uh, en, en op een gegeven moment moet je die bal ook bij de vrouwen terugleggen. Van, hè, wil je nou wat of niet? Blijf lekker op GroenLinks en D66 stemmen en het land gaat nog verder naar de verdommenis. Dan, uh, dan is dat zo. Ze, maar ze zijn nog in staat om hun man te dwingen om ook op GroenLinks en D66 te stemmen. Ja. ja en die maar man, ja, ben en die je man, dan nog een man? En, maar die man die doet dat, want anders ja. dan loopt ze weg ook nog, weet je. Ja, maar ja, ja. Dat, sorry hoor, dan moet je ook weer leren wat het is om man te zijn. Mijn vrouw doet dat trouwens niet, hè. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, ja. Jou oh. ook niet. Nee. nee, de laatste keer heeft ze denk ik op mij gestemd. Kijk. <laughs> Heb ik toen nog toe opgeroepen? Stel met ja, op Menno. Ja, ja, ja. ja, Nee, maar even zonder gekkigheid natuurlijk. Maar ja, ja. Dat, dan ben je ook. Uh, ja. We kunnen natuurlijk nu een uh, tirade uh, tegen de vrouwen ja, maar, dan, het, uh, moet maar weleens, het mag het wel eens gezegd worden. Ja, maar het mag ook wel eens gezegd worden dat wij mannen het ook zo ver hebben laten komen. Dus geen polarisatie. Ja, nou ja, maar ze doen het wel met de wetten in de hand. Want voor je het weet uh, heb ja. je een uittocht van vrouwen en kinderen ja. richting een. Uh, en moet je nog onderhouden ook in hun nieuwe onderkomen. Ja, ja ik, ik ken heel veel mannen die dat overkomen is. En dan kun je zeggen, ja het waren slappe zakken. Nee, niet allemaal. Nee. En een en man is ook, kijk, een vrouw wil een perfecte man, terwijl een, een man ook goed genoeg kan zijn. Ja, dus dus uh, vrouwen zijn veel minder in staat om de negatieve puntjes van een man, maar ook van collega's en van een baas en zo, aan, uh, te accepteren dan, uh, dan mannen dat zijn. Ja. Een man moet veel meer de dealen met negatieve trekken van... Van collega's, vrouwen, kinderen, dan andersom. Dus er zit, op een of andere manier zit er in die man iets van: ja, dat is goed genoeg. Ik heb het oké. Okay. Ja, ik heb af en toe een biertje en een uh, sigaartje. En een, uh, af en toe wat gezeik. En af en toe dit en af en toe dat. Prima joh. Ja. Weet je, zo uh, so biert. Ja. Nou ja, wij zijn natuurlijk gewoon emotioneel minder gevoelig. Het heeft minder effect op ons. Ja, dat, la, is, uh, uh, ja, dat is denk uh, ik wel een. Uh, ja. ik, uh, dat is. Dat heeft toch ook te maken met uh, oestrogeen en uh, emoties en dat soort dingen, allemaal uh, wat uh, bij mannen gewoon minder. Ja, uh, maar, de, da, huilen daar, bijvoorbeeld. Ja, maar, ja. Het is uh, fysies is huilen voor mannen moeilijker dan voor ja, vrouwen? Ja, ik, ik jank alleen bij een sentimentele film, maar nooit om het echt te leven. Nou, dat ja, dat ja, kan, niet. kan, kan ik gewoon niet. Precies. Ja, nee, ja. Maar dat ja, zijn ja. dus van die dingen. Dat, maar dat is, ja. dat is fysiek, is dat? Ja. Hè? Dat, ja. daar is, dat is daadwerkelijk wetenschappelijk, kun je dat onderbouwen? Ja. Ja, dus okay. dat soort dingen is gewoon. Ja, ja maar kijk, wij, wij. Mannen zijn toch veel stabieler emotioneel en hormonaal. Ja, kijk, natuurlijk. Wij hebben dat ook, heeft ook zijn reden. Wij hebben ook een midlife-crisis en weet ik voor wat. En bij ja. puberen. En ja. uh, ergens. Elke man heeft toch wel een jongetje ergens nog uh, in, in zich. Weet je, iets jongensachtigs. Dat zit er allemaal wel in. Alleen, kijk. Uh, ja, een, een, een vrouw is natuurlijk gewoon een, een, een vierwekelijks uh, hobbelpaard qua, qua emoties. Het is gewoon wiebelstroom, het is gewoon een windmolen eigenlijk. Dus, uh, ja, soms staat ze stil, uh, soms draait hij heel hard. En, uh... <laughs> ja, wat maken we hier nou van, menno? Wat, we zitten van, van alles. Uh... Nee, maar dat is wat anders natuurlijk. Ja. Maar uh, ik denk wel dat dat gewoon uh, van oudsher bepaalde. Ja, dat zijn gewoon de wetten ja. zoals wij gemaakt zijn. Ja, maar wij, mannen en, houden toch in doorsnee gewoon van vrouwen en gezelligheid, maar pikken ook gewoon de maar ook van stabiliteit, om een bepaalde ja, manier. Ja, maar dat, dat, dat zit gewoon... in onszelf. Maar we ja. accepteren ook toch gewoon de emotionele periodes, de, de, de dit en de dat. Maar uiteindelijk moet de man toch stabiliteit brengen in een, dat, in een gezin en in een relatie. Dat is toch de rol van de man. Ja. Als die man zegt van ja, ik hang er maar een beetje bij. En, oh ja, ik vind, ik vind alles goed wat je doet. Wat wil je drinken, schat? Ja, doe maar, wat, ik neem wat jij ook neemt. Weet je, dat, is, dat, doet, dat doet een man toch niet? Nee. nee dat, dat, daar ben je toch geen vent voor? Nee. Nou moet ik zeggen dat ik misschien zelf me hier... Uh, ik, ik doe dat dan de andere kant op. Want als ik uh, zeg wat wil je drinken, schat? En ze zegt dat weet ik niet. Dan zeg ik dat heb ik niet. Oh ja, nee, je ik, moet kiezen. Ja, nou ik sching daar gewoon wat in. Ja, ja. Nee, dat zou, ja dus ja. daarom zeg ik misschien maak ja. ik me ook op een bepaalde manier weer schuldig aan bepaalde ja. of dingen. Ik, of ik vraag het überhaupt niet eens en geef er een glas wijn. Ja, nee, dat, ja. ja, misschien moet ik dat ook eens wat vaker doen. <laughs> ja. Ja, nee, goed. Ja. Ja, kijk, dit, dit, ik vind dit ook niet mannengebral, weet je. Dat hele, dat hele gedoe rond Andrew Tate... dat vond ik echt verschrikkelijk mannengebral. Ja, dat is wat, misogynie? Ja, en ook, he, van dat, dat, dat dominante mannelijkheid. Of ja. macho. Nee, voorbij macho. Echt, macho's vind ik nog leuk. Mm. Voorbij macho's. Mm -hmm. uh, dat, dat Andrew Tate-gebral, dat, dat vond ik echt zo'n object gebeuren. Mm. Kijk... Van jongs af aan vond ik vrouwelijk gezelschap altijd gezellig. Ook al bracht mijn oudere zus een vriendin mee, ik vond het altijd van een betoverend soort gezelligheid. En ik vond het altijd gezellig om met om vrouwen vrouw in de buurt te zijn. Ja. En, uh, en dat, dat is nog steeds zo. Kijk, ik kan, uh, ik kan uh, uh, heel goed met vrienden lekkere, gezellige avonden hebben. Alleen mannen, ook prima. Ja? Als er vrouwen bij zitten die gezellig zijn. Ja. En brrr, dat is natuurlijk zo. <laughs> maar fantastisch. Nog leuker, weet je? Ja. Ontzettend leuk. En ik weet zeker dat bijvoorbeeld Jerry de, de, daar ook zo over denkt. Hm. Er is ook iemand die. Maar die brengt ook zelf sfeer in. Vrouwen vinden het gezellig om bij hem te zijn. Hij kan, een, uh, hij kan heel makkelijk een ongelooflijk fijne sfeer. Ook voor grotere gezelschappen, tot ja. op evenementen aan toe. Ja. Als hij er is dan is het pas echt sfeer. dat Kijk merk ik heel in. veel bewondering ja, voor. en dat, dat is ontzettend uh, ja. knap. dus hij zou echt wel, hij is echt wel zo'n kandidaat die dat, die dat, midden weer kan heroveren en zeggen van jongens, dit is ons, dit is, dit is ons territorium klaar. Ja. oké. Okay. En, en daarom vind ik dat Andrew Tate gebral zo moeilijk, want het is geen medestander, het is een, het is heel verkrampt machismo tot, tot eh, ik, ik heb zoveel chicks gehad, ik heb uh, ik, ik domineer ze eerst keihard het bed in en dan... Uh, ik heb er wel 800 gehad en uh, dan gaan ze voor me aan het werk voor de webcam en zo. Ik van what the fuck? Dit is, ben je homo of zo, denk ik dan? Dan moet je iets bewijzen. Je, dat hoeft toch niet? Ja. 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 Oké. Okay. Maar ik vind dat punt over Thierry vind ik inderdaad... Ik heb dat zelf... Uh, ik merk wel eens dat ik dat een beetje mis... En dat is eigenlijk iets van de laatste paar jaren. Ik vind het af en toe moeilijk om het gewoon gezellig te hebben. Mm. Ik heb was moeite. Ik ben een ja? beetje, uh, beetje zuurder geworden. Meen je niet? Ja. Oh, menno. Ja. En ik merk ja, wel... Ik moet het de... niet verder vertellen hoor. Want dit is wel uh, nou, een persoonlijke ontboezeming. Ja, maar ik... Ik, ik nou, ja. ben blij dat ik het in ieder geval zelf nog merk. Dan kun je er ja? nog wat aan doen. Mm. Maar vroeger vond ik het makkelijker om het zorgeloos gezellig te hebben. Okay. En de afgelopen jaren heb ik daar iets meer moeite mee gekregen. Omdat het toch vaak. Uh, uh, dan merk je toch dat je bij jezelf ook blijft hangen in bepaalde dingen. Mm. Ja en dat merk je door de verharding misschien of andere ja. dingen. Maar ja. ja, ik vind dat wel een dingetje eigenlijk. Okay. Ja. En dat, dat, in dat opzicht heb ik zoveel bewondering voor Jerry. Dat hij inderdaad wat jij zegt, hij, hij kan die sfeer maken, hij laat het los, laat het gaan en ga door. Ja, hij is ook denk ik toch wel ongevoelig voor gezeur. Ja. Dat, ja. dat doet hem niet. Hij, kijk, uh, ik vind het voor elke man normaal dat, dat je af en toe meegenomen wordt door wat er in de wereld gebeurt. Dat je, hmm. dat, dat je daardoor ten neergeslagen kan worden of dat je daar een moment van zwakte in krijgt. Want het is heel groot wat er gebeurt. Ja. Maar ik vind het ook normaal dat je dat op een gegeven moment, dat je, dat je daar weer doorheen gaat. En, uh, en dat je met de jouwe of met degene die bij je zijn, dat je, de, dat je gewoon weer heel snel in die, <coughs> ja, zo moet je dat zeggen, die leidende rol gaat, gaat zitten en, en de sfeer zelf gaat neerzetten. Ja, maar ook gewoon eroverheen stappen. Overheen hè? stappen, ja, precies. Ja. Dat het leven ja. hoort ook gewoon goed te zijn. Precies. En je mag ja. ook genieten met elkaar. Mm -hmm. Dat. En dat is af en toe, ja, ik heb daar de ja. afgelopen twee jaar heb ik daar regelmatig. Het begint nu weer wat relaxter te gaan hoor. Maar Mooi. ik ja. heb daar wel moeite mee gehad. Ja. 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 Ik merkte ook op een gegeven moment dat ik in een vriendengroep zat. Dat was in de coronatijd. Ja. En die jongens die kwamen gewoon bij elkaar. Uh, en op een gegeven moment zat ik daartussen. Toen zei ik van ja, maar jongens, jullie zitten hier nou te doen alsof er niks aan de hand is. Maar ik kan morgen niet werken. Want het evenement ja. uh, wordt af. En, ja. Wat, en toen dacht ik op een gegeven moment, en toen zat ik daar later aan terug te denken. Wat nou, ben je eigenlijk een zeiker? Waarom ja, kijk, hou je niet gewoon ja. je bek dicht en geniet ervan? Ja, maar kijk, uh, mannen hebben ook oog voor elkaar zorgen. Uh, dus het is niet zo dat je dat je, je zorgen hoeft weg te lachen. Ja. En. Uh, en, en wat, ik, wat ik zie is vaders die zich zorgen maken over hun kinderen van 20 en geen huis kunnen kopen. En ook ze zien van dat gaat de komende tien jaar ook niet gebeuren. Dus die, op hun dertigste wonen ze nog bij me thuis. Terwijl dat de leeftijd is waarin ze eigenlijk een gezin horen te stichten. Ja. En, het, en ook een soort van mannelijke imperium. Die, die moeten in een volgende fase doorgroeien van mannelijkheid. En, en mijn zoon mag dat niet, omdat daar, daar is, er is geen huis of woning voor hem is. En dat is een hele reële zorg, weet je. Dus, dus dat, je daar, dat, dat sommige mannen van 50, 60, dat ze daar. dat, 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 ze, dat ze dat zien en, en, en zeggen: Ja, dus ik, ik, heb, ik heb voor mezelf iets of voor mijn gezin iets weten te bewerkstelligen, maar mijn volgende generatie, mijn kinderen die ik liefheb tot op het bot, kun, kan dat niet. Dat, daar, ik, ik ken heel veel vaders die dat wel uitspreken naar elkaar en, en die elkaar zorg ook delen. En. Maar als je het niet uitspreekt en dat gaat binnenvetten en, en dus wat jij zegt tegen je vriend, ja, maar ik kan morgen niet werken, want mijn evenement gaat niet door, ja, dan is dat ook normaal voor die vriend om te zeggen van, ja, ja dat, dat is ook wel, dat is ook wel heel erg. Ja. Kunnen wij kunnen we iets doen? Kunnen we uh, ja. misschien, misschien nog niet eens iets doen, maar da, daar gewoon even een moment bij stilstaan. En, uh, en, maar, maar als je het niet uitspreekt. Dan ontmoet je ook nooit iemand die zegt: van, ja, maar ik heb wel wat voor jou, weet je? Ik, ja. uh, ik, ik heb wel dit of ik heb wel dat. Nou, do, do, wil jij dit voor mij doen? Hmm. Uh, of uh, een vriend van mij die zoekt nog dit en dat. Uh, uh, is dat niet iets voor jou? Ja. Nou, maar je... wat, ik, wat ik toen wel zag was dat de reactie vaak was: van uh, ja, nou ja, dan ga ja. je toch gewoon wat anders doen. Ja, maar dan ga je toch gewoon wat anders doen. En uh, kijk, op dat moment wordt het natuurlijk moeilijk en toen werd ik ook een beetje zuur. Mm. Toen zei ik: ja, zien jullie nou niet dan wat er allemaal gaande is, wat ja. er aan de hand is? Ja. He? Het is niet alleen maar dit, dit heeft daadwerkelijk gevolgen en waarom hebben we het daar niet over? Ja. En dan loop je een beetje tegen die muur op natuurlijk. Absoluut. Dat, uh, ja. ja, maar... Uh, nou. Dat moet je dan ook op een gegeven moment weer loslaten. Dat, uh, ja, ja. Eh, ja. Ja, maar ik, eh, ja. Ik, het is natuurlijk niet. Eh, ik zou niet zeggen van, eh, van. Dat zijn geen terechte zorgen of zo. Of dat, dat is niet. Kijk, op, op een gegeven moment krijg je soms wel een, een lot uh, te dragen. Die, dat groter is dan wat je kan dragen. Het is niet zo ja. van. Ja, Deba, dat, dat, is, dat is jouw zorg. En, de, en ik heb mijn zorg. Elk huisje heeft zijn kruisje. Ja, ja weet je, dat, dat is wel heel makkelijk gez, gezegd. Ja, ja. Ja. Nou, je zag dus wel dat een hoop van die jongens die gewoon uh, hun baantje hadden en die, uh, de, die gewoon aan het werk waren. Terwijl ik uh, dan een andere baan heb die afwijkt van de norm. Hè. Ja. Uh, de, en dat werd allemaal stilgelegd natuurlijk. Ja. Uh, de hele evenementenbranche, uh, de hele sportbranche ja. en noem het allemaal maar op. Ja. Uh, die, en ik zou daarin, ik zat net in een ontwikkeling dat ik voor mezelf zou beginnen. Dat weet ik en dat is heel zuur. En dat wordt in één keer wordt gewoon uh, meer dan twintig jaar werk onder je voeten vandaan geveegd. Precies. En ook aan, gewoon aan skills. Ja. 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 En dus en, je, je had en de skills ontwikkeld in die jaren. Je hebt en de machines om je heen. Uh, waar je jarenlang voor gewerkt hebt. En dan heb je het eindelijk. En dan in één keer valt alles. Uh, twee jaar. Is het, is het, is het werk weg. weg. Ja. Is het werk weg. Ja, ja en dat gesprek was ja. moeilijk te voeren. Mm -hmm. dat, uh, en, dan, ja. en dan merk je dus inderdaad. inderdaad merk je dan dat die. Dat die dat de basis, de grond, ja. dat mensen daar niet meer mee bekend zijn. Wat, ja, wat, wat heb je eigenlijk met elkaar? Ja. Is, dit zijn mijn vrienden, maar wat, wat deel ik me uit met ze? Is, ja. het, is het toch ieder voor zich? Dat, ja. is, dat is natuurlijk wel een absurde gewaarwording. Ja. 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 Terwijl uh, mensen dat niet bewust doen. Hè? En dat is dan de andere kant. Daarom zei ja. ik ook, je moet het op een gegeven moment loslaten. Ja. Want het is niet zo dat ze het jou niet gunnen of dat ze het niet willen, nee. maar ze weten het gewoon niet ja, dus uh, mannen en vrouwen, de, oh ja, we hebben het nog niet over het lijstje van most searched lazy ja, girl jobs, nou ja, is dat, dat leuk? Uh, zitten daar leuke de jobs uh, bij? nou ja, dat zijn dus banen die je uh, eigenlijk wat die vrouwen dus doen is quiet quitting, mm -hmm. maar op dit moment nemen ze dus gewoon echt ontslag in plaats van quiet quitting. ja. Um, ja maar het is een luxe als je dat als vrouw kan? ja. Maar wat ze dus doen, is dat ze banen zoeken die zo goed mogelijk betalen ja. tegen zo min mogelijk effort. Dus zo min ja, mogelijk. Precies. Dus dat ze, dat ze eigenlijk een werkplek zoeken. Uh, want het is niet alleen maar thuis. Want ik zie dus in dat lijstje ook. ook uh, gaan we we zo, zo wel even langs gaan, mag jij, mag jij doen. Zie ik ook beroepen die je wel buitenshuis moet doen. Maar waarin je dus als vrouw kan zeggen: van ja, ik hoef er alleen maar te zijn. En dat, en dat ik op, op mijn werk ben is eigenlijk belangrijker dan wat ik het doe. Hmm. Uh, maar ik had zulke soort banen. Uh, ik zie je banen. Zag, Had ik ook wel in mijn studententijd. Onder, uh, medestudenten die bijvoorbeeld uh, in een parkeergarage nachtwaker gingen, gingen zijn. Want dan konden ze ook studeren of ze konden ook slapen of zo. Weet je? Ja. Of uh, basisartsen die, die nog niet ingelood zijn in een specialisatie. en die dan uh, op een uh, spoedpost of een, een nachtwerk gaan doen. Ja, dan staat ook een bed, want je kunt er ook slapen. Weet je? Dus je, je komt eigenlijk redelijk ongebroken uit zo'n nachtshift. Uh, je hoeft er alleen maar te zijn. Als er iets gebeurt, dan ben je er en dan, kun je, dan moet je je werk doen. Maar je kunt wel een paar uurtjes maken of je kunt wel studeren of je kunt wel dit. En zo'n zo moeder ja. of een, een lazy girl... Ja. Uh, die, die, die doet is, want het is dus niet alleen maar werk van huis uit. Hè. Dat lijstje van 25 banen, ja. topbanen top voor lazy girls. Nou ja, dit zijn dus de meest gezochte banen waar, waarbij ze dus denken om met zo min mogelijk effort zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. Ja, ik zie banen staan die vroeger van mannen waren. Uh, zie jij dat niet? Ja, een aantal wel in ieder geval. Ja. Ja, dat, dat, uh, maar... ja, ik wil het lijstje ook wel opnoemen. Oh, dat Cloud, moet ik vermoeden. E-learning assistant? Ja, oké. Okay. Translator, dat is er nog. Ja? Maar ik zie ook uh, accountant staan: Data ja. entry specialist, freelance nou. writer. Uh, museum assistant, library assistant, software engineer, IT analyst, copy editor, hotel night auditor. Ja. Even kijken, wat zien we nog meer staan? Art teacher. Ja, ja. Mooi hè. Social media manager. Ja. Kijk, dan kom je toch een eind met je Instagram-account. Ja, 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 ja. Ja, maar social media manager zou je bijvoorbeeld ook prima voor een bedrijf zoals het jouwe kunnen gebruiken. Mm -hmm. Als jij je bereiken wil vergroten en jij wil groeien. Ja, maar ik wil toch geen lazy girl? Nee, nou ja, dat ja. is dus de. Ja, maar het is niet gezegd dat die vrouw dan ook daadwerkelijk haar. Kijk, die lazy girl ja. is. Dat zeg ik nogmaals, is ja. de marketing hierachter. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ja, maar dan zie ik toch, kijk, uh, uh, al, ik, ik heb uh, best wel redelijk wat gereisd en af, uh, uh, so, sowieso met uh, de laatste tien jaar veel, veel moeten rijden ook, maar niet dagelijks. Maar dan, en dan boek ik een hotel tussen Antwerpen, Berlijn en uh, Rome of zo, weet je. En altijd is de nachtwaker een man op hm. leeftijd, soms al gepensioneerd, die moet nog een bijbaantje hebben om zijn pensioen aan te vullen. Ja. Uh, maar als dat soort beroepen ook allemaal al door deeltijdmoeders uh, wordt ingenomen... Weet je, waar, gaan, waar blijven die mannen? Ja, maar ik denk, ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat die banen gewoon ook veranderd zijn. Vroeger was een nachtwaker iemand die fysiek aanwezig was. En die ook ingreep op het moment dat er iets gebeurde. Ja, maar nu dus, dus hebben we nu een hotel vol met camera's... en zo'n vrouw die van huis uit achter de computer al die camera's bij. En als er iets gebeurt... Uh, beltse, mag je, ja, maar je mag ook bewaking. niet meer ingrijpen. Hè? Dan belt ze bewaking. En, en, die, en die bewaking, dat is een bedrijf die de ja. bewaking voor heel veel hotels doet, Precies. die komt er aanrijden. Ja, die rij je daar rond. En, ja, ja, uh, ja. Ja. Ja, maar verschrikkelijk, kijk, Tegenwoordig als nachtwaker mag jij niet meer ingrijpen. Want je bent namelijk niet verzekerd op het moment dat jij zelf iets doet, jij zit dan of in een beveiligd hokje of iets dergelijks. Maar daar mag je niet eens uit. hè? Ja, maar je wilt toch als hotelgast van een goed hotel, wil je toch niet? Door de gangen lopen met al die camera's om je heen. Je wilt ja. toch gewoon, als je iets nodig hebt, wil je toch s'nachts ook nog gewoon naar de, naar de desk voor de nachtwaker. En dan zeggen, ja, uh, ik, ik, ik heb iets op mijn kamer of uh, ik mis een deken of weet je wat? Dat, daar heb je een nachtwaker voor. Want ja, het is koud of het is juist, uh, dit, dit is niet goed. Of, ja, ja, ja. De, de, de gevallen dat ik een nachtwaker nodig had, zijn op één hand te tellen in, in al die honderden hotelovernachtingen. Ja. Maar het. Uh, ja, dat wil je toch niet uh, een, een huismoeder hoeven bellen die nacht, nachtdienst heeft of zo vanuit eigen huis? Nee. Kijk, als je, dan, als dat de, 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 uh, als je alles kan vooruit programmeren. Maar het hele idee van zo'n nachtwaker. Zo één persoon die nog aanwezig is van het hotelpersoneel. en die de nachtshifts uh, doet. Ja. Want verder loopt daar ook niemand. Nee. Uh, het hele idee daarvan is dat, uh, dat je onvoorspelbare situaties. Uh, 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 gewoon even kan oplossen. Nou ja. Soms een burenruzie. Van in, de, in de ene hotelkamer is er nog uh, herrie aan om um twee uur s'nachts. Ja. En uh, die mensen houden van nachtleven. Maar daarnaast zit, uh, probeert iemand te slapen omdat hij om zes uur al uh, door moet naar de, mm. naar de eerste volgende job of mm. vergadering. Uh, dat, uh, dat soort dingen. Mijn uh, ervaring is wel trouwens dat. Uh... Ik ging dan ook wel eens naar, naar hotelletjes toe. Of zo. En dan had je van die Formule 1 hotels of dat soort dingen. Dat, volgens mij was dat, dan kon je tot 12 uur naar binnen of zo. Ah ja. En daarna waren ze ja, gewoon ja. ook volledig afgesloten. Okay. Ja. Dan was er niks meer. Hmm. Als je daar in de kamers komt, daar zitten ook geen, daar is geen drank, er is niks hè. Dus dat zou je dan zelf mee moeten nemen al. Hmm. Nou ja, maar daar was niemand hè Er was gewoon s'nachts dood. Niks. Nul. Ja, maar zo'n hotel wil ik niet. Nee. Maar dan de bedden zijn shit. Ja. De douches zijn shit. Nou, die bedden waren oké okay, ah, ja, ja. ja, Kijk, ik ben wel kippig daarop. Ja, ja, ja. Ik wel een goed matras. Maar zo. volgens mij als je naar de iets luxere hotels gaat, ja. daar is altijd nou, ja. wel iemand aanwezig volgens ja. mij. Dat, precies. Ja, precies. Ja. 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 Dus daar zit ook wel weer een scheiding in, denk ik. Hè? Maar zo'n Nightwatcher, die zou dat bijvoorbeeld ja. voor zo'n Formule 1 hotelletje in Frankrijk langs de snelweg. Ja, uh, pff, daar zit toch al niemand. <kliek> Klopt. En dat is al jaren zo. Dus oké. Okay. Oké, okay, ja. ja, is goed. Oké, okay, dus ik ben echt uh, ja, ik ben een, uh, een uh, luxe jongetje eigenlijk. Hè. Dus, uh, ja, ja. Een beetje een badje. Ja, dat, uh, hoe heet de, de. Verwend nest. Op mijn leeftijd, uh, je bent nog een jonge gast, op mijn leeftijd ga je niet meer naar een Formule 1 hotel voor 20 euro. Oké, okay. nou daar betaal je tegenwoordig ook gewoon 60 euro voor, 50 of 60 euro voor. Uh... Weet je wat, ik had in Italië, uh, daar kwam ik erachter, dus dat. Uh, kijk, je hebt daar. Uh, je hebt daar ook het hele uh, segment van uh, Van de valk, 120 euro na, uh, hotels, ja. 130 euro. Dat vind ik in Nederland vind ik gewoon een uh, goed level, als je ergens moet zijn, pak ik altijd een van de valk omdat de matrassen goed zijn. Ja. Maar in het buitenland, zoals dus Italië vooral, kwam ik erachter dat het echt aan de aan de statuur van de badplaats of de, of de stad afhangt, ja. hoeveel je betaalt. Dus okay. ik, heb, ja. ik heb bijvoorbeeld in een. Uh, in vakantieorde ben ik geweest omdat ik daar uh, ja, hele leuke dingen heb. Die heb ik nog helemaal niet op de bar gehad. Mijn schoonpoetsaccessoires. Gaan we oh, ja. volgende maand in de bar gaan we dat ah, ja. ja, want dat is echt top. Ja. Maar dan zit je in een stuk van Italië wat minder toeristisch is voor buitenlandse toeristen, maar wat enorm toeristisch is voor de Italianen zelf. Oké. Okay. Dus je komt daar in plaatsen waar, waar de Italiaanse gezinnen met vakantie gaan. Mm. Weet je wat je betaalt voor een goed hotel daar? Ik denk 40, 50 euro. Ja. 60, 70. Zo, nou, de, die, ja. die, die reeks. Tussen ja. de 40 en de 70 euro. Ja. Fantastische plekken, man. Gezellig, geen lawaai. Uh, heel, wel heel levendig. Ja. Maar, uh, en dan kom je in zo'n zo duurdere plat, uh, badplaats, uh, aan de, uh, ja, echt een heel ander deel van Italië, zitten alleen maar Engelse gepensioneerde toeristen die gewoon 250 euro voor een nacht betalen. Wel mooi hotel, echt, echt standing, ja, weet je, mooi ja, ja. mooi. Maar ja, denk, dit, uh, dit heb je uh, uh, verderop heb je hetzelfde voor 70 euro. Ja. Weet je waar me dat altijd opvalt? Hè? Nou. Waar je dat verschil heel goed ziet. Dat zijn uh, ik ben ook een aantal keer naar Italië geweest. Maar, uh, wat ik altijd heel leuk vind, ik, maak, ik mag altijd graag contact maken met de lokale bevolking. Ja. En ik ga dan altijd met hun uit eten. Dus dan nodigen ze je uit om te eten of zo. En dan ga ik een keer bij hun eten. Maar, zo, maar daarna... Zij eten toch ook buitenshuis? Veel, ja. ja. Maar vaak als je uitgenodigd wordt, gaan ze vaak koken. Mm -hmm. en dat, dat, want dan willen ze hun tradities laten zien en andere dingen. Ja, en dat ja. vinden ze dan ook... Ja, maar dan dan voor je het weet zit je weer aan spaghetti, weet je. Ja, 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 ja. Maar dat, ik heb daar geen moeite die mee. Die Italianen met hun deeg. Ik vind dat wel echt uh, heel veel moeite. Ja, ook. jij hebt daar moeite mee. Maar ja. ik niet. Nee. Ik vind dat wel lekker. Ja. Ik maak het thuis ook. Oké. Okay. Maar... Uh, <laughs> um, maar wat ik daarna ook vaak doe, is dat ik een keer met hun uit eten ga. Want dat oh, ja. vind ik dan leuk. Ja. Dan zeg ik van, nou, je hebt eten voor mij waard. Dan wil ik ook met jullie uit eten. Ja. En dan vraag ik altijd aan hun om een restaurant te kiezen. En dan kom je op de ja. mooiste plekken ja. Ja, dat met doe het ik ook. lekkerste eten voor het minste geld. Ja, ik laat me graag dingen aanbevelen door de Italianen zelf. Of, of, of ja. Hongaren of wat dan ook. Ja, maar het liefste ja. doe ik dat dan ook echt in... En uh, laatst waren we ook... Uh, uh, dat is nu twee jaar geleden, denk ik. Um, en toen zaten we ook... Zo'n mooie plek. Ik kan, even de na ik kan niet op de na... In, een beetje in het noorden van Italië. Maar op een gegeven moment moesten we een kwartiertje rijden. Vanuit de stad gingen we de bergen in. Kwamen we in een wijngebiedje terecht. Klein wijngebiedje. En daar zat dus een lokaal restaurantje bij... die alles bij boeren... in een straal ja. van vijf kilometer... hadden ze al hun eten mee. In, in Italië heb je toch geen... Uh... Hoe heette die diensten bij ons ook alweer? Die de, de Sliegrouw en de. Ja, Hanos. Hanos. De, ja, ja, ja. ja, ja. Dat heb je daar toch niet? Nee, nee. nee volgens mij niet. nee. Maar, nee. Je, je ja. eet daar toch eigenlijk altijd wel. Praktijk? Maar dat restaurant was er dus op gebouwd dat ja, ja. ze. Alles wat ze verkochten kwam uit een straal van vijf okay. kilometer. Hmm. Hmm. Dus de wijn, het vlees, ja. de, alles. Ja, ja, ja. De tomaten, noem ja. het allemaal maar op. Oké. Okay. Nou, en Grappig. je zit te eten als, als een ja, koning. Nee, het is, het is wel lekker. Het is heel lekker. En je houdt het, ko het kost ook nog niet veel. Ja, ze zijn gezellig. Ja, ja, maar het kost ook niet veel. Ja. Want het je gaat rechtstreeks altijd... van de leverancier naar het restaurant. Je kunt altijd tussen de 20 en de 30 euro kun je vorstelijk eten. Nou, ja. geweldig. Klopt, ja, met, met wijn erbij. Ja, nee, klopt, dat, dat is wel zo. Maar uh, ja, wil je trouwens. Uh, dat is wel een leuk, leuk idee. Wil, wilt u ook uh, mijn hoteltips voor Italië hebben? Oh. Want ik heb natuurlijk de plek niet losgelaten waar dat allemaal. Het uh, is echt te kust en te keur daar. Ja. Leuke streken om uh, met uw gezin op vakantie te gaan. Ja, dat ligt natuurlijk niet in Florence en in Cinque uh, uh, Terre en weet ik veel wat. Venetië. Uh, Venetië. Nee, ja. er zijn, zijn leukere plekken in Italië dan dat. Ja. Je zit er midden tussen de Italianen. Je krijgt lekker eten voor weinig geld. En je kunt goed slapen voor ook voor weinig geld. Um, dan, uh, ja, dan moet u even wat kopen in de webwinkel van Parelmoer. Die gaat volgende week online. En dan kun je gratis een hoteltip van mij krijgen. Is dat wat? Een ja. actie. Ja, op zich. Ja. Nee, ja, maakt niet uit. Nee, maar die webwinkel die gaat dus volgende week online. Zijn okay. we er doorheen? Oh nee, je nee, hebt nog de uh, tweet van de week. We hebben nog Patrick. Ja, ja, ja. ja. die webwinkel gaat volgende week online. De eerstvolgende volgende in bar gaan we dan staande schoenaccessoires uh, staan in de webwinkel. Okay. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want je wilt natuurlijk wel dat je schoenen goed gepoetst zijn. Ja. En daar gaan we u flink mee verblijden, maar niet voordat we naar Patrick Savallen gaan. Patrick zit eigenlijk altijd in de waanzinbar. Heb je daar wat mee? Nou, de laatste keer heb jij er, geloof ik, uh, want jij kwam ook toen Patrick ja. over theed, uh, oh ja. Uh, en uh, ja, Klopt. dus. Ja, Patrick uh, is heel goed. Uh... Ja, op zo, ja, ik vind hem. Uh... Ja, en hij, hij heeft natuurlijk die hele rel gehad met Wiebren, met die Animal Movement en ja. andere dingen. Ja, ja, dus dat, ja. dat was uh, wel weer leuk. Ja, ja, maar hij speelt zichzelf al in de picture. Ja. Uh, al ja. doen wij het niet. Ja. Ja. maar deze vond ik uh, heel ja. interessant. Dus uh, ja, wat, mag jij mee voorlezen? Dan uh, doe ik even. Jij ja, moet uh, een peukje rollen. Ja. ja. Ik ja. moet daar een nieuw sigaar hebben. <laughs> Patrick Sevallen die twittert. Tweet, tweet, tweet. De waanzin -tweet van de week. Knettergek, we gaan onze bossen begraven om de aarde te redden. Letterlijk in de grond stoppen. Bill Gates heeft belastinggeld nodig om de bossen te kappen met super efficiënte machines die ook s'nachts kunnen doorwerken. Het idee is om grote hoeveelheden bomen te begraven in speciale ondergrondse luchtdichte kluizen. Omdat, volgens wetenschappers goed, omdat dat volgens wetenschappers goed is tegen de klimaatverandering. Spelfoutje. Ja. Dan volgt een citaat. Het conventionele idee is om bomen te planten om kooldioxide uit de lucht op te nemen. En vervolgens carbon credits te verkopen aan bedrijven, eigenaren van privéjets en anderen die hun uitstoot moeten of willen compenseren. Ja. Maar wetenschappers zeggen dat het begraven van bomen de opwarming van de aarde kan verminderen. Vooral als die bomen anders zouden verbranden of verrotten, waardoor hun opgeslagen koolstof in de lucht zou worden uitgestoten. Ja. En dan uh, volgt Patrick, Patrick weer. Bossen slash fauna slash vegetatie is juist een essentieel onderdeel van de ecosystemen. Onder andere omdat het CO2 opneemt en er suiker, koolhydraten en zuurstof van maakt. Oké. Okay. En dat, is, dat haalt hij dan uit het, uit, uit het Twitter-account van Knecht. Ja, en dit is een artikel van uh, Forbes. Ja. En dit hebben ze via webarchive hebben ze dit teruggehaald. Dus dat is zo'n uh, archiefwebsite uh, yeah. waar uh, alles bewaard blijft wat uh, ooit op het web staat. Beetje. Dus dat, dat die... Uh, die uh... Oké, okay. dat artikel dat zit eraan gelinkt. Ja. Een archive. Uh, uit, uh, die archi dat, dat is gearchiveerd op een website die in IJsland is geplaatst. Dus dat wil zeggen dat die buiten bereik is van, de, van Google. Ja. ja, dat klopt. Ja. Ik ken meer mensen die op IJsland uh, leuke sites hebben draaien. Ja. Ja, waaronder en... Willem Engel. Ja, precies. Maar dit is natuurlijk een... Ja, een super bizar bericht eigenlijk. Hè? Dat, uh, het, idee hiervan is, het idee hiervan is dus dat op het moment dat je bomen gaat planten, ja. die onttrekken een bepaalde hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer. Mm -hmm. En normaal gesproken zou je die bomen dan gebruiken ja. als ze op een gegeven moment volgroeid zijn, dan kun je er je kunt ervan bouwen. Ja, maar wat, kun... wat gebeurt er in die kluis met die bomen? Nou, maar niks. Rot dus, rot daar. Nee, niet. Maar dus, dus er moeten juist bomen weg. Je gaat ze dus planten, ja. dan onttrekken ze CO2, ah, okay, ja. dat begraaf je dan, ja, ja. dan maak je een, een soort, uh, hoe heet dat, stasis van. Ja, 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 ja. Dus die bomen die moeten daar gewoon 40 jaar zitten ja. en dan zeg jij van nou, ik heb zoveel ton CO2, heb ik daar begraven en iemand anders kan dat dan kopen om zijn privéjet Aha. te vliegen. Aha. Want ja, op het moment dat wij allemaal onze carbon kredietje krijgen... Ja. Ja, daar kun je geen privéjet van vliegen. Nee. Oké, okay. dus uh, je plant een boom die vervolgens CO2 uit de lucht haalt. En dat, uh, ga, dan zeg je: Oh, ik heb CO2 gebundeld in, in een nou. boom. En die boom die stop je onder de aarde. En dan mag, en dan mag iemand met zijn privéjet mag die CO2 natuurlijk weer de lucht injagen. Ja, dat ja, is dan ja, wel ja. toegestaan. Uh, Zo. Ja. Dus het, het wordt eigenlijk als een soort nucleaire afval wordt het, uh, beschouwd om. Uh, ja. <laughs> Maar dit is gewoon voorsorteren, natuurlijk, op de hele, ja, hele CO2-krediet. wat uh, ja. oh, bizar. D nou, dit is een hele simpele manier om het leven van mensen uh, lekker te beperken. En van andere mensen, ja, kijk of die nou 200 euro per ton betalen, dat zal hun een zorg zijn. Ja, ja nou, uh, interessant. Ja, het komt ook weer eens van uh, Bill Gates, hè? het zal ook niet. Ja, maar wat ze nu dus aan het doen zijn, is ze zeggen: Dit is zo'n goed idee, uh, dit willen we gaan uitvoeren. Ja. Maar uiteraard hebben we hier wel subsidie voor nodig. Want we kunnen dat niet zelf. Ja, je moet dus ondergrondse bunkers voor die bomen gaan maken. Kijk, hier staat ook in de titel: hè? Now, if only Uncle Sam would get on board with tax credits too. Ja, ja. Dus je hoort alweer waar ja, het heen gaat. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat, dat gaat Kennedy en Trump gaan dat natuurlijk niet doen. Maar nu heb ik een andere vraag. Nou. Want ze hebben het er dus over dat je die bomen moet planten, vervolgens moet begraven. En dan heb je zoveel CO2 ontrokken. Oké. Okay. Um, hoe werkt dat dan? Jij hebt hier ook een hele mooie boerderij die vol zit met balken. Die ook al, denk ik, ja, bijna 100 jaar oud zijn. Het is allemaal gematerialiseerd CO2 natuurlijk. Ja. Dus jij onttrekt. De... Waarom moeten we die balken begraven? Sto zouden ze nu zo ook uh, uh, CO2 uh, Uitstoten zoals balk, zijnde? Nee. nee. Nee, dat gebeurt pas op het moment dat jij het gaat verbranden. Maar waarom moeten ze dan.? Of dat het verteert. Ver, verrotten. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Daarom zeg ik, die bomen moeten ook begraven worden in een soort stasis: dat, ze, dat het wel bomen blijven. Mm -hmm. Hoe rot een boom? Dat is zuurstof of niet? Want deze balken rotten niet weg. Nee. Dus ze moeten droog, dat is het belangrijkste. Ja. Maar een boom, als je bomen in kluizen opsluit, dan gaat het toch gewoon, gewoon schimmelen. Ja, niet als het luchtdicht is. Ook ja. als je ze onder een, een laag klei gooit, ja, dan, dan is het gewoon zo afgesloten dat er geen zuurstof bij zuurstof komt. zuurstof en, en nattigheid gaan. Ja, precies. Ja. Gaan, dan gaan ze nattigheid maakt ook niet uit, hè? want bomen op de zeebodem ja. blijven ook. Blijven uh, bomen. Uh, ja. ja, 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 maar dan zou dat toch ook kunnen. Zou zou ze toch gewoon in zee kunnen gooien, dat is toch een zo... Ja, de... ja, ja. Het maar... blijft dan drijven maar nou Goed, weet je, uh, dit is bizar. Maar kijk, uh, we komen natuurlijk heel veel van dat uh, organisch materiaal tegen als je gaat graven. Ja. In de, dan zijn er allemaal lagen met allemaal... Uh, in feite is, is aarde gewoon natuurlijk uh, überhaupt verrot, uh, verrotte vegetatie. Ja. Dat is aarde, ja. ja. Er is een mengeling van gesleten steentjes, vergruiste o, o, o. steentjes met, met uh, verrotte vegetatie. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja onder, ergens onder een laag aarde stoppen waarin ze niet meer rotten. Ja, heel Amsterdam is op palen gebouwd. Dus, en dat waterpeil, dat hoge waterpeil in Amsterdam, zorgt ervoor dat ze ook niet gaan rotten. Exact. Dat moet op peil gaan. Als het zakt, dan gaat de hele boel verrot. Ja, maar dan zou elke Amsterdammer dus heel rijk kunnen worden van de subsidies van Onkel Sam. Omdat ze. Ja. Boom, CO2 omdat omdat onder hun huis. Ja, <laughs> ze, ze slaan CO2 op. Ja, maar het idee hierachter is dus dat. Het is oké okay als je iets uitstoot, ja. maar je moet er gewoon voor betalen en dan ja. mag het. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat is het hele eieren eten oh, hier. Ja. Knetta. Ja, nou ja, dat zou ik Oké, Oké, maar het is wel ja, een goede afsluiter, ja. zou ik zeggen. Wat is nou de. Ja, is we hebben eigenlijk al meerdere tweets van de week. Hè. Dus ik, ik vond die, uh, dat citaat van mij van Erik van Goor, uh, over het midden vind ik wel echt in positieve zin een uh, tweet van de week. Ja, omdat het, omdat ah, ik vind het, wel dat we Erik nu niet te veel credits moeten gaan geven. Want die zit er elke keer in als tweet van de week. Maar dus. Ken, Fernand Keulenheer en Erik van Goor zijn de leukste twitteraars in het Nederlands taalgebied. Wanneer komt Erik dan eens een keer om dat te verdedigen? Luie Erik, kom eens van je reet af. Niet te hard werken. En kom aan de Waanzinbar. Zo. Zo. Of aan tafel. Ja. Gaaf. Ja, dat, dat, dat mag wel. Want inderdaad, wat jij zei, dat mediapanel toen ook met Erik ja, van Goor en Oscar Hendricks. Dat was geweldig. Ja. Dat blijft gewoon heel belangrijk. Ja. 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 En, uh, nou, ik vind dat we wel aan het einde zijn gekomen. Moeten we nog andere dingen zeggen? Nou, ik zit nu aan Oscar Hendricks te denken. Die heeft ja. toen ook die, uh, die hele tijdlijn van het Oekraïne-conflict gemaakt. Weet je dat nog? Klopt, ja. Dat was zo goed. Ja. Dat vond ik ook heel gaaf. En maar dat is toch alweer een jaar geleden. Ja, dat, ja dat, maar dat was toen heel relevant. Klopt. Maar. Heb jij nog, vind jij nog dat er uh, spraakmakende ontwikkelingen zijn? Want we hebben het eigenlijk helemaal niet over, over Oekraïne gehad. Uh, deze Wel tijdens, de BRICS. Nee, kijk, Oekraïne is, is minder interessant. We hebben natuurlijk die F-16's al behandeld. Ja? Uh, eigenlijk is Oekraïne zelf is niet, is niet zo heel interessant, dat conflict. Weet je, het, het is ook klaar, de NAVO loopt zich daarop leeg en de Russen die wachten gewoon. En die, als op, wanneer zij die reservisten hebben opgeleid, die krijgen gewoon een degelijke training van minimaal een jaar. Ja, dan staan die klaar. Maar die gaan natuurlijk niet een tot de tanden bewapend Oekraïns front vinden. Er uh, nee. zijn een paar bataljons aan Russen die loopgraven hebben ingegraven en de Oekraïners die zich daar op stuk lopen. En op een gegeven moment is er geen Oekraïner meer. Want de, in Oekraïne zijn, er inmiddels, zijn ze inmiddels aan de reserve uh, bataljons uh, toe. Die nu uh, opgeroepen worden om uh, naar het front te gaan. Ja. Ja, die zijn op een gegeven moment ook klaar. Die, hebben dan ook, die zijn dan ook weg. Dus het is gewoon een vleesmolen en ja. op een gegeven moment lopen die Russen gewoon als die reservisten, 300.000 reservisten ja. die opgeroepen zijn en, en die getraind nu al een, worden. En, en getraind een jaar lang ja. uh, goed bewapend, want de oorlogsindustrie in Rusland draait wel ja. in tegenstelling tot de onze. Ja. Dus die komen goed uitgerust aan het front, waar er nog maar ja, de, daar lopen dan de laatste Oekraïners lopen daar in de messen zeg maar, is dus gewoon heel sneu. Maar dat is zo. NRC dacht hier toch anders over. Ja, er stond een uh, artikel online van de week, uh, dat, uh, of van de week, dat weet, ik weet de datum niet, doet er niet toe, maar dat er dat was een dorpje ingenomen nu, daar werd heel groot over gedaan. Ja, precies, een ja, paar straten veroverd. Ja, wat helemaal in puin lag als het... Het uh, uh, ja. uh, is gewoon een, spook, een spookdorp. Ja, maar uh, dat was heel belangrijk, want het lag op de route naar een grotere plaats. En als ze die in konden nemen, dan konden ze door de linie heen. Als, ja, ja. Dus ze zijn nog niet in de buurt van de linies. De nee, komen ze en gewoon niet. Er werd ook niet gezegd uh, hoeveel, wat dit gekost heeft. Elke straat die het Oekraïense leger veroverd ja. heeft... Uh, wordt uh, als een grote overwinning van de Vierde Wereldoorlog in de westerse media gevierd. Maar de, de, de situatie zelf, kijk, dat is dat hele focussen op singuliere gebeurtenissen wat die media doen. Maar de, de, er wordt natuurlijk nooit iets over de situatie als geheel gezegd. Dus die ja. linies van de Russen zijn natuurlijk gewoon niet, uh, zijn niet door te breken voor de Oekraïense leger. En dat zie je bij mondjesmaat, zie je dat wel in de media doorklinken. En dat de Oekraïne eigenlijk geen grote doorbraken meer. Uh... Ik zie een grote trekker en die heeft gewoon een omgekeerde vlag voorop zitten Tom. Ja, dat heb je hier. Ja, ah, ja. ja. goede loonwerken. Ja. ja. Nee, maar ik vind het echt... Uh, ik vind het wel bizar hoor, als je dan dit soort dingen leest. En we... het erge hieraan is, Tom, je kunt niet zeggen dat ze fake nieuws verspreiden. Uh, is dat zo? <tie> nou, waarschijnlijk is dat dorpje ook echt ingenomen. Ja, maar ja, goed. De mensen worden toch wel het zicht op het geheel... Uh... Nou ernstig belemmerd. Ja, maar dit is het vieze, dit vind ik juist dat je moet benoemen, want ja. dit is het vieze, vieze spelletje ja, waarbij gespeeld wordt. Wat ze, wat ze doen is gewoon, uh, kijk, je staat met z'n allen in een bos, en, en de journalist van de NRC, die gaat dan, gaat dan uh, iedereen aanstoten, kijk, een boom, een boom, een boom! Maar, de, maar ja, we zijn in een bos, ja. 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 Dus het is ook gewoon, uh, het is heel bizar natuurlijk wat er gebeurt. Ja. Mensen, nou, okay. uh. daar, daar Mensen, dank voor het kijken. Want uh, wij gaan nog even door. Mijn sigaar is al een tijdje op en ik, uh, ik moet naar een nieuwe. Uh, de fles uh, is leeg. De laatste slokken zitten in ons glas. Wij gaan naar de derde helft. En uh, we wachten nog op die bijenman. Ja. ja. Gaat die wel komen? Die gaat wel komen. Okay. Dat gaat zeker komen. Okay. Ja, dat wordt ontzettend leuk. Ja. Maar dat had ik u natuurlijk al beloofd de vorige keer. Maar dat, er is een, uh, de datum is verzet, want dat had eigenlijk al opgenomen moeten zijn. Maar de privéomstandigheden, privé maar de, de man van de bijen die gaat komen. En dan gaan we in onze tuin, gaan we kijken waar, waar de bijen blijven. Hij gaat vertellen over de bijen, die weten alles van. Het is een fantastische, leuke, fijne vent. Een goede verteller, weet heel veel. Uh, en uh, nou, daar gaan we dan uh, van leren. Gaat hij uh, jouw tuin ook uh, testen op hoe bijenproef die is? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk geen bijenkast nee. in de tuin staan. Nee. Dus wij, uh, maar op een gegeven moment, er is wel natuurlijk bestuiving, want dat, dat spul dat groeit, en dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Ze nee. dus moet wel bestuiving plaatsvinden. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uh, uit plaatsvindt. Uh, hommel, hommels doen ook veel, hè? Hommels, ja. 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 Maar ja, bijen maken dan ook nog honing? Ja, 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 nee, uh, zeker. Dus daar weet hij alles van. Ja. Uh, echt een, een meester-imker uit Vlaanderen. Leuk. Ja. Ja. Gaan ik... we een lange op opname mee maken. Ja. Dan wil ik nog even zeggen. Vergeet niet ons te liken en te delen. En ook u te registreren op ons eigen kanaal. Bluetooth.studio Fantastisch man. Nou, kijk. Ja. Super. Ja. Nou, ja. Nou, lijkt het net alsof ik dat vergeten ben. Ja, ja, goed hè. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.